Aan de orde is het debat over de mondkapjesdeal. Ik heet de minister voor Langdurige Zorg en Sport van harte welkom en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Ik heet natuurlijk de Kamerleden van harte welkom, de mensen die het debat volgen op de publieke tribune en de mensen die het debat op een andere manier volgen. Ik heb net ook even met wat leden wat contact gehad over het aantal interrupties. Ik vind het prima om het aantal interrupties niet te beperken. Maar daar stel ik wel een voorwaarde aan, namelijk dat de interrupties kort en bondig zijn. Want er zijn zeer veel sprekers. Dus alles wat u wil zeggen, u heeft ook een eerste termijn en een tweede termijn. Dus het gaat echt om de vragen, korte opmerkingen. En dan kunnen we kijken hoe ver dat gaat. En dan geef ik als eerste het woord aan mevrouw Kuiken van de PvdA. Uitgang. Voorzitter, een schimmige deal van 100 miljoen tegen ambtelijk advies in voor ondeugdelijke mondkapjes. Op zichzelf al erg, maar toch gaat het vandaag niet over de inhoud van deze deal of de handelswijze van de heer Van Lienden. Dat komt na het Deloitte-rapport. Wel gaat het over de rol van het kabinet over deze deal en of de minister eerlijk is geweest. Het gaat over wat wij als samenleving en als Tweede Kamer mogen verwachten. Een betrouwbaar kabinet, integere ministers en fouten die niet worden verdoezeld. Het heeft er alle schijn van, door WOP en Volkskrant en appjes, dat deze deal nooit tot stand was gekomen als de minister zich niet persoonlijk hiermee had bemoeid. Teksten als ik hoop dat het lukt, verzoek om Siewert geknuffeld, ik heb er een dagtaak aan, laat ook zien dat het meer was dan alleen maar berichten doorgeven. Als oud ambtenaar weet ik hoe het werkt. Als je dit soort teksten van je minister krijgt, dan heb je het te regelen. Terwijl de topman van het landelijk consortium eerder al aangaf niet tot een deal te willen komen en dat het niet nodig was, en toch haalt een net uit de grond gestapt bedrijf de grootste orde van de coronacrisis binnen. Dat lijkt geen toeval. Eerste vraag aan minister Helder is dan ook of zij het er ja of nee mee eens is dat deze deal er alleen is gekomen door actieve bemoeienis van minister De Jonge. En het kabinet wilde geen feitenrelaas geven vanwege lopend onderzoek. Wie heeft om welke reden verzocht de appjes nu opeens wel met de Kamer te delen? Wanneer wist minister Helder van de betrokkenheid van minister De Jonge? Graag een reactie van minister Helder. Uit dit appverkeer blijkt dat er wel degelijk betrokkenheid van minister De Jonge is geweest bij de totstandkoming van het deal. Op antwoorden op Kamervragen op de camera is het bij herhaling ontkend. En vorige week zei de minister nog dat de berichtgeving in de Volkskrant onjuist was, of in ieder geval niet de echte werkelijkheid weergaf, terwijl het nu gewoon blijkt te kloppen. En ook was hij wel degelijk op de hoogte van de inhoud van de deal, namelijk op 25 april, voordat het contract was getekend. En mijn vraag aan minister De Jonge is dan ook, waarom gewoon niet eerlijk antwoord gegeven op zijn betrokkenheid? Vindt de minister het passend een semantisch woordenspel te voeren over wat de term betrokkenheid precies inhoudt? En waarom was hij zo gebrand op deze deal? Publicitaire druk? Of had hij een andere reden? En erkent de minister De Jonge dat hij doorslaggevend is geweest bij de totstandkoming van deze deal? Voorzitter, deze handelswijze van niet eerlijk zijn raakt ons allemaal. Het is lelijk voor ons allemaal. Het raakt de vertrouwen in het kabinet en het raakt het vertrouwen in de politiek. En ik baal daarom ook dat we hier vandaag staan. En bij zijn afscheidsinterview zei minister De Jonge en sprak hij hoop uit, en ik citeer, een politieke cultuur van niet voeden van wantrouwen, maar uitgaan van vertrouwen. Wat een mooie wens. En een terechte wens. Belangrijk ook in een politiek versnipperd landschap waar complotten steeds meer grond krijgen. Maar dat roept wel de vraag op. Op welke manier kunnen we nog met deze minister verder? Gaat er daadwerkelijk iets veranderen na dit debat als we deze minister het vertrouwen geven? Wordt het dan weer business as usual of
vindt er daadwerkelijk die beloofde nieuwe politieke cultuur plaats die ons al zo lang als samenleving en als Tweede Kamer is beloofd. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kuiken. En dan geef ik het woord aan de heer Van Haga, Groep Van Haga. Voorzitter, ik heb in de afgelopen 2 jaar meerdere moties van wantrouwen ingediend vanwege het machtsmisbruik, de disproportionele maatregelen, het gebrek aan transparantie en de onvoorstelbare nevenschade die is berokkend. Ondernemers werden tot wanhoop gedreven door een lockdown in te stellen waarbij ten onrechte detailhandel, horeca, kappers, sportscholen en andere niet-essentiële bedrijven dicht moesten. Het rapport waaruit bleek dat de lockdown 520.000 gezonde levensjaren zou kosten werd verzwegen. Er werd een zinloze avondklok ingesteld, scholen werden gesloten en jongeren werden getraumatiseerd. Ongevaccineerden kregen de schuld van de pandemie en er werd een indirecte vaccinatieplicht ingesteld. Kinderen werden onnodige medische handelingen toegebracht door de misleidende Dansen met Janssen-campagne. Vragen over bijwerkingen van de coronavaccins werden een bedreiging voor de volksgezondheid genoemd. De registratie van coronadoden was een farce en de coronawetgeving was regelrechte staatspropaganda. Meer dan 10 grondrechten werden geschonden en er verdween 5,1 miljard euro. De WOP-wetgeving werd 1,5 jaar buiten werking gesteld en nu doet hij het weer. De WOP. Fantastisch. RIVM-adviezen werden gemanipuleerd omdat we onze beschermingsmiddelen naar China hadden gestuurd, waardoor honderden mensen in verpleeghuizen onnodig zijn gestorven. Politici werden gevolgd door de NCTV en we werden verplicht om ziekmakende en niet werkende mondkapjes te dragen omdat het een gedragsbeïnvloedend effect zou hebben. Ja, voorzitter, de mondkapjes. Er was verzuimd voldoende beschermingsmiddelen in te kopen en een CDA-vriendje zonder ervaring in hulpmiddelen maakte een megawinst van ons belastinggeld. De concurrentie werd uitgeschakeld, de aanbestedingsprocedure werd opzij gezet, privémail werd tegen de regels ingebruikt en de minister ontkende dat hij zich met deze corrupte deal bemoeide en nu blijkt hij de aanjager van deze megadeal. Hierover heeft hij dus gelogen. Ambtenaren waarschuwden dat de deal onnodig was, dat Van Liende niet door het reguliere selectieproces kwam, dat het kwaliteit slecht was en dat er sprake was van eigen gewin. En het werd geschrapt uit het rapport van de forensisch accountant. Waarom eigenlijk? En door wie? Voorzitter, het handelen van de jongen is huiveringwekkend. Het vertrouwen is weg. Ik had 1,5 jaar geleden gelijk toen ik Hugo de Jonge probeerde te stoppen. En nu krijg ik alsnog gelijk. Ik zal namens BVNL een motie van wantrouwen indienen in de tweede termijn. In het belang van Nederland. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Agema van de PVV. Dank u wel, voorzitter. Op 10 februari 2020 werd onze volledige voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen verpatst aan China. Onze opslagloodsen waren als tubus tandpasta uitgeknepen. Tijdens carnaval, kort daarop, ontplofte corona in ons land. Enkele dagen later overspoelden coronapatiënten onze ziekenhuizen in het zuiden, gevolgd door de verpleeghuizen. Er ontstond paniek. De persoonlijke beschermingsmiddelen waren op. De ziekenhuizen kregen nog wat, maar de verpleeghuizen, wijkzorg en thuiszorg hadden het nakijken. In die paniek hebben goede mensen heel goede dingen gedaan. En slechte mensen heel slechte dingen. Het onafhankelijk landelijk consortium hulpmiddelen kreeg de taak om beschermingsmiddelen te importeren en te verspreiden. Van Liende, Danne en Van Gestel met hun hulptroepenalliantie moesten ze niks hebben. Er waren op 14 april... al 75 miljoen mondkapjes binnen. Er stonden er genoeg in bestelling. Aan de leveringszekerheid van het drietal werd getwijfeld. En er lagen aanbiedingen van wel betrouwbaar geachte partijen. Het was dus nee voor Siewert van het CDA. En dan gaat het helemaal mis. We zijn getuigen van een sterk staaltje CDA-nepotisme. Het begint met Hugo de Jonge die in het Kamerdebat van 15 april 2020 zegt dat er nog altijd wereldwijde schaarste is en zo de paniek onterecht voedt. CDA de Jonge, diens persoonlijk assistent CDA van den Brink en secretaris-generaal van VWS CDA van den Dungen regelen dat CDA van Liende toch weer in beeld komt. Waarna hij een megadeal binnensleept voor 40 miljoen mondkapjes. Maar dan zijn we er nog niet met het CDA. Toen nog CDA Pieter Omtzigt stelde samen met CDA Joba van den Berg op 20 april Kamervragen. Ze wilden dat ervoor werd gezorgd dat er ook een btw-vrijstelling kwam voor partijen die buiten het landelijk consortium hulpmiddelen importeerden.
Ze bedoelde natuurlijk die van CDA, van Linde. Ook na de deal blijft de jongen zich actief ermee bemoeien. Op 29 april wil hij van Rijn weten waarom er maar 40 miljoen mondkapjes zijn besteld en geen 120 miljoen. Toen nog CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt helpt ook mee. Na een urenlang bezoek op 24 april aan CDA van Linde laat hij een paar dagen later het plan van Linde voor nog meer mondkapjes achter in het torentje van Rutte. CDA'ers regelen dingen voor elkaar. Nepotisme heet dat. Het is fout. Alle andere mensen die Kamerleden of ministers belden of mailden omdat ze mondkapjes konden regelen, werden doorverwezen en velen hoorden niets meer. Maar CDA van Linde wel. In totaal gaat er meer dan 100 miljoen euro belastinggeld verloren en CDA van Linde strijkt 9 miljoen euro op. CDA van Linde en zijn kompanen zijn oplichters. Dat geld moet terug. Hoe staat het daarmee, vraag ik de minister. En dat is nog niet alles. Sinds mei 2020 mailt corona-hoofdrolspeler Hugo de Jonge via zijn privéaccount. Vertrouwelijke stukken wil hij niet meer via de mail ontvangen, maar moeten geprint in de tas. Ambtenaren uiten hun zorgen over de parlementaire geschiedschrijving en ondermijning van de wet openbaar bestuur. Het is ongeloofwaardig dat allesweter Hugo de Jonge niet weet dat dit handelen ten strengste wordt ontraden. Nu pas, 2 jaar later, is hij ermee gestopt. Niet alleen werd zo de wet openbaar bestuur ondermijnd, ook de data die wordt gebruikt voor de parlementaire enquêtecommissie, de onderzoeken van Onderzoeksraad voor Veiligheid en Deloitte zijn bedoezeld. En dit is onvergeeflijk. De verklaring dat als alleen Hugo de Jonge met de privémail mailde, de mails toch veilig zijn gesteld, is discutabel. Juist als zijn smoes waar is, hoeveel betrokkenen gingen er dan nog meer mailen met hun privéaccount omdat ze moeite hadden met inloggen? Mijn vraag aan minister Helder is of minister Hugo de Jonge al zijn apparaten en wachtwoorden van zijn privéaccounts al heeft ingeleverd, zodat zoveel mogelijk data alsnog veiliggesteld kan worden. Ze vallen immers toch onder de WOP. Ik kan me goed voorstellen dat de Kamer excuses wil van minister de Jonge. Die heb ik nog niet gezien. Maar goed, u weet dat excuses niet genoeg zijn. Dank u wel, mevrouw Agema. En dan geef ik het woord aan de heer Heijink van de SP. Dank, voorzitter. De terechte woede over de Siewert-deal is nog altijd niet voorbij. En die woede is natuurlijk allereerst gericht op Siewert en zijn vriendjes zelf. Die zonder winstoogmerk mondkapjes zouden leveren voor onze zorghelden. Maar die uiteindelijk zo'n 20 miljoen euro winst maakten over de rug van zorgverleners, de rug van patiënten en over de rug van al die mensen en bedrijven die vrijwillig met hen hebben samengewerkt. En voorzitter, ik kan mij die debatten die wij voerden in het voorjaar van 2020 nog heel goed herinneren. Veel mensen raakten besmet, ziekenhuizen raakten overvol en in de verpleeghuizen voltrok zich een ramp. En ondertussen merkten wij dat heel veel zorgverleners zonder de noodzakelijke bescherming hun werk moesten doen. Zij raakten zelf besmet of droegen bij aan verspreiding van het virus. En de SP heeft zich vanaf het allereerste debat wat wij hier voerden op 5 maart 2020... De druk opgevoerd om zoveel mogelijk beschermingsmiddelen aan te schaffen. En dat daarbij niet altijd alle normale regels voor goede inkoop zijn gevolgd, is wat ons betreft dan ook niet zo gek. We hebben best wel begrip dat in die wildwestsituatie soms fouten zijn gemaakt. Maar waar wij geen begrip voor hebben, is de manier waarop 3 mannen zichzelf zo hebben kunnen verrijken als gevolg van een deal dat het ministerie met hen sloot. En ik wil graag van minister Helder weten of zij kan ingaan op die afspraken die haar voorganger Van Rijn heeft gemaakt. Wist hij dat Siewert en zijn vrienden miljoenen zouden verdienen aan deze deal? Waarom is het ministerie akkoord gegaan met een deal met een BV in plaats van met de stichting die was opgericht? En waarom is men akkoord gegaan met deze miljoenenwinst? Voorzitter, wij hebben ook geen begrip voor bewindspersonen die niet de waarheid vertellen. In een interview met RTL vorig jaar zei minister De Jonge: nee, ik ben bij die deal natuurlijk niet betrokken geweest. Ik ben bij die afspraak niet betrokken geweest. En we weten nu dat dat niet klopt. Ja, de ingevlogen PvdA-minister Van Rijn deed de gesprekken met Siewert, maar het was wel degelijk minister De Jonge die meerdere keren aanstuurde op het contact en het maken van afspraken met Siewert en zijn vrienden. En de SP wil van de minister weten, waarom is hij niet gewoon vanaf het begin eerlijk geweest? Waarom loog hij tegen journalisten en waarom voerde hij rechtszaken om WOP-verzoeken zo lang mogelijk te vertragen? Waarom heeft hij niet meteen direct gezegd, ja,
Ik was op de hoogte van die deal en ja, ik ben ook net als de rest van Nederland hartstikke kwaad over hoe zij zichzelf zo hebben kunnen verrijken. Of, en dat is dan de andere kant, of vinden deze ministers dat er eigenlijk op de inhoud helemaal niet zoveel mis was met deze deal? Vinden zij misschien de uitkomst niet zo vrij, maar vinden zij dat het wel allemaal volgens de regels is gegaan? De SP wil ook weten hoe minister De Jonge denkt over zijn eigen rol in deze zaak. Over het liegen tegen journalisten, over de WOP frustreren, over het tegenhouden van de waarheid totdat het niet anders kan. Wat zegt dit nou over zijn werkwijze en het vertrouwen dat mensen daarin kunnen hebben? En wat hebben we aan een minister die voor de beeldvorming een deal sluit om vervolgens zijn handen weer van die deal af te trekken als het in de beeldvorming zo lelijk uitpakt? Dan, voorzitter, tot slot het gebruik van privémail. Door kabinetsleden moet wat de SP betreft nu zo snel mogelijk stoppen. Wij zullen daar vanmiddag ook een voorstel voor indienen. Het gaat namelijk niet alleen om de bescherming van data, maar ook over de mogelijkheid van het maken van reconstructies. Straks, als de parlementaire enquête wordt gedaan, maar ook de onderzoeken die nu al lopen bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En de OVV, daarvan weten we, die vraagt bij onderzoeken alle relevante informatie op. En personen, bewindspersonen die meewerken aan het onderzoek, moeten ook conform artikel 40 van de Rijkswet, Onderzoeksraad voor Veiligheid, volledig aan deze onderzoeken meewerken. Mijn vraag aan de minister De Jonge is of hij in gesprekken of schriftelijk aan de OVV heeft laten weten dat er ook informatie en correspondentie op zijn privéaccount staan. En heeft de OVV ook onderzoek kunnen doen in deze mailbox om alle relevante stukken te kunnen opvragen en te kunnen bekijken? Wij moeten zeker weten, ook aan het eind van deze dag, dat belangrijke onderzoeken niet tegen de wet in door bewindspersonen zijn gefrustreerd. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. En dan geef ik het woord aan de heer Asserkan Denk. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik sta hier met een wat ongemakkelijk gevoel. Het debat van vandaag steekt schril af tegen de verschrikkelijke oorlog die gaande is in Oekraïne, waar miljoenen mensen op de vlucht zijn. En het steekt ook schril af tegen veel Nederlanders en het gevoel dat zij hebben dat hun toekomst onzeker is. Over de ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis en alles, maar dan ook alles hebben moeten geven om te overleven. En de vraag is, voor hoe lang? Voor veel Nederlanders, voorzitter, is het maar de vraag of ze hun eten kunnen betalen. Er zijn zelfs kinderen die bij kaarslicht en met die jas aan hun huiswerk maken, omdat hun ouders de energierekening niet kunnen betalen. Ja, voorzitter, in dat licht spreken wij hier een dag, in plaats van over dat soort onderwerpen, spreken wij over de mondkapjesdeal. En toch, voorzitter, is het van cruciaal belang dat we dat hier met elkaar doen, over de rol van de minister. Want dit debat gaat niet over Siewert van Liende. Dit debat gaat niet over hoe je 100 miljoen euro vangt voor waardeloze mondkapjes, omdat je direct toegang hebt tot de minister. Dit debat gaat ook niet over Hugo de Jonge. Dit debat, voorzitter, gaat over de rol van het parlement en de integriteit van het openbaar bestuur. Over het informatierecht van het parlement. Over het fundament van de controle door het parlement op de regering. Over artikel 68 van onze grondwet. En voorzitter, dat kunnen we niet een beetje doen. We kunnen niet een beetje integer zijn. En het zou deze minister sieren als hij moed en leiderschap laat zien. Opstaat, zijn excuses aanbiedt aan het parlement en hardop zegt, ik heb dat niet goed gedaan. Ik heb afbreuk gedaan aan het openbaar bestuur en de Kamer onjuist, ontijdig en onvolledig geïnformeerd. En voorzitter, er valt er nog iets te redden van de integriteit en de geloofwaardigheid van het parlement. Want die geloofwaardigheid die heeft de afgelopen 10 jaar heeft iets zwaar gehad. Want dit parlement heeft toegestaan dat de premier 3 keer hier heeft kunnen liegen. 1 april vorig jaar nog voor het laatst. En voorzitter, we zijn daarmee door een ondergrens gezakt. En vandaag hebben we de mogelijkheid om dat te herstellen. Want wat wij doen hier in Den Haag, voorzitter, heeft direct invloed op de samenleving. En we zien die brokstukken. We ervaren het wantrouwen bij mensen. We voelen het ongemak op straat als we aangesproken worden. En we zien dat steeds meer burgers afhaken. Steeds meer Nederlanders snappen niet wat hier in Den Haag de spelregels zijn. Steeds minder Nederlanders gaan stemmen. En daarmee verliest onze democratie aan waarde. En we hebben gezien waar het toe kan leiden. Hoe schrijnend het niet integer handelen heeft uitgepakt voor tienduizenden burgers in de toeslagenmisdaad.
En voorzitter, je kunt het deze minister eigenlijk niet kwalijk nemen. Want wat hij kan zeggen is, als Rutte mag liegen, mag ik het toch ook. Als ik het parlement verkeerd, onjuist en ontijdig informeer, dat hebben we jaren gedaan. Leest u maar het rapport van Van Dam, Ongekend Onrecht. Daar staat het letterlijk in. En kijk, zal die zeggen, Sigrid, Mark, Wopke, ze zitten er allemaal. En natuurlijk draait alles om de beeldvorming. Natuurlijk, ook dat stond in het rapport, glashelder, het rapport Onrecht. Beeldvorming en de eigen positie was belangrijker dan het integer handelen en het opkomen voor burgers. En voorzitter, we bevinden ons op een hellend vlak. En dan moeten we ook geen krokodillentranen laten als nog maar 40% van de mensen komt stemmen. Als in sommige wijken 1 op de 10 mensen nog maar komt stemmen. En we moeten het niet gek vinden als onze ambtenaren de protocollen niet meer volgen. Omdat ministers het ook niet doen. En dan, voorzitter, dan zijn we af. Dan kunnen we onze integriteit en onze waardigheid begraven. Dan hoeven we niet meer te spreken over die transparantie en die nieuwe bestuurscultuur. Voorzitter, dat is een dode letter. Voorzitter, ik rond af. Het is schrijnend, voorzitter, dat de minister niet heeft willen voldoen aan de uitspraak van de rechter. Sterker nog, hij heeft belastinggeld betaald, dwangsommen, om maar niet transparant te kunnen zijn. Hij is de belichaming van die strijd tegen die openbaarheid. En dan krijgen we wat we de afgelopen jaren gezien hebben, waar dit kabinet onbekend staat. Dan komt de fase van de woordspelletjes, van het kronkelen en het glijden. En laten we dat vandaag nou eens niet doen. Laten we een waardig debat voeren met als inzet het fundament van onze parlementaire democratie. Dank. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Klaver, GroenLinks. Voorzitter, ik zie sommige partijen dit debat aangrijpen als een soort van evaluatie van het totale coronabeleid. Dan wel om terug te kijken op alles wat er niet goed is gegaan met het inkopen van mondkapjes. Dat kan ik op dit moment niet en daar is dit debat ook niet voor bedoeld. Dit debat gaat over iets anders, misschien nog wel iets groters. Het gaat over onze democratie. Een jaar geleden stonden we in deze zaal. Het 1 april debat. Helaas geen grap. En we hadden hier een debat over dat we het allemaal anders zouden doen. Er stond hier een premier te vechten voor zijn politieke leven. En we zouden het allemaal beter doen. We gaan informatie nu geven aan journalisten als ze erom vragen en aan de Tweede Kamer. En waar staan we nu? Artikel 68 van de Grondwet zegt dat informatie ten alle tijde aan de Kamer verschaft moet worden. Tenzij dit in het belang van de staat niet kan. Vorige week vroegen we om informatie. En tot 2 keer toe is deze informatie door minister Helder geweigerd. Ik dank het kabinet dat deze informatie hier gisteren wel is gekomen. Maar dat laat wel een vraag open. Waarom kon vorige week deze informatie niet geleverd worden en deze week wel? Waarom kon er vorige week blijkbaar wel een beroep gedaan worden op het belang van de staat en waarom niet? En uit de brief die minister Helder heeft gestuurd, wordt de brief van minister De Jonge meegestuurd met het verzoek om deze informatie door te sturen. Wie heeft eigenlijk bepaald dat deze informatie nu wel naar de Tweede Kamer kan? Voorzitter, we moeten afrekenen, en niet alleen de oppositie hier, en ik kijk indringend naar de coalitiepartijen, als parlement. We moeten als parlement afrekenen met een verziekte bestuurscultuur. Een bestuurscultuur waarin memo's over de dividendbelasting maandenlang achtergehouden kunnen worden en dan plotseling naar boven komen. En dat hij dan een winstpersoon staat en zegt, ja, sorry, ik had het echt allemaal anders moeten doen, ik had het eerder moeten doen, sorry. Een bestuurscultuur waarin informatie over het toeslagenschandaal jarenlang achter is gehouden. Jarenlang, met alle gevolgen van dien. Een bestuurscultuur waarin feitenrelaties niet met de Kamer worden gedeeld, tenzij de minister, die het onderwerp is van het feit, helaas zelf zegt dat het goed is dat deze informatie gedeeld kan worden. Voorzitter, ik kijk hier naar een kabinet dat zich vooral lijkt druk te maken over haar eigen status, over opiniepeilingen, over boze Twitterberichten. Mijn boodschap vandaag is, ga aan het werk. Geef de Kamer en journalisten gewoon eerlijk antwoord als ze vragen stellen, zodat we ons allemaal bezig kunnen houden met de echte problemen van onze tijd. En concreet, voorzitter, heb ik nog een aantal vragen aan het kabinet.
Kijk, de minister De Jonge kan wel zeggen, sorry, ik had eerder en beter de Kamer moeten informeren. Maar wat bedoelt hij daar precies mee? Wat ik hier zie gebeuren is de methode Rutte. Dit is hoe Rutte al 10 jaar met allerlei ongein in dit parlement wegkomt. Maar kan de minister ook in dit debat uitleggen waarom hij op 25 april ambtelijk via de app wel degelijk details kreeg over deze deal? En hoe het dan kan dat hij op 17 mei van datzelfde jaar, 2021, bij het uitlopen van de ministerraad zegt dat hij op geen enkele wijze betrokken is? Houdt hij dat nog steeds staande, dat hij niet betrokken was bij deze deals, terwijl uit de berichten die we hebben gezien dat wel degelijk het geval was? In Kamervragen uit juni van 2021 wordt gesteld dat die minister Van Rijn iedere keer de informatie heeft doorgegeven. Als mijn fractie dat leest, denken we dat is prijzenswaardig. Want het is de taak van de minister om signalen door te geven. Nu blijkt dat hij ambtenaren heeft aangezet om aan het werk te gaan. Voorzitter, ik rond af. Mijn punt hier is niet dat het allemaal niet zou deugen wat hier is gebeurd, dat het niet goed is. Ik kan het op dit moment, heb ik niet alle feiten en kan ik er niet over oordelen. Maar wat ik van bewindspersonen verwacht, ieder moment, is dat ze eerlijk de informatie delen met de Tweede Kamer en met journalisten. Samen maken we onze democratie. En de democratie is gebaat bij transparantie. En het moment dat dat niet gebeurt, dan hebben we als volledige Tweede Kamer een groot probleem. En ook het kabinet. Dit gaat over het vertrouwen dat mensen kunnen hebben in ons openbaar bestuur. Daar gaat dit debat vandaag over. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Van Es, Partij voor de Dieren. Voorzitter, dank u wel. En ook ik, voordat ik mijn vragen over de mondkapjesdeal aan de toenmalig minister van Volksgezondheid zal stellen, moet mij ook iets eerst van het hart wat meerdere partijen hier al gedaan hebben vandaag. Dat vertrouwen in Nederlandse politiek is zorgwekkend laag. En niet zonder reden. De afgelopen jaren hebben namelijk partijbelangen en beeldvorming de agenda van de verschillende kabinetten Rutte bepaald. En de gevolgen zijn rampzalig geweest. Op 15 januari vorig jaar trad het kabinet Rutte 3 met tegenzin af na dat ontluisterende rapport, wat al genoemd werd vandaag, dat ongekend onrechtrapport over het afschuwelijke toeslagenschandaal en over het onvolledig en ontijdig informeren van de Kamer. En we hebben in nasleep daarvan in de Kamer ook uitgebreid gesproken over die zogezegde Rutte-doctrine. De doctrine die stelt dat het kabinet er alles aan doet om de Kamer zo lang mogelijk, zoveel mogelijk in het duister te laten tasten en daar allemaal smoesen bij te verzinnen. En het kabinet Rutte 4, de doorstart van kabinet Rutte 3, heeft dus nogal een geschiedenis. Maar in plaats van te reflecteren op die eigen rol, te werken aan het versterken van het vertrouwen in de politiek, gaat dit kabinet op die oude voet door. Er werd ons door minister-president bij Nieuwsuur een nieuwe bestuurscultuur beloofd. Maar deze mondkapjesdeal legt weer haarfijn bloot dat beeldvorming nog steeds belangrijker is dan het eerbieden van basale grondwettelijke principes. Zoals het tijdig en volledig informeren van de Tweede Kamer. En precies zoals dat heel normaal was onder die oude bestuurscultuur in de afgelopen jaren, is dat nu weer hetzelfde. En na heel veel trekken en duwen van Kamerleden en journalisten maakte minister De Jonge gisteren dan eindelijk die vlucht naar voren en gaf haar informatie vrij. En uit die stukken blijkt dat de toenmalige minister van Volksgezondheid onder druk van Van Linde en vrienden het beslissende zetje heeft gegeven voor deze mondkapjesdeal. Een deal die 20 miljoen euro voor die pandemieprofiteur Van Linde opleverde en een belastingbetaler gedesillusioneerd achterliet. Mijn eerste vraag aan de oud-minister is dan ook, oud-minister van Volksgezondheid is dan ook, waarom heeft die minister over het feit dat hij de grote katalysator van deze deal was, iedereen waaronder de Kamer een rat voor ogen willen draaien? Waarom niet uit zichzelf naar voren gestapt en gezegd, ook ik heb mij laten misleiden door deze beroepsoplichter? In plaats van suggereren dat de minister überhaupt niet bij deze deal betrokken is geweest. Ik denk echt, de Kamer was in ieder geval niet blij geweest met die informatie, maar ik verwacht toch wel een stukje vergevingsgezinder. Van Linde wist namelijk iedereen om zijn vinger te draaien en te misleiden, ook deze minister.
Over welke onderwerpen heeft deze minister, en dan ga ik door naar die privémail, nog meer over het totaal onacceptabel zijn privémailadres gebruikt? Welke andere onderwerpen komen daar nog in bod? En kan de minister bijvoorbeeld een uitputtende lijst geven van onderwerpen die ze in zijn ministerschap raakten, waarover hij zijn privémailadres gebruikt? Want wij tekenen straks mee met een voorstel van de SP, onacceptabel dat dit nog doorgaat. En kan de minister reflecteren op zijn rol, en dan bedoel ik in het beschadigen, in het vertrouwen in de politiek. En ik bedoel dan ook wel echt een serieuze reflectie. En geen halfbakken reflectie over, ik had het appverkeer eerder naar de Kamer moeten sturen. Excuses daarvoor. Maar echt een reflectie over, hoe gaat het nu beter worden? Als voorzitter, tot slot. Minister De Jonge heeft zo lang mogelijk geprobeerd om niet te hoeven toegeven. En toen het echt niet anders kon, toen de druk te groot werd, bood hij een soort van excuses aan. Niet omdat Hugo de Jonge intrinsiek gemotiveerd was om het beter te doen, maar vanwege de beeldvorming. En precies zoals ook zijn eigen baas, premier Rutte, dat zou doen. En dat is wat ons betreft fundamenteel verkeerd en zeer zorgwekkend gedrag. En daarmee hopen wij vandaag verbetering te zien. Dank u wel. Dank u wel. En dan geef ik het woord aan de heer Dassen van Volt. Dank voorzitter. Voorzitter, we lezen al een behoorlijke tijd over kiezers die hun vertrouwen verliezen in de politiek. En het is ernstig om te moeten constateren dat daar alle reden toe is. Het gedrag van een bewindspersoon zou niet zoveel aandacht van het parlement moeten vragen. En zeker niet in een tijd van oorlog en een tijd van stijgende inflatie. En het is pijnlijk dat we hier vanwege de zoveelste kwestie staan waar de positie van de Kamer niet wordt gerespecteerd. Omdat de minister onvolledig, onduidelijk en inconsequent is. Omdat de minister ons niet alle informatie heeft gegeven. Voorzitter, van het verdwenen memo Palme in de toeslagenschandaal tot het eindeloze aantal zaken waarin de rechter uiteindelijk de overheid moet dwingen bepaalde informatie vrij te geven, van het vaak ontijdig en onvolledig informeren van de Kamer. We praten hier vandaag niet over een incident, maar over een schadelijk patroon. En of het nu in al die zaken nu gaat om bewuste integriteitsschendingen of niet, om echte belangenverstrengelingen of slechts de schijn van belangenverstrengelingen, het doet er niet meer toe. Het patroon wekt argwaan en dat ondermijnt het vertrouwen. Vertrouwen is namelijk een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende en democratische rechtsstaat. Dat er in een crisis als deze, in een pandemie, fouten gemaakt worden, is meer dan logisch. Maar ook als je fouten maakt, kun je transparant, open en eerlijk zijn in de terugblik. Ontkennen dat je als minister betrokken was bij een nogal opmerkelijke mondkapjesdeal terwijl het wel zo was, een privéserver gebruiken, tegen alle regels in en tegen alle veiligheidsmaatregelen in. En je pas verontschuldigen op het moment dat de feiten aan het licht komen. Waar te beginnen, voorzitter? Kan minister De Jonge uitleggen waarom hij een toenmalige partijgenoot met inderdaad veel volgers op Twitter zoveel macht toekende? Waarom was de minister bang voor de heer Van der Linden? En snapt de minister dat de bizarre focus op beeldvorming die uit alle communicatie druipt, schade aanricht? Ik zou de minister willen vragen hier in zijn reactie echt goed op te willen reflecteren. En wat was het werkelijke belang van de samenwerking met de heer Van der Linden? Wat was het politieke belang? Waarom negeerde de minister de adviezen van de ambtenaren en van de LCH? Samengevat, we hebben grote bedenkingen bij het handelen en de intenties van Van der Linden. Doe het niet. En waarom besloot de minister zulke duidelijke signalen te negeren? En wat bedoelde de assistent van de minister toen hij waarschuwde voor lijnvervaging? En voorzitter, waarom is het zo lang geprobeerd specifieke informatie weg te houden, er zelfs gekozen werd voor betaling van dwangsommen, en waarom kon er gisteren een dag voor het debat ineens wel alles naar de Kamer? Wanneer was minister Helder op de hoogte van de betrokkenheid van minister De Jonge? Voorzitter, het Volkskrant-artikel over de deal, waarin we de eerste appjes al konden lezen, zou volgens minister De Jonge op punten niet kloppen. En ik vraag me dan ook af, welke suggesties kloppen volgens de minister dan niet? En kan hij dit heel precies aangeven? En voorzitter, wat betreft de privémailwisselingen en privéberichtjes, kan de minister bevestigen dat er in die mails geen gevoelige werkgerelateerde zaken staan waarover de Kamer geïnformeerd had moeten worden? Op basis van artikel 68 en de archiefwet hebben we als Kamer namelijk recht op al die informatie.
Dus als er nog andere informatie is, hoor ik het graag van de minister. En tot slot, voorzitter. LCH stelde voor 1 of 2 miljoen mondkapjes van Van Linde af te nemen. Als het voor de beeldvorming dan echt moet, bestel er dan 1 of 2 miljoen. Een weekend daarna werden er in één keer 40 miljoen mondkapjes besteld. En ik vraag aan de minister, hoe kan dit en wie heeft daar uiteindelijk de opdracht toe gegeven? Ik hoop, voorzitter, dat de minister met een duidelijke en goede reflectie komt om te zorgen dat het vertrouwen wat zo noodzakelijk is voor onze democratie en rechtsstaat hersteld kan worden. Dank u wel. Dank u wel. En dan geef ik het woord aan de heer Goudsvaart van JA 21 en het is zijn maiden speech. En dat wil zeggen dat hij iets meer spreektijd krijgt, niet geïnterrumpeerd wordt. En ik stel voor dat we daarna even kort schorsen voor de felicitaties. Ja, gaat gaan. Hartelijk dank, voorzitter. Ja, mijn medespeech en voor veel Kamerleden een persoonlijk hoogtepunt. En ik heb de eer Nikki Pauw Verwij te mogen vervangen. En zij is gisteren de trotse moeder geworden van Hanna. Ja, ja. 3 jaar geleden ben ik in de politiek gestapt omdat ik wilde bijdragen aan een beter Nederland. Realisme op het gebied van klimaatmaatregelen, immigratie en een betrouwbare overheid. En waarom is een betrouwbare overheid zo belangrijk? Wel, in ieder leven kunnen ogenschijnlijk rotsvaste zekerheden wegvallen. En een mens kan diep vallen en wakker worden in een wereld van chaos, wanhoop en verdriet. Want het leven is soms ook lijden. Gelukkig beschikt de mens over eindeloos veel veerkracht. En als je gelukt hebt, liefdevolle familie en goede vrienden. Want hoewel mijn gezin, van wie de oudste zoon onder de waterpokken zit, 200 kilometer van mij is verwijderd, voel ik dat ze altijd dicht bij mij zijn. En ik gun iedereen de warmte en steun die ik van hen ontvang. Want ik weet dat dit niet iedereen is gegund. En daarom, op die momenten, moet er een overheid zijn die er voor jou is. Zodat iedereen na de nodige tijd en aandacht weer aansluiting vindt bij de kudde en zijn of haar reis kan vervolgen. Dat, voorzitter, die menselijke maat, aandacht en rechtschapenheid wordt maar al te vaak uit het oog verloren. Voorzitter, een betrouwbare overheid had ons parlement nooit zo lang in het ongewisse gelaten. Want dankzij prima onderzoeksjournalistiek heeft iedereen kunnen lezen wat voor dubieuze praktijken zich in de prille zomer van 2020 hebben afgespeeld. De drie heren Siewert van Linde, Bernd Damme en Camiel van Gestel hebben op een slinkse manier miljoenen aan overheidsgeld binnengehaald. Geld afkomstig van hardwerkende burgers. En dit zijn zeer laakbare praktijken. Mede omdat men wist dat ons land zich in een crisis bevond. En daar is op grove manier misbruik van gemaakt. En het vertrouwen in de politiek blijft afbrokkelen. Door torenhoge inflatie, al voor de oorlog in Oekraïne. De vastgelopen woningmarkt en met de nadere onteigening van boeren heeft de huidige coalitie een maatschappelijk draagvlak van slechts 59 zetels. Dat hoort net oer, zouden wij in Friesland zeggen. Voorzitter, de coronacrisis is voorbij. Maar het optreden van de voormalig minister van VWS komt nog in allerlei varianten langs. En het is goed dat uitgerekend deze minister zelf tekst en uitleg komt geven. Natuurlijk begrijpt mijn fractie de druk van de omstandigheden. En met afgrijzen heb ik gelezen dat de vele bedreigingen niet alleen impact hadden op de minister, maar ook op zijn gezin. En deze Kamer mag wat mij betreft ook naar zichzelf kijken. Want afrekenen met een minister die onder grote druk besluiten moet nemen, kan al te makkelijk zijn. Maar toch, JA 21 neemt een verontrustend patroon waar. Een patroon om de randjes op te zoeken, om eroverheen te gaan en om iedere kritiek assertief te pareren. Ook lang nadat de acute fase van de crisis voorbij was. En ja, op enig moment gaat dat zich tegen de minister keren. Ik ga afronden. Voorzitter, stukje bij beetje komt een beeld van de werkelijkheid naar buiten dat nogal afwijkt van het beeld dat deze minister heeft neergezet. Zo wordt in antwoord op onze Kamervragen uitgebreid ingegaan op de speelfunctie van het landelijk consortium hulpmiddelen,
Naar nu blijkt werd het LCH op een cruciaal moment gepasseerd. En de mondkapjes van Verlinde werden het LCH door de strot geduwd. Want op dat moment lag er al een voorraad van een jaar. Redelijke procesafspraken waren kennelijk niet bestand tegen politieke druk. Het is zomaar een voorbeeld. En een paar vragen aan minister De Jonge. Kan de minister toelichten waarom de inzichten en bedenkingen van het LCH onder politieke druk aan de kant werden geschoven? En klopt het dat creatief werd omgegaan met procedures om concurrentie te voorkomen? En gaven ambtenaren van het ministerie van VWS aan dat de gang van zaken niet deugde? Voorzitter, tot slot. Waar het in de kern om gaat, is de vraag of de minister zich met zaken heeft bemoeid waar hij buiten had moeten blijven. En vervolgens om de vraag of hij het parlement hierover heeft misleid. En wat is dan bemoeien? Nou, volgens de dikke vandalen is dat zich inlaten met zaken waar je vooral niets mee te maken hebt. Dat is kort, krachtig en voor geen misverstand vatbaar. Dat is met betrekking tot het aanbod van de mondkapjes een actieve houding innemen om ervoor te zorgen dat er een deal komt. Dat betekent intensief contact met Verlinde en met ambtenaren over deze zaak. En van de minister vraag ik een kort en krachtig antwoord op de laatste twee vragen. Heeft de minister zich bemoeid met de deal van Verlinde? En heeft de minister de Kamer misleid over zijn bemoeienis met deze mondkapjesdeal? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Goudsvaart. En gefeliciteerd met uw maidenspeech. Dank u. En ook heel mooi de persoonlijke noot die u aan uw inhoudelijke verhaal gaf. Heel veel succes in deze Kamer. Ik schors de vergadering voor een enkel moment, zodat u de felicitaties in ontvangst kan nemen van de collega's in de zaal en de bewindspersonen. Ik schors de vergadering voor een enkel moment. Open weer het debat, de vergadering. Ik geef het woord aan de heer Van der Staaij van de SGP.
Mevrouw de voorzitter, allereerst wil ik nog mijn gelukwensen uiten. Complimenten geven aan de heer Goudswaard voor zijn medespeech. Het was wel bijzonder dat het hem lukte, en dat is weinig gegeven, om twee keer geroffel op de bankjes te krijgen tijdens een medespeech. Maar dan gaf het blijde bericht van de geboorte van Hanna, dochter van mevrouw Pauw Verweij, natuurlijk ook wel aanleiding toe. En ook haar hebben we al met geroffel van harte gefeliciteerd. Voorzitter, dan heb ik vooraf nog een andere opmerking voordat ik naar de inhoud ga. Natuurlijk begrijp ik de wens van veel partijen uit de Kamer om oud-minister van VWS De Jonge snel aan de tand te voelen over de mondkapjesdeal. En natuurlijk snap ik ook de aandrang van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om zich persoonlijk te kunnen verdedigen over zijn bemoeienis hiermee in zijn vorige rol. Maar hoe begrijpelijk en verleidelijk ook, het is in de ogen van de SGP-fractie een ongelukkig novum dat deze weg nu daadwerkelijk wordt ingeslagen. Het is namelijk een dubieuze doorkruising van de tot nu toe consequent gehanteerde staatsrechtelijke regel dat in het debat verantwoording wordt afgelegd door de zittende minister, ook over het handelen van zijn of haar ambtsvoorganger. En het is ook onnodig omdat de Kamer andere mogelijkheden heeft om oud-bewindspersonen te bevragen op hun handelen in vorige functies, zoals bijvoorbeeld de parlementaire ondervraging of parlementaire enquête. Al met al geen voorbeeld ter navolging dus. Dan nu naar de inhoud. Laat ik vooropstellen dat de SGP met een zekere mildheid wil kijken naar acties, ook van de vroegere minister van VWS, om ogenschijnlijk aantrekkelijke aanbiedingen van mondkapjes welwillend te benaderen. Er was immers, dat herinneren zeker degenen die er toen bij waren, zich als de dag van gisteren, immense maatschappelijke en politieke druk om zoveel mogelijk beschermingsmiddelen in te kopen. En natuurlijk zijn er vervolgens ook kritische vragen te stellen, die ook bij mijn fractie leven. Ik zeg niet dat daarmee op voorhand alles goed was. Een deal met Van Lienden werd door inkomens van het landelijk consortium hulpmiddelen diverse keren stellig ontraden. En daarom vraag ik ook aan de minister voor Langdurige Zorg, wat waren de redenen om ondanks de interne kritiek toch een deal met Van Lienden te sluiten? En hoe weegt zij daarbij de betrokkenheid van de toenmalige minister van VWS? Vanaf welk moment waren de toenmalige ministers zich ervan bewust dat Van Lienden fors aan deze deal zou verdienen? Mevrouw de voorzitter, maar voor de SGP zit de grootste pijn in een ander punt. Waarom is pas gisteren eindelijk opening van zaken gegeven? Waarom niet eerder transparantie en eerlijkheid zwaarder laten wegen? Geen halve waarheden, maar opening van zaken is toch de bestuurscultuur die we met elkaar hoog wilden houden. En de kernvraag in dit debat is voor mijn fractie daarom: waarom is een antwoord op Kamervragen niet eerder de volle waarheid verteld over de betrokkenheid van de minister van VWS rondom deze deal? En hoe kunnen we erop vertrouwen dat we in de toekomst ook in onze Kamervragen wel openheid van zaken krijgen? Ik hoor daar graag een overtuigende reactie op. Voorzitter, tot slot nog dit. Dat we vandaag een ongemakkelijk en ongewoon debat voeren komt mede doordat ook het Deloitte-onderzoek naar de mondkapjesdeal veel langer duurt dan beoogd. Welke mogelijkheden ziet de minister voor Langdurige Zorg om het onderzoek nog verder te versnellen of te voorkomen dat het nog weer verder vertraagt? Voorzitter, daarmee kom ik aan het einde van mijn betoog in eerste termijn. Dank u wel. Dan geef ik kort aan mevrouw Van den Berg, CDA. Voorzitter, we spreken hier vandaag opnieuw over de mondkapjesdeal. Omdat duidelijk is dat Relief Goods Alliance van Siewert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel niet zonder winstoogmerk die mondkapjes hebben verkocht. Terwijl ze overal voordeden alsof ze om niet de persoonlijke beschermingsmiddelen zouden leveren. Persoonlijk gewin ten koste van de belastingbetaler in tijden van de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog. Nalevering bleek bovendien dat de mondkapjes niet voldeden aan de kwaliteitseisen. Zo is de overheid voor het lapje gehouden en twee keer bekocht. Was dat niet het geval geweest, dan spraken we hier nu niet over een afzonderlijke deal. Voorzitter, Deloitte doet intussen een uitgebreid onderzoek naar alle feiten en tijdspaden. En het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart op basis van een aangifte van uitzendbureau Randstad.
Om niet bood Randstad haar hulp aan, ervan uitgaand dat iedereen alleen werkte voor de goede zaak. Wellicht niet pro deo, maar dan toch zeker pro bono. Ook zij zijn bekocht. Voorzitter, het CDA wil zich richten op 3 aspecten. Ten eerste het feit dat na levering er discussie ontstond of de mondkapjes voldeden aan de kwaliteitseisen. Het onderzoek van Deloitte zal de feiten en achtergronden daarvan in kaart brengen. Maar waar het nu om gaat, is er nu een proces ingericht waarbij het niet meer mogelijk is dat door de regering aangekochte mondkapjes of andere middelen ondeugelijk blijken. Welke lessen zijn hier getrokken? Ten tweede, voorzitter, de omstandigheden die het ministerie extra kwetsbaar maakten om zaken te doen met onbekenden. In de eerste maanden van de crisis riep iedereen om mondkapjes. En dan word je geconfronteerd met iemand die zegt dat hij er probleemloos voor miljoenen kan zorgen tegen een redelijke prijs en die op sociale media en bijna dagelijks in talkshows zegt dat het ministerie met zijn professionele inkopers incompetent is en stelt dat hij zelf wel een parallele concurrerende organisatie kan opzetten. Het is dan de kunst om het kaf van het koren te scheiden. Welke lessen zijn daaruit geleerd? En welke maatregelen heeft de minister getroffen? Want dit kan morgen weer gebeuren. Vindt u het goed, mevrouw Agema, als eerst mevrouw Van den Berg haar verhaal afmaakt? En dan is er alle ruimte voor interrupties. Ten slotte, natuurlijk gaat dit debat ook over de betrokkenheid van de vorige minister van VWS. Zijn betrokkenheid bij het coronadossier was zeer groot. Net als de betrokkenheid van ieder van ons in deze Kamer. Debat na debat riep de volkallige Kamer het kabinet op om alles te doen om zo groot mogelijke voorraden aan te leggen. U zult zich deze debatten herinneren. En dat de minister, net als velen van ons, talloze aanbiedingen van bedrijven, instellingen en bekende en onbekende Nederlanders kreeg, was bekend en is niet vreemd. Maar zoals ook in antwoord op Kamervragen is aangegeven, zijn deze aanbiedingen alle onder de verantwoordelijkheid van de toenmalige minister voor Medische Zorg nagegaan en afgehandeld, zoals het hoort. De conclusie van de CDA-fractie is dan ook met de unieke inkijk van gisteren, met de informatie die we hebben gekregen, staat de persoonlijke integriteit van deze minister wat ons betreft niet ter discussie. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Er zijn een aantal collega's die interruptie wilden. Allereerst mevrouw Agema, dan de heer Klaver, dan de heer Heijink en dan de heer Asserkamp. Gaat u gang, mevrouw Agema. Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp uit de bijdrage van mevrouw Van den Berg dat de schuldige was CDA de heer Van Linden en dat de Kamer schuldig was. Maar dat volgens de heer De Jonge geen enkele blaam treft in de mondkapjesdeal. Mevrouw Van den Berg. Voorzitter, als mevrouw Agema zegt, was het niet handig geweest als de minister al vorig jaar had aangegeven, ja, ik heb wel allerlei apps gehad, maar die heb ik doorgeleid naar minister Van Rijn, dan heeft mevrouw Agema daar een punt. Maar het is ook zo dat de minister werd geconfronteerd met dus dit soort aanbiedingen. Zoals ik trouwens ook. Ik heb ook dingen doorgeleid naar het ministerie. En dat er dus werd gezegd, we gaan een concurrerende organisatie opzetten. En als dat zo zou zijn, dan zouden dus 2 stemmen in China klinken in plaats van 1 namens Nederland. En dat zou ons echt niet geholpen hebben in die tijd. Mevrouw Agema. Ja, voorzitter, ik schrik hier een beetje van. Mevrouw Van den Berg heeft zich zelf kunnen vergewissen van alle feiten die zijn aangedragen. Bijvoorbeeld ook van Strop en Vermeulen in Sieverts miljoenen, maar ook Hendricks en Kreling in de Volkskrant, verschillende WOP-verzoeken, ook Aukema van de Tuinen. Daar heeft ze allemaal kennis van kunnen nemen. En nou staat hier de vertegenwoordiger van het CDA eigenlijk het platte nepotisme van haar partij en wat hier gebeurd is te verdedigen. Het landelijk consortium hulpmiddelen wilde niet met CDA Van Linden in zee. Er waren op dat moment al 75 miljoen kapjes binnen. Er waren grote bestellingen waren er al gedaan. Er was onzekerheid over de levering. En het was een jonge organisatie. Ze wilden niet met Van Linden. Dat wilden ze niet. Maar vervolgens komt CDA Hugo de Jonge in actie. En CDA SG Van den Dungen. En CDA PA Van den Brink. En CDA Pieter van Omtzigt later ook nog. En u zelf. Waarom doet u het debat eigenlijk? Mevrouw Van den Berg. U hebt zelf Kamervragen gesteld.
om ervoor te zorgen dat de hulptroepen, gasten ook gevrijwaard werden van btw-afdracht. Dat waren uw Kamervragen van 20 april. Het is één grote CDA-bende en daardoor kon Siewert Verlinde weer in beeld komen en daardoor kon hij later dus een deal sluiten. En daardoor konden anderen die niet van die CDA-vriendjespolitiek gebruik maakten geen deal sluiten. En dat zien we dus ook vandaag. Vandaag is er een mondkapjesleveraar die de staat voor de rechter daagt om het afzeggen van hun deal. Omdat zij niet CDA-connecties hadden. Mevrouw van den Berg. Voorzitter, ik heb hier even drie punten op een rij gezet naar aanleiding van de vragen van mevrouw Agema. Ten eerste van 75 miljoen kapjes waarder. Het landelijk centrum zegt van nou, we hebben er eigenlijk voldoende. Dus waarom worden er dan toch nog gekocht? Nou, ik kan me aan alle kanten voorstellen die professionele inkopers zeggen die gewend zijn met grote supply chain te werken. Dit gaat gewoon goed komen. Maar aan de andere kant de minister die iedere dag de politieke en maatschappelijke druk voelt voor de mondkapjes. En dat de minister dan denkt, ik heb liever 10 miljoen mondkapjes te veel dan één te weinig, daar kan ik mij van alles van voorstellen. Dus dat de minister zegt van ook al denken jullie, koop er toch nog maar wat extra bij, zeg ik dat is het eerste wat ik even aan wil geven. Dan de tweede, suggereert mevrouw Agema dat het te maken heeft omdat meneer Van Linde in die tijd CDA-lid was. Voorzitter, dat heeft er helemaal niets mee te maken. Ieder ander die zich met hetzelfde gedrag zou hebben gedaan als meneer Van Linde, die dus overal op social media zou hebben gezegd, ik kan het wel. Ik kan om niet miljoenen mondkapjes leveren. Ik kan een concurrerende organisatie opzetten. Ik ben ervan overtuigd dat iedere minister zich daar ook zou hebben gezegd, ga eens even met hem praten, want wij zijn niet geholpen als er een concurrerende organisatie wordt opgezet. En als derde, voorzitter, mevrouw Agema zegt van, mevrouw Van den Berg heeft zelf voorstellen gedaan voor die BTW. Ik heb even de vragen hier ook bij de hand, voorzitter. En daar staat de persoonlijke beschermingsmiddelen, dus wie vallen er allemaal onder? Dat zijn overheidsinstellingen, dat zijn liefdadigheids- of filantropische instellingen, hulporganisaties, ziekenhuiszorginstellingen en zorgverleners in het BIG-register. Dus dat is helemaal niet gericht op één aspect. Dat is er gewoon gericht dat al deze organisaties toen met enorme kosten te kampen hadden en dat daarom die vragen zijn gesteld. Tot slot, mevrouw Agema. Ja, tot slot. Interrupties doen we in max 3, hè? Nee, dat hebben we niet afgesproken. We hebben afgesproken onbeperkte interrupties. Maar zeker. Ik ga nog even door met mevrouw. Want u zit me hier nu te onderbreken. Ik had al bijna klaar geweest. Mevrouw Van den Berg. Nou, ik vind dat geen prettige toon. We doen interrupties gewoon in 3. En natuurlijk, als u weer een andere vraag hebt, dan start er weer een nieuwe interruptie. U gaat verder. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Van den Berg. In die Kamervragen stelt u de vraag om het mogelijk te maken om naast organisaties die inkopen via het landelijk consortium hulpmiddelen ook private partijen van de btw-vrijstelling gebruik te laten maken. Dat gaat dus om de Siewert van Linde van deze wereld. Ook u was een CDA-kruiwagentje dat meehielp om Siewert rijk te maken. En het kan toch niet zo zijn op het moment dat iemand met veel bereik in de media gaat lopen klagen over de minister dat hij maar eventjes 100 miljoen euro kan krijgen. Het was een organisatie waar het onafhankelijke landelijk consortium hulpmiddelen niet mee in zee wilde. Er waren genoeg mondkapjes binnen, er waren vragen over de leveringszekerheid. En ze vonden dit een onbetrouwbare partner, ze hadden betrouwbaardere partners. En dan gaat het CDA duwen. Hugo de Jonge gaat duwen. De SG wordt ingeschakeld, Van den Dungen ook van het CDA. De PA gaat bellen van het CDA. Want er moet wel een deal komen met Van Linde en hij komt weer in beeld. En hij krijgt zijn deal en is het nog niet genoeg. Want daarna gaat het CDA door met lobbyen. Er moeten nog meer mondkapjes besteld worden. De minister wordt weer onzeker. Hij begint weer te mailen en te doen. Pieter Omtzigt gaat op bezoek, urenlang, bij zijn vriend van het CDA, Van Linde. En daarna legt hij nog het plan van Van Linde, laat hij achter in het torentje. En mevrouw Van den Berg van het CDA stelt die Kamervragen. Er is 100 miljoen euro verloren gegaan. Gemeenschapsgeld, belastinggeld is verloren gegaan door het CDA. En als mevrouw Van den Berg nu denkt hier even makkelijk mee weg te komen,
Door maar te zeggen van ja, uiteindelijk was het enige slechterik van Linde. Of de Kamer had ook niet moeten vragen om mondkapjes. Nee, mevrouw van den Berg is onderdeel van het probleem. Onderdeel van nepotisme en dat is wat hier gebeurd is. Mevrouw van den Berg. Voorzitter, ja, ik wil toch even reageren op mevrouw Agema. Want die zegt dus van het zit in een soort CDA-clan. Voorzitter, nogmaals, dat heeft er helemaal niets mee te maken. We zaten met het volgende feit en ik denk dat mevrouw Agema vergeten is hoe wij hier ook als Kamer de minister iedere keer weer erop aangedrongen hebben om voor voldoende beschermingsmiddelen te zorgen, om voor die mondkapjes te zorgen. Dus de minister dat die denkt van nou, liever één mondkapje of liever 10 miljoen te veel dan één te weinig, daar kan ik mij alles van voorstellen. Dus dat er meer werd gekocht dan dat professionele inkopers op dat moment zeggen van nou, volgens ons is er voldoende, daar kan ik mij van alles van voorstellen. En het tweede is, voorzitter, mevrouw Agema die erkent niet dat meneer Van Linde dus dreigde een aparte organisatie op te zetten. Een concurrerende organisatie, waardoor wij dus in China met twee stemmen namens Nederland hadden moeten spreken, tegen elkaar hadden moeten concurreren qua prijzen. Dat zou enorm slecht geweest zijn voor Nederland. En dat mevrouw Agema met de kennis van nu zegt, nou, het was misschien allemaal wel meegevallen, dat was niet nodig geweest. Dat vind ik echt te makkelijk, voorzitter. Dank u wel. Nog even kort aan de heer Klaver. Ik wil aan de leden vragen namen van ambtenaren daar echt terughoudend mee te zijn. We hebben ministeriële verantwoordelijkheid. De heer Klaver, GroenLinks. Voorzitter, daar ben ik het roerend mee eens. Sta ik hier nou met een Kamerlid te debatteren of met een woordvoerder van de regering? Een beetje uitleg geven over hoe de regering het allemaal bedoeld heeft. Op welke wijze de minister heeft gehandeld. Ik heb een hele concrete vraag. Daar bent u niet op ingegaan in uw bijdrage. Wat vindt u in het handelen van dit kabinet van verschillende bewindspersonen als het gaat over het informatie verstrekken aan journalisten en de Tweede Kamer? Hoe oordeelt u daarover? Mevrouw van den Berg. Voorzitter, er zitten twee aspecten, denk ik, aan. Het eerste wat meneer Klaver, als hij zegt van had de minister, de toenmalige minister van Volksgezondheid, niet vorig jaar moeten aangeven dat hij deze appjes had ontvangen en dat hij die dus door heeft geleid, zoals hij waarschijnlijk van anderen dat ook heeft gehad, dat had hij inderdaad, had hij dat beter kunnen doen. Dan heeft meneer Klaver absoluut een punt. Dat is ook de mening van het CDA. Maar dat is nog wat anders dan dat meneer Klaver suggereert dat allemaal bewust is gebeurd en met opzet. En dat er dus een kwalijke achtergrond aan zou zitten. En dat vind ik echt een andere insteek. Heer Klaver. Voorzitter, ik zou de suggestie willen doen dat mevrouw van den Berg ook plaatsneemt in vak K. Want nu wij zijn hier, als Tweede Kamer, zouden wij naast elkaar moeten staan. Oppositie en coalitie. Om een waarheidsvinding te doen. Om erachter te komen, wat waren de intenties? Wat is er gedeeld op welk moment en wat niet? En nu gaat u mij hier vertellen dat het allemaal goed bedoeld was, dat de intenties niet verkeerd waren. Hoe weet u dat? Hoe weet u dat? Dat kunt u niet weten, daar hebben we nu een debat voor. Dit is precies die old school bestuurscultuur waarin een coalitiepartij de eigen minister nu al aan het verdedigen is, zonder echt geïnteresseerd te zijn, is wat is daar gedeeld. Het gaat niet alleen om het punt dat hij in een brief iets duidelijker had moeten zijn. Er lag verdorie een WOP-verzoek van de Volkskrant. Is tijden getraineerd. Vorige week komen er appjes boven water via een ander ministerie en een ander WOP-verzoek. Zegt de minister nog, het is allemaal niet waar. Dit is zoveel groter. En als mevrouw van den Berg dat niet wil inzien en niet echt het debat wil voeren, ga alsjeblieft zitten. Het is echt een schande voor de Tweede Kamer dit. Mevrouw van den Berg. Voorzitter, volgens mij zijn er al heel veel vragen gesteld waar wij ook een antwoord op willen van de minister. Van wat er allemaal is gebeurd is, waarom die WOP-verzoeken dus zo lang heeft geduurd. Hoe dat is gebeurd met de hele informatievoorziening. En dan krijgen wij zonder meer krijgen wij daar een antwoord op. Daarnaast is er natuurlijk ook nog een onderzoek nu van Deloitte. En dat het Openbaar Ministerie nog een onderzoek loopt. Dus ik denk dat dit echt niet de laatste keer is dat wij hier over die mondkapjes gaan praten. En als die informatie boven water is, dan willen wij als CDA daar ook graag weer verder nader over spreken. We hebben het nu met name over hoe de minister, de voormalige minister, zich hier heeft gedragen. Dat is volgens ons het debat van vandaag. En daar zeggen wij, als wij kijken naar de omstandigheden die er toen waren, dan begrijpen wij dat de minister zegt,
koop maar meer, ook als je denkt dat er voldoende is. En we begrijpen ook dat de minister dus leads die hij heeft gekregen allemaal heeft doorgezet. En dat meneer Van Lienden nogmaals constant dreigde in de media en iedere dag op Twitter. Ik kan het beter, ik kan een concurrerende organisatie opzetten. En dat was buitengewoon slecht geweest als dat gebeurd was in die situatie voor Nederland. De heer Heijnkes-Peep. Ja, voorzitter. Mevrouw van den Berg die wijst steeds naar de omstandigheden. En dat we om die reden niet zouden mogen spreken over de intenties en de bedoelingen van de voormalig minister van Volksgezondheid. Alleen het punt is natuurlijk juist, als je die stukken leest, dan zie je dat de bedoelingen, de intenties, behoorlijk dubieus waren. Als je kijkt naar wat was nou de uiteindelijke reden waarom er zo nodig een deal met Sievert moest worden gesloten, dan ging dat helemaal niet over zoveel mogelijk mondkapjes. Nee, dat was dat vieze verhaal over je kunt hem beter pissend naar buiten hebben dan pissend naar binnen. Wat hij letterlijk heeft gezegd. Dan ging het helemaal niet over zoveel mogelijk inkopen. Dat ging erover, we trekken hem binnenboord, zodat we van de PR, de slechte PR, de kritiek en de slechte beeldvorming af zijn. En ik hoor mevrouw van den Berg daar helemaal niet over, maar dat is natuurlijk de reden. Juist als je die stukken heel goed onderzoekt en goed leest, dan is dat de ondertoon van deze minister geweest richting zijn ambtenaren. Die ambtenaren die ondertussen allemaal zeiden, doe dit niet. Maar de minister zei, we doen het wel, we moeten het wel doen. Een beetje verdraagzaamheid, dan moet het allemaal wel goed komen, zo appt hij dan. Dat was de reden dat die deal er moest komen. Niet zoveel mogelijk kopen, niet liever eentje extra dan veel te weinig. Nee, de deal moest er komen om slechte beeldvorming te voorkomen. Erkent mevrouw van den Berg dat? Mevrouw van den Berg. Voorzitter, mevrouw van den Berg erkent absoluut, richting meneer Heijink, dat er natuurlijk druk was wat meneer Heijink schetst, het ging erom dat hier iemand constant in de media van alles liep te roepen. En dat daarom er ook werd contact gezocht. En niet per se omdat er nog 10 miljoen meer mondkapjes nodig waren volgens de professionals. Dat aspect, dat heb ik volgens mij ook in mijn inbreng benoemd, van die druk dat er een concurrerende organisatie zou komen. En dat dat ook de reden was om het contact dus te hebben, heb ik in mijn inbreng ook genoemd. Dus dat heeft zeker meegespeeld, voorzitter. Heer Heijink. Maar dan is het toch ongelooflijk dat de uitkomst van de hele discussie een deal van 100 miljoen euro is, waar 3 mensen 20 miljoen euro in hun eigen zak van steken. Dat is dan toch een ongelooflijke uitkomst. Als dat de onderliggende reden is om dat contract te sluiten, om die deal te maken, dan zou je toch zeggen, waarom heeft de heer Van Rijn, oud-minister Van Rijn, waarom heeft de minister De Jonge destijds niet meteen gezegd, wacht eens even, we hebben met die lui gesproken, het zijn een stel boeven, ze proberen ons op te lichten, ze hebben een BV opgericht, terwijl ze zeggen op televisie met zonder winstoogmerk te werken, wij gaan met die lui niet in zee. En dit is de reden waarom we dat niet doen. Nee, hij heeft het proberen kat te stellen door een deal aan te gaan. Eerst nog misschien een kleine, toen werd het een grote, en uiteindelijk zijn we allemaal voor 100 miljoen euro de mist in gegaan. Waarom heeft het kabinet dan toen niet meteen gezegd, je moet met die gasten niet in zee gaan? Nee, hij heeft het proberen te bedoezelen, te weg te moffelen, door wel een deal aan te gaan, waarna die vervolgens ook nog een jaar later, toen het allemaal uitkwam, zijn handen juist er weer vanaf heeft proberen te trekken. Dat is toch vrij smakeloos allemaal. Mevrouw van den Berg. Voorzitter, ik denk dat meneer Heijink één punt zeer terecht naar voren brengt. Als deze deal, als dit niet tot die idiote winst had geleid, als het echt om niet was gebeurd, zonder winstoogmerk, hadden wij hier vandaag helemaal niet gestaan. Maar dat was op dat moment dat onbetrouwbare lieden waren, was op dat moment helemaal nog niet bekend. En dat is ook precies volgens mij wat het Openbaar Ministerie en Deloitte aan het onderzoeken zijn. Dus ja, inderdaad. En dat er dus die winst is gemaakt van je moet niet met ze in zee gaan, want ze zijn niet betrouwbaar. Ja, voorzitter, als dat toen al echt bekend geweest zou zijn, had ook het ministerie dat in de krant kunnen zetten. Maar dat was op dat moment nog niet bekend. De heer Heijink, tot slot. En dan de hoogte van de deal, want daar zei meneer Heijink ook, hè, waarom dan 40 miljoen? Je had toch ook kleinere deal kunnen maken. Ja, dat is de verantwoordelijkheid geweest van minister Van Rijn. En ik kan ook nergens vinden dat de voormalige minister van VWS ook maar enige invloed heeft gehad op hoeveel mondkapjes er dan wel of niet gekocht zouden moeten worden. Maar wel met de instructie van hoe kunnen we zorgen dat deze meneer niet iedere avond op tv roept dat wij incompetent zijn als landelijk centrum. Heer Heijink. Ja, voorzitter, maar wat een zwaktebot is dat? Dat je een megadeal aangaat met iemand
waarvan al je ambtenaren, waarvan het Landelijk Consortium Hulpmiddelen zegt, daar moet je eigenlijk geen zaken mee willen doen. Dat omdat iemand op televisie zoveel kritiek kan hebben, omdat hij via Twitter zoveel tweetjes kan versturen, dat je hem een deal in zijn mik schuift van 100 miljoen euro. Dat is toch geen manier van besturen? En mijn vraag aan mevrouw Van den Berg is, gewoon kijkend naar deze hele zaak. Het zou best kunnen dat minister De Jonge destijds, en dat geloof ik ook wel, niet aan tafel heeft gezeten met Siewert om details in te vullen. Dat was waarschijnlijk minister Van Rijn destijds. Dat geloof ik best wel. Maar je kunt toch niet ontkennen, ook nu we al die appjes en al die berichten hebben gezien, dat tegen alle weerwil in er wel degelijk door deze minister geduwd is om deze deal voor elkaar te kunnen krijgen. Juist om dat vieze naar binnen pissen te kunnen voorkomen. Dat is toch uiteindelijk de onderliggende doel geweest wat deze minister heeft gehad. Mevrouw Van den Berg. Voorzitter, terdege denk ik heeft meegespeeld dat inderdaad meneer Van Linden overal zei, ik ga een concurrerende organisatie opzetten. En dat zou gewoon heel slecht geweest zijn geweest voor dus dat landelijk centrum hulpmiddelen. Dus dat de minister dat probeerde te verhinderen en zegt van kijk wat je daaraan kan doen, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Asserkam, dan de heer Van Haga, mevrouw Kuik en dan nog even mevrouw Agema. De heer Asserkam, denk. Dank, voorzitter. Ja, voorzitter, mevrouw Van den Berg krijgt van mij een 10. 10 uit 10. Als je het bekijkt vanuit het perspectief van het kabinet. Maar ik denk toch dat ze vergeten is dat ze Kamerlid is hier. Mijn vraag aan mevrouw Van den Berg is, wat is uw interpretatie van artikel 68 van de grondwet? Mevrouw Van den Berg. Nee, dat wij het recht hebben op informatie die wij vragen, voorzitter. Dat is volgens mij kristalhelder. En als meneer Asserkan dan zegt van nou, dat is, hebben wij best wel discussies over gehad, dan heeft hij daar een punt. En volgens mij zijn er net ook al vragen over gesteld om daarmee duidelijkheid over te krijgen. Heer Asserkan. En waar zit dan die discussies? De discussie ging volgens mij in het tempo waarin, hè, want een van de vragen die in ieder geval de voorgangers ook heeft gesteld, is van waarom heeft het zo lang geduurd voordat wij, hè, gisteren dit inkijkje hebben gekregen. Want het zou denk ik voor de hele discussie enorm geholpen hebben als wij dat eerder hadden gekregen. Nou, dat is ook natuurlijk iets wat wij graag willen weten als CDA. Want dat helpt gewoon ook, dat had ook heel veel speculatie en alle andere dingen kunnen voorkomen. Ja, als er kan. Voorzitter, collega Van den Berg, die typeerde het als onhandig. Daarmee nam ze al een soort voorschot op de uitkomst van het debat. Wat bedoelt zij met onhandig? Mevrouw Van den Berg. Vorig jaar werd de minister gevraagd, hebt u daar betrokkenheid bij gehad? En de minister heeft toen gezegd, nee, dat heb ik niet gehad, want natuurlijk de hele inhoudelijke deal en de afspraken over de miljoenen en de aantallen en zo, daar heeft deze minister ook niks mee te maken gehad. Het was natuurlijk inderdaad niet handig dat hij op dat moment niet heeft gezegd, maar ja, ik heb wel allerlei appjes van die Siewert gekregen, dat hij het allemaal beter kon en allemaal aanbiedingen had, maar die heb ik gewoon doorgeleid aan Martin van Rijn. Tot slot de heer Asserkan. Ja, voorzitter, want dan komen we op een punt. We komen op een punt waarbij we hebben vastgesteld dat het consortium van Valinde dat werd weggestuurd. En dat is namelijk omdat we waarborgen hebben. Niet alleen in crisistijd, kan ik u vertellen uit ervaring, dagelijks worden mensen binnen de overheid benaderd om spullen af te nemen. Daar hebben we waarborgen voor. En de waarborg is dat dat gebeurt door mensen die er verstand van hebben. Die toetsen dat aan criteria. Die hadden dat gedaan. En die hadden gezegd, die Siewert, dat deugt niet. En toch heeft de minister zich actief daarmee bemoeid. Kunnen we dan samen de conclusie trekken dat de minister betrokken is geweest in de breedte bij de totstandkoming, het contact van deze Siewert samen met de overheid? Mevrouw Van den Berg. Wat meneer Asserkan toch een beetje lijkt te vergeten hoe de omstandigheden 2 jaar geleden waren. Er was een enorme maatschappelijke en politieke druk, hè, om mondkapjes te kopen, beschermingsmiddelen en liever veel te veel dan dat er maar 1 te weinig zou zijn. En wat meneer Asserkan in feite zegt, ja, maar we hebben hier goede inkoopprocedures. Dat was ook een van mijn eerste vragen, van hoe kan je voorkomen dat je dus onder druk,
Dat er dan toch die discussies ontstaan. Want wat natuurlijk meegespeeld heeft, is dat meneer Van Linden zei van ja, maar ik ga een aparte inkooporganisatie doen. En dat landelijk centrum, dat wist heel goed van nou, we hebben nu een grote voorraad mondkapjes, maar corona is ongewis. We weten niet hoeveel we er nog nodig gaan hebben. Het helpt echt niet als je dan vanuit Nederland met twee organisaties in China zit te onderhandelen. Nee, ook voor u interrupties in. Nee, maar ik heb net tegen mevrouw Agema gezegd, we doen interrupties in drieën. Als er dan nog vragen over zijn, geef ik u weer het woord. Geldt ook voor u. Nee, maar we doen echt interrupties in drieën. En ik heb u zelfs nog interrupties in vier, omdat u een hele korte interruptie. Complimenten voor de kortheid van de interruptie, maar ik geef nu het woord aan de heer Van Hagen. En dan kunt u straks nog kijken of er nog vragen zijn. Ja? De heer Van Hagen, groep Van Hagen. Dank u wel, voorzitter. Ja, het optreden van mevrouw Van den Berg is op zijn minst verbijsterend. En ik deel alle kritiek van mijn voorgangers dat het toch een beetje lijkt alsof mevrouw Van den Berg niet meer een onderdeel is van de Kamer, maar van het kabinet. En ze heeft het dan voornamelijk over het proces verbeteren, lessen leren voor de toekomst. Maar volgens mij zitten we hier om het kabinet te controleren. En als er mensen fout hebben gemaakt en ook moedwillig, dan zijn ze schuldig. En dan moeten ze linea recta vertrekken. Maar u maakt een opmerking over dat iedereen in deze Kamer betrokken zou zijn geweest bij dit soort deal. En u zei, ja, ik heb zelf ook dingen doorgeleid. En ja, kijk, dit was een typische CDA-deal. Het is toch een beetje het corrupte CDA-syndicaat dat optrad. En nu geeft u aan dat u zelf ook als onderdeel daarvan allerlei dingen heeft doorgeleid aan het kabinet. Dus hoe moet ik dat voorstellen dat het CDA dan in de stijgers komt en met z'n allen gaan we samen met het kabinet dit doen? Al die schimmige deals. Dus mijn exacte vraag is, wat heeft u dan precies doorgeleid en bent u zelf ook betrokken geweest bij die deal? En nou ja, dat is eigenlijk de eerste vraag. Nou, laat ik even vooropstellen. Meneer Van Linden kende ik daarvoor, ja, ik had zijn naam wel eens gehoord, compleet onbekend. Maar meneer Van Haga zal ook mailtjes hebben gehad van bedrijven die zeiden, ik weet dat in ieder geval dat meneer Baudet dat ook nog een keer hier riep, ik heb hier het naam van het bedrijf. Ik heb verschillende mailtjes gehad van bedrijven, heb ik vorig jaar juni ook al in het debat aangekregen. Mevrouw, ik kan wel de grondstof maken. Mevrouw, als ik mijn machines een beetje aanpas, dan kan ik die mondkapjes maken. Die belde ik altijd eerst, denk ik ook eerst wel een beetje weten of het voor mijn gevoel een serieus bedrijf is. En als ik dat dacht, dan heb ik dat ook vaak aan mevrouw. Ik kom er niet door bij het landenconsortium, want die waren duizenden e-mails. Dus die heb ik dan soms ook aan de PA van de minister doorgegeven. Van ja, dit lijken serieuze bedrijven, ik heb er geen verstand van. Maar kunnen ze in ieder geval een fatsoenlijk antwoord krijgen? Dat is het enige wat ik heb gedaan. De heer Van Hagen. Ja, voorzitter, maar is mevrouw Van den Berg dan in ieder geval met me eens dat die intentie dan altijd zo had moeten zijn dat partijen die zich melden door het reguliere proces van inkoop zouden moeten gaan? En wat hier mis is gegaan is dat CDA'ers elkaar de bal hebben gespeeld omdat ze andere CDA'ers kenden. En dat is het punt waar u denk ik wat meer op in moet gaan. Want op deze manier is dat toch heel anders gegaan. En natuurlijk werd ik ook gebeld. Hè? En nu zitten we weer met NIAHW uit Haarlem. Die hadden bijna een deal. Of die hadden een deal. En die gaan nu procederen. Dat is allemaal voorkomen doordat het CDA dus het op een akkoordje gooide met andere CDA'ers. En het verbaast me zo dat u dan op dat punt geen enkele zelfreflectie voor uw partij lijkt te hebben. Mevrouw Van den Berg. Ja, voorzitter, dat is waarschijnlijk. Dus ik ben ten eerste helemaal eens met meneer Van Hagen dat mensen die zich aanbieden, ik zeg, ik wil ook nooit op de stoel gaan zitten van een arts en ik wil dus ook niet op de stoel gaan zitten voor de inkoop van mondkapjes of wat dan ook. Dat moet je aan de professionals overlaten. Maar nogmaals, ik vind dus wel dat serieuze bedrijven ook een serieus antwoord dienen te krijgen waarom ze wel of niet geschikt zijn of waarom er misschien al voldoende aanbieders zijn. Want dat kan natuurlijk ook het geval zijn op een bepaald moment. Dan zegt meneer Van Hagen, ja, maar het zijn allemaal CDA'ers die zich, die hebben een soort dat on. Dit heeft wat mij betreft niets met het CDA te maken. Ik heb mailtjes gekregen van echt van bedrijven dat die waren überhaupt geen lid. Die hebben waarschijnlijk op andere partijen vaak gestemd. Maar ik vind dat ik hier sta voor alle Nederlanders. En dat ik dus ook in midden in de crisis dit moet doorgeleiden, wie mij dan ook een mailtje toestuurt. En dat meneer Van Linden
zoveel ten eerste komt natuurlijk omdat het bleek dat hij achteraf het helemaal niet pro bono heeft gedaan, maar gewoon met winst. Hè? Want als dat niet was gebeurd, hadden wij hier vandaag helemaal niet gestaan. Maar de overheid is dus toch bekocht geweest. En voor ieder ander die met zoveel lawaai in de social media en op Twitter maar roept, ze zijn daar een beetje incompetent. Ze zijn er hartstikke incompetent. Ik kan het allemaal beter. Ik kan het allemaal goed. En name-dropping doet met allerlei grote organisaties van die hebben het allemaal geregeld. Terwijl duidelijk blijkt dat verschillende van die organisaties hij helemaal geen contact daarvoor had gehad. Ja, dan kan ik mij goed voorstellen dat je midden in de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zegt, ga met die man praten en zorg dat wij dus dit soort berichten. Hè, want de mensen in het land die vroegen langzaam ook af of het ministerie en het landelijk consortium wel competent was. De heer Van Hagen, tot slot. Ja, voorzitter, ik denk dat de mensen in het land zich afvragen waar die 100 miljoen is gebleven voor verrotte mondkapjes die niet gebruikt konden worden. Maar om nu te stellen, het was geen CDA-deal, het was geen corrupt CDA-syndicaat dat daar bezig was. U heeft dan toch een beetje de schijn tegen, want alle betrokkenen waren namelijk wel CDA'ers. En misschien dan mijn laatste vraag, bent u dan, of is mevrouw Van den Berg bekend met andere CDA'ers, misschien uit de fractie of misschien uit het circuit, mensen die u kent uit de partij, die ook contact hebben gehad met Siewert van Linden of met Hugo de Jonge en daar ook een rol in hebben gespeeld. Want het is toch vreemd dat de deksel van de doos met wurmen nu afgaat en allemaal CDA'ers eronder vandaan kruipen. En dan lijkt het mij dat dit het topje van de ijsberg is en dat er nog wat meer moet zijn. Dus kent u nog andere CDA'ers die hierbij betrokken waren? Mevrouw Van den Berg. Voorzitter, mij is verder echt helemaal niets bekend. Mevrouw Kuiken, PvdA. Voorzitter, mevrouw Van den Berg geeft in dit debat eigenlijk aan, ga met deze man praten, zorg dat dit stopt en schets daarmee eigenlijk wat de beweegredenen zijn geweest van minister De Jonge om ervoor te zorgen dat er een deal gesloten zou worden met meneer Van Linden. En zij erkent dus ook dat die betrokkenheid er wel degelijk is. Het gaat niet over de hoogte van het bedrag, het gaat er ook niet over dat er een crisis was, maar zij erkent die betrokkenheid. Klopt dat? Mevrouw Van den Berg. De betrokkenheid in die zin dat de minister heeft gevraagd, ga alsjeblieft met die man praten, want al die berichten op Twitter en in de social media en bij al die talkshows, dat helpt ons niet om ons doel te bereiken, namelijk dat mensen het vertrouwen krijgen dat het consortium voldoende persoonlijke hulpmiddelen heeft ingekocht. Mevrouw Kuiken. En in hoeverre acht mevrouw Van den Berg betrokkenheid als je zegt, oh fijn dat het lukt, ik ben hem al dood aan het knuffelen, dat hij geïnformeerd werd vooraf dat er een deal op handen was. Acht mevrouw Van den Berg dat ook betrokkenheid? Voorzitter, dat zie ik meer als een terugkoppeling van nou, als het goed is, stoppen de berichten nu ook in de social media en dus die dreiging van die concurrerende organisatie. Zo heb ik dat geïnterpreteerd. Tot slot, mevrouw Kuiken. Kijk, en daar zit meteen de crux. Ik ken mevrouw Van den Berg als een integere politica die altijd gaat voor de waarheid en niet om dingen heen draaien. En nu op deze manier het debat ingaan en een semantische discussie starten over wat precies betrokkenheid is, terwijl de Kamer bij herhaling heeft gevraagd om een precies feit, helaas, exacte betrokkenheid. En we precies weten ook hoe het werkt op zo'n departement, gaat ze precies voorbij aan die integriteitsvraag, aan die vertrouwensvraag. En waarom is dat dan nog behulpzaam en waar we allemaal voor staan, namelijk het vertrouwen in de politiek. En dat vind ik, dat betreurt mij en helpt dus niet in de zoektocht van dit debat. Mevrouw Van den Berg. Ja, voorzitter. Ik denk dat ik ook al bij een van de eerdere interrupties heb aangegeven en ook dat ook wij als CDA het, wat ik zei, niet handig vinden dat de minister niet vorig jaar heeft aangegeven, ik heb geen inhoudelijke betrokkenheid gehad, maar ik heb terdege wel gevraagd van ga alsjeblieft met de man praten, want hij zit ons gewoon op alle terreinen nu te beconcurreren en ons voor incompetent uit te maken. Dus ga alsjeblieft met die man in gesprek. Het was inderdaad goed geweest als de minister dat eerder naar buiten had gebracht. Dat ben ik met mevrouw Kuiken eens. Mevrouw Agema, PVV. Dank u wel, voorzitter. Ik hoor mevrouw Van den Berg consequent twee argumenten gebruiken die volgens mij niet helemaal kloppen.
Dat is namelijk dat ze het goed idee vond dat de minister geen concurrerende organisatie wilde op dat moment. En haar vergoeilijking van hoe meer mondkapjes, hoe beter. Voor het eerste punt geldt dat op dat moment er al 75 miljoen mondkapjes binnen waren. En er voor ruim een half jaar mondkapjes al in bestelling stonden. Dus die angst voor dat geen concurrerende organisatie, ja, die had er helemaal niet hoeven zijn. Het tweede is, hoe meer mondkapjes, hoe beter. Dat argument klopt ook niet van mevrouw Van den Berg. Want als je even goed kijkt naar het bericht over die mondkapjesleveraar die nu de staat aanklaagt, dan zie je dat het gaat om een organisatie die al jaren actief is in de zorg. Ze hebben een breed netwerk, ze zijn actief in China en daar hebben ze ook een vestiging. En ze leverden dus op 7 april een sample voor die mondkapjes af bij het RIVM ter goedkeuring. Nou, en dan is het orde van het RIVM zoveel mogelijk aankopen. Maar ineens wordt in hetzelfde weekend als de deal van Van Linde deze overeenkomst afgeblazen. Dus er werd niet gehandeld vanuit hoe meer mondkapjes, hoe beter. Want deze betrouwbare organisatie, hun deal werd afgeblazen. En Siewert Van Linde van het CDA kreeg de deal wel. Mevrouw Van den Berg. Voorzitter, even eerst te beginnen met het laatste punt. Ik heb daar geen informatie over, dus ik kan daar nu gewoon ook inhoudelijk niet op reageren. En dan wat mevrouw Agema zegt van ja, maar er was al voldoende besteld. Alleen wat natuurlijk wel een vrees was, voorzitter, bestellen is nog niet altijd dat je het ook in jouw pakhuis komt. En daar was natuurlijk wel vaker ook voorbeelden van geweest dat iets wel besteld was, ook een overeenkomst, en dat het toch niet werd geleverd of niet op tijd werd geleverd of dat er distributieproblemen waren. Dus dat je in zo'n situatie zegt, ik heb wat meer capaciteit dan dat ik dat eigenlijk nodig zou hebben, ja, dat kan ik mij in die grootste crisis heel goed voorstellen. Mevrouw Agmaar. Nee, want ik geef mevrouw Van den Berg nu net de argumenten waarom dat niet klopt aan redenering. Er waren op dat moment, ging het niet om bestellingen, de paniek was al voorbij. Er waren op dat moment al 75 miljoen mondkapjes binnen. Ja. En er stonden er nog voor een half jaar in bestelling. Vier allemaal betrouwbare organisaties die dus al massief aan het toeleveren waren. Dus dat argument van geen concurrerende organisatie, nee, dat is het pushen van CDA-minister Hugo de Jonge op het proces. En dat is wat zo verkeerd is. En dan zie je uiteindelijk dat betrouwbare partners die notabene een locatie hebben in China, mondkapjes hebben die goed zijn gekeurd door het RIVM, waarvan het RIVM zegt maximaal inkopen, dat zij hun deal verloren zien gaan. En vermoedelijk, want daar hebben ze nu de rechtszaak over gestart, in hetzelfde weekend dus, als dat de deal met CDA Van Linde, die nog geen mondkapjes had voorgelegd, nog niet, want die bleken achteraf allemaal ondeugdelijk. Hij krijgt die deal wel. En deze mensen, die niet van het CDA zijn, krijgen de deal niet. Terwijl het argument dat mevrouw Van den Berg gebruikte, van ja, hoe meer mondkapjes, hoe beter, dus ook niet opgaat. Want deze betrouwbare partner met uitstekende mondkapjes, die krijgt de deal afgeblazen in datzelfde weekend. En het CDA kreeg alles wel voor elkaar. Mevrouw Van den Berg. Voorzitter, ja, ik weet dat er 75 miljoen mondkapjes toen waren. Die lagen volgens mij op voorraad. En dat zal goed zijn geweest voor 19 weken, wat ik mij kan herinneren. Maar daarna heb je natuurlijk toch ook weer nodig. Dus dat je zegt, ik heb wat meer mondkapjes. Dat, nogmaals, kan ik mij in die tijd heel goed voorstellen. Het tweede punt wat mevrouw Agema zegt van, ja, maar waarom heeft dit bedrijf dan niet de deal gekregen? Ja, voorzitter, ik heb daar echt geen informatie over. Ik ben daar ook benieuwd naar hoe dat gelopen is. En ik ga er in ieder geval vanuit dat dat ook mee wordt genomen in het onderzoek door Deloitte. Ja. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Azarkan en dan mevrouw Van Es. De heer Azarkan, denk. Voorzitter, hoe vindt mevrouw Van den Berg het dat onder druk in de media een minister dan handelt? Mevrouw Van den Berg. Voorzitter, ja, wij kunnen natuurlijk met z'n allen zeggen dat zou helemaal zo niet moeten gebeuren. Maar we zitten in de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog.
de samenleving, iedereen had ook een mening over corona. Iedereen had een mening over mondkapjes. En daartussen moet een kabinet zien te laveren om tot de beste uitkomsten voor de hele samenleving te komen. Dus ik hoorde meneer Van der Staaij net zeggen, ik kijk naar die situatie met enige mildheid. Ja, wij kijken ook wel met enige mildheid. Ook, zeg ik, als je dus iedere avond geconfronteerd wordt over allerlei meningen, ook over corona als zodanig, wat je wel en wat je niet moet doen in allerlei talkshows. Ook daar moest het ministerie constant zien om toch aan de ene kant maatregelen te nemen en aan de andere kant die balans met de samenleving te houden. Dus ik geef het je maar te doen. Heer Assekam. Ja, dus eigenlijk zegt u, mevrouw Van den Berg, dat aan de minister is om te bepalen of iets wat in de media terechtkomt, waar die last van heeft, wat druk geeft, om op basis daarvan te zeggen, nou ja, dan zet ik maar mijn topambtenaren aan het werk om die persoon voorrang te geven. En eigenlijk met die deal, dan komt hij in het kamp van de minister. Dus dan zit hij in die tent. Dus u zegt eigenlijk druk uitoefenen in de media, een beetje chanteren, want dat doet hij ook, blijkt uit de appjes, die heeft hij ook gelezen. Dat is prima, want dan moet de minister wel handelen. Dat is wat u zegt. Mevrouw Van den Berg. Nou, voorzitter, daar kunnen we wel eens een heel mooi fundamenteel debat met elkaar over voeren. Want we zien natuurlijk toch dat op heel veel terreinen, zeg ik, de grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Dat geldt trouwens ook bij de talkshows heel vaak. Dus daar kunnen we ook nog wel een debat over voeren. Maar iedereen heeft, denk ik, op dit moment, u ziet dat ook als er nieuws is, je moet onmiddellijk reageren. Wat vind je ergens van? Je hebt een rapport soms nog niet eens kunnen lezen, maar iedereen heeft onmiddellijk ergens een mening over. En we kunnen ons als samenleving wel eens afvragen of dat überhaupt de samenleving is die tot de beste uitkomsten gaat leiden voor ons allemaal. En ik ben het helemaal met meneer Assekam eens dat hij zegt van als je goede procedures met elkaar hebt afgesproken, qua kwaliteit, qua processen, dan moet je je daaraan houden als overheid. En die zouden niet onder druk moeten staan. Dat ben ik helemaal met meneer Assekam eens. Maar je ziet dus ook nogmaals dat die concurrerende organisatie waar constant weer met gedreigd. En dat betekent dus dat er een andere organisatie zou komen die ook in China zou gaan inkopen. Die gaat dan opbieden qua prijzen tegen het landenconsortium hulpmiddelen. Vind ik buitengewoon ongezond. Dus de minister heeft volgens mij geen opdracht gegeven. Komt tot een deal. Die heeft alleen gevraagd, kan je kijken om te zorgen dat we niet iedere dag deze berichten in de media krijgen. En dat dus die aparte organisatie er niet komt. Heer Assekam, tot slot. Ja, dus men leidt het meest van het lijden dat men vreest. Dus eigenlijk zegt hij, ik leid toch heel veel omdat meneer Siewert elke keer een beetje dreigend in talkshows mij een beetje onderuit haalt, dat met bluff doet. En daar heb ik last van. En dat mag best. Uiteindelijk heeft dat 100 miljoen gekost voor waardeloze mondkapjes. En eigenlijk zegt u, ja, een minister moet nu eenmaal kunnen handelen. Want ja, zo, soms gaat dat zo. Dat is wat u eigenlijk zegt. Nee, voorzitter, meneer Assekam suggereert dat de minister dit zou zeggen omdat hij er persoonlijk last van had. Nou, ik denk als deze minister er persoonlijk last van had gehad, had hij na een maand was hij al gestopt met de job. Ja. Want hij is bedreigd, zijn gezin is bedreigd. Dus ik denk dat het persoonlijk last hebben, dat is überhaupt niet aan de orde. Het ging hierover dat het landenconsortium er last van zou hebben. Dat wij als samenleving er last van zouden hebben. Omdat we straks veel meer geld zouden moeten betalen als twee organisaties tegen elkaar opbieden. En dat we uiteindelijk dus bekocht zijn geweest, zeg ik tegen me als ik kan. Ja, dat werd naderhand bekend, als het op dat moment natuurlijk bekend was geweest dat meneer Van Linden helemaal niet pro bono werkt en alleen maar om zelf miljoenen te vergaren, dan hadden we dat ook al in de, hadden we dat zelf, zeg ik maar, op Twitter kunnen zetten. Ja? Dank u wel. Mevrouw van S, Partij voor de Dieren. Ja, dit was uw derde. Tweede, derde. Nou, voordeel van de twijfel. Als mijn staf het niet weet, dan geef ik u voordeel van de twijfel. Meneer Assekam, tot slot. Nou ja, voorzitter, het gaat mij er niet om als ik zeg persoonlijk. Het gaat me, ik ben helemaal niet, ik ga er niet van uit dat deze minister nou persoonlijk gewin heeft gehad. Hè. Dus als ik zeg, de minister vindt het vanuit zijn perspectief van het leidinggeven aan het ministerie vervelend dat er allerlei mensen allerlei dingen roepen waar hij last van heeft. Dat roept hij ook. Hè. Hij citeert ook Lyndon B. Johnson. Hè. Die citeert hij, je kunt beter iemand hebben
die van binnenuit naar buiten loopt te pissen als iemand van buiten naar binnen. Dus ik moet hem binnenboord halen. Hij citeert dat letterlijk. Zorg dat die vent, hè, dus kijk wat je kunt doen, ga het gesprek aan en eigenlijk is hij daarna binnenboord gehaald. Ik vind het belangrijk om ook vanuit uw controlerende taak dan vast te stellen wat de beweegredenen zijn van de minister om dat te doen. En op dat punt heeft de minister eigenlijk verstoppertje gespeeld. Dus mijn vraag aan u, mevrouw Van den Berg, zeg ik via uw voorzitter, is hoe verhoudt zich nou de controlerende taak die u heeft? Dat is eigenlijk uw belangrijkste taak, staatsrechtelijk. U moet controleren wat het kabinet doet, want die geven geld uit, die kunnen allerlei verbintenissen aangaan. Het gaat om 350 miljard per jaar. U moet dat controleren. Heeft u nou voldoende kunnen controleren op basis van de informatie die u van deze minister heeft gekregen over de afgelopen tijd? Heeft u uw taak kunnen voldoen? Mevrouw Van den Berg. Voorzitter, volgens mij zitten we allemaal met smart te wachten op de uitkomsten van het Deloitte-onderzoek. Want ook vorig jaar heb ik in deze Kamer gezegd, toen dus bekend werd dat meneer Van Linden helemaal niet pro bono had gewerkt. Dan waren we als CDA en zijn daar nog steeds buitengewoon, laat ik een net woord gebruiken. Je kunt het zelf invullen. Maar dit kan gewoon niet. Wij vinden dit gewoon schandelijk gedrag. Laat ik het daarop ophouden. Dus wij willen hier ook de onderste steen boven, hoe dat is gelopen. En ook met de relatie met meneer Van Linden. Want nogmaals, als meneer Van Linden gewoon keurig pro bono betrouwbare mondkapjes had geleverd, dan hadden wij hier vandaag helemaal niet in dit debat met elkaar gestaan. Mevrouw Van Es, Partij voor de Dieren. Dan mevrouw Kuik en dan nogmaals mevrouw Agema. Allereerst mevrouw Van Es, Partij voor de Dieren. Dank u, voorzitter. Ondanks dat ik de aandrang om toch inhoudelijk heel veel over die mondkapjesdeal te gaan praten, wil ik het toch breder trekken door eens te kijken van die beloofde nieuwe bestuurscultuur. Die beloofde cultuur van een jaar geleden, waarin werd gezegd dat het anders zou gaan. Ik ben wel benieuwd of mevrouw Van den Berg erop kan reflecteren hoe zij vindt dat het tot nu toe gaat met die nieuwe bestuurscultuur, ook gezien het debat van vandaag. Mevrouw Van den Berg. Nee, voorzitter, ik denk dat daar, laat ik het samenvattend zeggen, nog best stappen in te nemen zijn. Mevrouw Van Es. Nou, en dan ben ik benieuwd welke stappen u vindt dat er nog genomen moeten worden gezien. Ik denk dat meerdere mensen dat kunnen delen, maar ik ben benieuwd welke stappen van mevrouw Van den Berg dan vindt dat er genomen moeten worden. Mevrouw Van den Berg. Voorzitter, ik zal hier niet te detail gaan, maar ik zie ook wel eens gewoon dingen die wij als commissie krijgen. Dan denk ik van nou, dat kan op een veel praktische manier en transparanter aangeleverd worden, om maar wat te noemen. Maar we hebben voor het debat van vandaag, heb ik ook al eerder aangegeven dat de informatie die we gisteren hadden gekregen, was buitengewoon beter geweest als ze wat eerder naar de Kamer was gekomen. Mevrouw Van Es, tot slot. En tot slot, hoe gaan we dat dan doen, zeg ik aan mevrouw Van den Berg. Want ik zie nog geen nieuwe bestuurscultuur. Ik zie die belofte nog niet die vorig jaar gedaan is dat WOP-verzoeken wel worden gehonoreerd en dat het snel komt. En dat wij als Kamer niet constant moeten gaan vragen om informatie die dan uiteindelijk alleen maar wordt geleverd op het moment dat het echt niet anders meer kan. En ik ben benieuwd of u die visie deelt en hoe gaan we dat dan veranderen? Vooral ook richting u als onderdeel van het kabinet, als CDA. Hoe gaan we dat dan doorbreken? Want volgens mij is dat cruciaal voor dit debat. U zegt, ik vind ook dat er stappen moeten worden genomen. Maar welke dan concreet? Wat gaan we dan anders doen? Mevrouw Van den Berg. Ik denk ook dat we daar in een commissie bijvoorbeeld, ook in de voorbereiding voor debatten, dat we daar ook al nader over kunnen spreken van hoe wij die informatie dan willen hebben. En het is het algemene punt wat nu vandaag naar voren komt, hè, want dan hebben wij dit soort debatten. Hè, op het moment dat het dus niet tijdig is gekomen of later dan dat wij hadden gevraagd, dan staan we hier als Kamer samen. En dat is wat mij betreft een constant gesprek, ook met het kabinet. Want ik heb ook geleerd, voorzitter, culturen verander je niet in een maand. Daar moet je ook aan beide kanten inspanning voor willen leveren. En ik vind dan ook belangrijk dat het kabinet ook vandaag laat zien welke stappen zij willen nemen om daarin ook vooruit te gaan. Dank u wel. Mevrouw Kuiken, PvdA. Ja, voorzitter, ik had nog even geaarzeld, want het lijkt net of mevrouw Van den Berg hier de minister is die zich ter verantwoording moet roepen. Maar dat komt ook wel omdat mevrouw Van den Berg voortdurend doet of zij die minister is. Zij geeft aan wat de beweegredenen zijn geweest. En op die trant ook mijn volgende vraag. Zij geeft aan, ja, ik snap dat er onder die crisissituatie en publicitaire druk betrokkenheid is geweest. Maar snapt zij dan ook waarom
het kabinet en minister De Jonge geen openheid van zaken hebben gegeven? Waarom we al een jaar wachten op antwoorden? Waarom WOP-verzoeken worden tegengehouden? Zelfs met dreigementen van geld die je dan moet betalen, omdat je er niet aan voldoet. Rechtszaken die nu nog lopen. Waarom accepteert, zouden wij dat als Kamer moeten accepteren? Mevrouw Van den Berg. Nee, voorzitter, wat ik net ook aan meneer Assekan aangaf, het zou echt, en aan mevrouw Van Es, het zou echt beter geweest zijn als dit soort informatie gewoon eerder naar de Kamer was gekomen. En ik hoop ook dat dit niet iets is wat alleen meneer De Jonge, die het nu in een bijzondere, denk ik, openheid van documenten naar de Kamer heeft gestuurd, ook met alle apps erbij, maar dat ook het hele kabinet zich realiseert dat, als daar dus dat je denkt van, ook als je zelfs, wij spreken na een maand, denkt van verdraaid, ik heb toen gezegd, dit is het, maar eigenlijk is er nog wat extra wat ik moet aanleveren, dat je op dat moment dat ook onmiddellijk doet. Mevrouw Kuiken. Ja, voorzitter, helemaal eens, maar dat is allemaal niet gebeurd. En gelijktijdig vergoedelijkt u dat door allerlei omstandigheden aan te dragen die daar wellicht een oorzaak aan hebben gehad. En u zegt zelf, we moeten een nieuwe cultuur samen doen. Maar als u al die vergoedeling neerlegt, als u in de rol en de schoenen gaat staan van de minister, wat maakt dan dat we erop kunnen vertrouwen dat we ook naar een nieuwe cultuur gaan, als u zelf nog onderdeel van die cultuur althans zo bent, althans zo lijkt het. Mevrouw Van den Berg. Nou, dat laatste zou ik in ieder geval graag willen wegnemen richting mevrouw Kuiken. Maar ik zou ook een onderscheid willen maken in de omstandigheden, dus de wat dan wordt gezegd, de betrokkenheid van de minister bij de deal, hè, dus de appjes die hij heeft gestuurd. Zeg ik, daar kan ik, ja, dat zeg ik, daar kan ik van de omstandigheden, kan ik gezien de omstandigheden, kan ik dat begrijpen dat gebeurt en dat de minister zegt, ga alsjeblieft met die Van Linde praten. Het andere stuk, dat gaat over wanneer is de informatie naar de Kamer gekomen. Ja, daar hebben wij ook dus, nou, er zijn volgens mij al voldoende vragen over gesteld, maar daar willen we ook graag een nadere toelichting van de minister hebben, want het zou absoluut geholpen hebben als we deze informatie eerder zouden hebben gekregen. Mevrouw Kuiken, tot slot. Die antwoorden gaan we krijgen. Maar mijn oprechte vraag is wel aan mevrouw Van den Berg. Wat is er voor nodig om haar ervan te overtuigen dat we hier nog te maken hebben met een betrouwbare bestuurder? Welke weging maakt zij daarbij, omdat we tot op heden in het afgelopen jaar niets van dat alles hebben gezien? En daar heeft ook het CDA, mevrouw Van den Berg, last van. Dus mijn vraag is, wat is daarvoor nodig en acht zij minister De Jonge in staat om die betrouwbare bestuurder te zijn? Mevrouw Van den Berg. Voorzitter, als mevrouw Kuiken zegt van, ik noem maar, minister De Jonge maakt wel eens een ongelukkige opmerking. Hè, dansen met Jansen is er voor mij, zit in die categorie. Hè, ieder mens maakt fouten, maar dit is nog wat anders dan dat ik twijfel aan de persoonlijke integriteit. En ik twijfel niet aan de persoonlijke integriteit van meneer De Jonge. Hier een antwoord op mijn vraag. Ik vraag, welke weging maakt zij, naar aanleiding van de vragen die zij heeft gesteld, na afloop van het debat, om te beoordelen of er sprake is van een betrouwbare bestuurder? Want zij heeft die vraag ook, dat zegt ze net tegen mij. Ja, mevrouw, en ik vraag, wat heeft u daarvoor nodig om die weging te kunnen maken? En ik heb het niet over dansen met Jansen of andere zaken. Mevrouw Van den Berg. Ja, voorzitter, wij zouden dan toch eerst graag alle antwoorden van het kabinet willen horen, voordat wij een weging gaan maken. Maar ik heb aangegeven dat ik zeg van, nou, de informatie die wij nu hebben gekregen, had ik gisteren, die had ik graag wat eerder gezien. En voor de situatie van 2020... ja, daar kan ik wel, gezien de omstandigheden, kan ik dat begrijpen. En ook dan was het misschien goed geweest om daar veel meer openheid over te geven. Wel in acht nemend, voorzitter, dat we op dat moment niet wisten dat meneer Van Linde niet betrouwbaar was. Dank u wel. Mevrouw Agema. Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog twee punten. De een gaat over, mevrouw Van den Berg heeft aan op geen enkele manier aan de persoonlijke integriteit van de heer De Jonge te twijfelen. Is zij bekend met de WOP-stukken waaruit blijkt dat, ik citeer, de minister heeft vanochtend aangegeven stukken niet meer via de mail te willen ontvangen. En dat vervolgens een van de ambtenaren
deze wijze reageert. Hij schrijft, ik citeer, dat van die brief herken ik. Maar ik denk dat er een moment kan komen dat we ook zonder zijn instemming moeten sturen. Al was het maar voor de parlementaire geschiedschrijving en anticiperen op een mogelijk WOP-verzoek. Mevrouw Van den Berg. Ja, voorzitter, daar wil ik echt ook de details van dingen weten. Ik ga hier nu niet op reageren op bepaalde citaten. Mevrouw Agema. Dat kan ook niet. Dat kan niet, want dan moet de conclusie zijn van mevrouw Van den Berg dat er toch iets mis is met die integriteit van de heer De Jonge. Het andere punt gaat over dat mevrouw Van den Berg van het CDA een aantal keren stuurt richting oud-minister Van Rijn van de PvdA. En wat ik eigenlijk begrijp aan de stukken die wij gisteren hebben gekregen van het ministerie, mogen we wel blij zijn met Martin Van Rijn. Want daar waar minister De Jonge, ik neem aan dat u het ook allemaal gelezen heeft, na de eerste deal blijft pushen, na de eerste deal van 40 miljoen mondkapjes, blijft pushen op die tweede deal met 80 miljoen mondkapjes, is het eigenlijk Martin Van Rijn die dat helemaal niet meer ziet zitten. Dus daar waar Hugo De Jonge weer begint over van straks komt er vlam in de pan en dat moeten we voorkomen, zegt Martin Van Rijn. Nou, als het nu maar als die 40 miljoen kapjes maar komen. En hij zegt ook, dreigen met dubbele met Duitse tandartsen en Griekse. Nou, dat komt heel ongeloofwaardig over. En dan weer later is het Martin Van Rijn die klaagt in de richting eigenlijk van Hugo De Jonge. Siewert is weer bezig, want Siewert loopt de push voor die tweede hele grote deal. En wat blijkt dan, en dan is het 25 mei en ook, dat is heel belangrijk, dan zegt... Dan lezen dus in dat bericht van Siewert Verlinde, de eerste producten, doordat de LIC bij hulptroepen zijn besteld, moeten nog in Nederland aankomen. Dus tijdens het sluiten van het deal half april hadden we al 75 miljoen kapjes binnen. Er stond al in bestelling nog eens voor een half jaar. Mevrouw Van den Berg zegt, ja, maar het argument van geen concurrerend initiatief, nou, dat vond ik een goed argument, dat klopt dan niet. Het argument van, we hadden zoveel mondkapjes nodig, klopt ook niet, want een andere betrouwbare leverancier werd afgepoeierd. En het blijkt gewoon dat een maand later, ruim een maand later, en nog helemaal geen mondkapjes, sorry, binnen zijn. Dus al die argumenten die mevrouw Van den Berg hier tot nu toe aangedragen heeft, ja, die kloppen niet of zijn gemakkelijk onderuit te halen. Dus hoe kijkt ze nu op het einde van haar bijdrage in dit debat naar haar eigen bijdrage? Mevrouw Van den Berg. Voorzitter, ik heb dat ook gelezen van die 25 mei. En ik denk dat dit wat ons betreft in ieder geval een punt is wat wij ook heel uitdrukkelijk in het Deloitte-onderzoek meegenomen willen hebben. Want dat betekent wat mevrouw Agema aangeeft, hè, dat er ergens medio april eigenlijk een deal wordt gesloten. Maar dat er vervolgens dus dat het toch wel enige tijd duurt voordat het daadwerkelijk geleverd gaat worden. En het onderschrijft denk ik alleen maar de duidelijke scheiding tussen wat minister Van Rijn verantwoordelijk voor was en de rol van minister De Jonge. En dat minister De Jonge het ook duidelijk bij minister Van Rijn heeft gelaten hoeveel mondkapjes er uiteindelijk wel of niet werden gekocht. Voor Agema tot slot. Ja, tot slot. Ik krijg mijn indruk is dat dankzij, dus dan is mijn verzoek echt van, sta er een beetje open voor, maar dat dankzij oud-minister Van Rijn Nederland niet twee keer het schip is ingegaan met Siewert Verlinde van het CDA. Waar namelijk wel Pieter Omtzigt toen nog van het CDA op pushte, hè, met het plan achterlaten in het torentje. Waar CDA Hugo De Jonge op pushte met zij van ja, maar hij is weer bezig. Was het Martin Van Rijn, is mijn indruk uit de stukken die we gisteren kregen. Die dacht van hij is weer bezig, hij loopt te drukken en te pushen en ik vind hem ongeloofwaardig. Waarschijnlijk was het Martin Van Rijn waardoor we niet twee keer het schip in zijn gegaan. En ik hoop dat mevrouw Van den Berg zich dat ook een beetje wil realiseren. Mevrouw Van den Berg. Nee, voorzitter, ik heb net al aangegeven dat ik denk ik heel goed is dat er dus ook die scheiding was. En dat minister Van Rijn uiteindelijk bepaalde hoeveel middelen er wel of niet werden ingekocht. En wat andere toenmalige CDA'ers wel of niet ergens neerleggen, ja, dat moet u aan die andere mensen vragen en niet aan mij. Dank u wel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen, in ieder geval van uw bijdrage. Ik stel voor dat we even heel kort schorsen om even de benen te strekken. En dan gaan we naar mevrouw Thiele van de VVD. Ik schors de vergadering voor een enkel moment.
Ik heropen de vergadering. Aan de orde is het vervolg van het debat over de mondkapjesdeal. En ik geef graag het woord aan mevrouw Thiele van de VVD voor haar inbreng. Voorzitter, ik wil de Kamer graag in gedachten even mee terugnemen naar het voorjaar van 2020. Weet u het nog? De straten waren leeg, de IC-bedden overvol en elke avond werden we in actualiteitenprogramma's, aan talkshowtafels en met de filmbeelden van frontberichten geconfronteerd met de paniek die de besmettingsgolf van het coronavirus teweegbracht. Er waren tekorten aan kennis, aan behandelmogelijkheden, aan beschermingsmateriaal. En van alle kanten, bedrijven en personen, kwamen tips en ideeën om die tekorten aan te vullen. Kamerleden gaven briefjes aan vak K met telefoonnummers. En deze Kamer vergaderde elke week urenlang en nam aansluitend beslissingen over soms wel 60 uiteenlopende moties. En het kabinet vergaderde dagelijks urenlang en ministers namen tientallen risicovolle beslissingen op basis van 50% van de informatie en met grote impact op levens. In al die hectiek wilde niemand een kans op het invullen van tekorten missen. Voorzitter, toen ons land een jaar later gewend geraakt was aan de onvoorspelbaarheid van corona en er betere behandelingen waren, vaccins en meer controle ontstond, konden we met een koeler hoofd kijken naar wat er was gebeurd rondom de tekorten aan mondkapjes. En hier, in de Kamer en bij de mensen in het land, een groeiende verontwaardiging over de mondkapjes van Van Liende en compagnons. 100 miljoen euro belastinggeld is weg. En dat is al erg, maar misschien nog wel te begrijpen in de hectiek. Maar dat de betrokken ondernemers niet zomaar vrijwilligerswerk deden met deze deal, zoals ze zelf meerdere malen en met nadruk en met klemtonen beweerden en beloofden, maar dat deze mannen er miljonair van zijn geworden, dat maakt verontwaardigd en boos. Door publicaties en gedeelde mail- en appberichtjes is ook de schijn gewekt dat minister De Jonge een niet al te vrije rol heeft vervuld. En over dat laatste gaat dit debat vandaag. Wat was de rol van minister De Jonge bij de totstandkoming van de mondkapjesdeal met Relief Goods Alliance en hoe oordeelt de Kamer over die rol? Maar ik hecht eraan ook de vraag over de rol van Relief Goods Alliance zelf later dit jaar nog door deze Kamer te bespreken, te beoordelen en van eventuele consequenties te voorzien. Voorzitter, naar aanleiding van de informatie die ik tot nu toe heb, heb ik vragen voor minister De Jonge en ook aan minister Helder. Aan minister De Jonge. De minister schrijft in zijn brief van gisteren dat hij niet betrokken was bij onderhandelingen. Uit de informatie die is gedeeld ontstaat bij mijn fractie het beeld dat hij wel meer heeft gedaan dan alleen een naam en een telefoonnummer van Van Liende door te sturen. Daarover dus twee vragen. Wat is de reden dat de minister ook na het doorgeven van het contact van Van Liende nog contact heeft gehad met onder andere Van Liende over die deal? En vindt de minister dat achteraf legitiem? En hoe reflecteert de minister op de term betrokkenheid? Hij blijft zijn betrokkenheid eigenlijk bagatelliseren. Hoe weegt hij dat? Hoe reflecteert hij op zijn eigen uitlatingen in de media? En ik wil ook van de minister weten of hij meer contacten heeft gelegd dan met Van Liende. En of hij wel eens nee heeft gezegd tegen contacten. Had hij daar een, ja, ik noem het maar ambtelijk, beleid over voor zichzelf? Ik refereerde eerder al aan de meer dan 100 miljoen euro aan verspild belastinggeld waarmee Van Liende zich heeft verrijkt. Ik, wij, de mensen in het land, voelen ons belazerd door Van Liende. Hoe voelt de minister De Jonge zich daarbij? 100 miljoen euro belastinggeld, waardeloze mondkapjes, beloofd om niet, maar resulterend in 3 miljonairs. Hoe belazerd voelde hij zich? Het mediabeeld over De Jonge is niet heel open en reflectief. Zeker niet als blijkt dat de minister tot vorige week heel bewust en tegen de adviezen en afspraken in zijn communicatie via privémails laat lopen. Hoe kijkt de minister naar dat beeld? En als dat heel anders is dan het beeld dat hij heeft, wat begrijpen wij dan niet? Wat moeten wij wel begrijpen? Graag een reflectie. Voorzitter, we even terug naar het voorjaar van 2020. Van minister Helder wil ik graag weten in hoeverre procedures voor inkoop en kwaliteit toen van toepassing waren en of procedures gewijzigd werden om in de hectiek van de tekorten te voorzien. Wat was het houvast dat de procedures vormden en bleef dat houvast in stand? En terugkijkend op het afgelopen jaar wil ik graag van minister Helder weten waarom Deloitte tot 5 keer toe de oplevering van het gevraagde onderzoek heeft uitgesteld. Waarom zo vaak vertraagt? En hoe kan de minister zorgen dat er verder geen vertraging komt? Want ik wil heel graag voor het zomerreces een debat kunnen voeren over dat Deloitte-onderzoek. Voorzitter, mijn fractie kan op basis van wat we nu weten geen definitieve conclusie trekken. Minister De Jonge moet vandaag nadere tekst en uitleg geven, context scheppen. Maar uiteindelijk is dat ook maar een deel van het totale verhaal over deze mondkapjesdeal. Dank u wel. Dank u wel. Een aantal interrupties. Allereerst de heer Van Houwelingen, Forum voor Democratie, dan mevrouw Agema en mevrouw Van der Plassen, PPP. Ja, dank u wel. De heer Van Houwelingen, excuus. Oh, sorry. Ja, en dan mevrouw Agema. Gaat u gang.
Ja, dank u voorzitter. De VVD is nou ineens heel kritisch op de deal die Siewert heeft gesloten. Ze zijn natuurlijk allemaal heel kritisch over. Maar waarom heeft de VVD er afgelopen jaar eigenlijk niks aan gedaan om VWS onder verscherpt financieel toezicht te plaatsen? We hebben daar moties voor ingediend, die heeft de VVD niet gesteund. We zijn ook heel kritisch geweest bijvoorbeeld op dat LCA. Het is al een paar keer te sprake gekomen. Ook daar heeft de VVD, heb ik de VVD niet gezien. Dus wat heeft de VVD nou gedaan het afgelopen jaar, toen al die misstanden speelden, om de touwtjes aan te trekken? En waarom heeft hij al de moties die dat beoogden, heeft hij dat niet gesteund? Mevrouw Thiele. Nou, volgens mij is de VVD voortdurend kritisch geweest op alles wat is gebeurd, met name tijdens de coronacrisis. Wat er financieel is gebeurd, wat er procedureel is gebeurd. Tegelijkertijd vindt de VVD het ook wel fair om gewoon realistisch en vooruit te kijken. Dus dat de VVD de moties van meneer Van Houwelingen niet heeft gesteund, is waarschijnlijk omdat we die gewoon niet sterk genoeg vonden om situaties te verbeteren. De heer Van Houwelingen. Oké, heeft net bijvoorbeeld kritiek op het Deloitte-onderzoek. Even, ik ga één voorbeeld nu geven. En we hebben ook kritiek op. En wij kwamen met een motie, heel concreet, vorig jaar, om de Algemene Rekenkamer dat onderzoek te laten doen. Waar wij ook als Kamer staan op gelijke hoogte veel meer controle over zouden kunnen hebben. En dat heeft de VVD weggestemd. Dus waarom heeft hij dat dan bijvoorbeeld weggestemd? Zelfs zo'n motie. Mevrouw Thiele. Ik heb geen kritiek op het Deloitte-onderzoek, want dat kan ik nog helemaal niet hebben, want dat heb ik nog niet gezien. Dus ik weet niet waar meneer Van Houwelingen die citering naar verwijst. Heer Van Houwelingen. Ik verwijs natuurlijk, u was ook bij gisteren, is een verslag geweest in een technische briefing. U, dat zegt u net, hè, daar waren we allemaal heel erg teleurgesteld over. We hebben natuurlijk geen controle over dat onderzoek. VWS is de opdrachtgever. En met de Algemene Rekenkamer hadden we waarschijnlijk vaker briefings kunnen krijgen, hadden we meer controle over gehad, heeft ook meer bevoegdheden de Algemene Rekenkamer. Dus dat is eigenlijk mijn vraag. Het is maar volkomen onduidelijk waarom het lijkt wel alsof de VVD dus eigenlijk VWS indirect in bescherming neemt. Mevrouw Thiele. Die suggestie, sorry voor het onparlementaire woordgebruik, voorzitter, maar slaat natuurlijk nergens op. Punt 1 gaat meneer Van Houwelingen weer dingen zeggen die ik zag gezegd zou hebben, die ik niet gezegd heb. Het Deloitte-onderzoek loopt. Het zijn onafhankelijke, forensische accountants. Daar zit kennis, zeg maar, om de hele bak aan informatie die er is rondom de mondkapjesdeal op een rijtje te kunnen zetten en te wegen. Ik heb vertrouwen in dat heel veel op gaat leveren. Waar ik kritiek op heb, is dat het 5 keer is uitgesteld. Maar daar heb ik vragen over gesteld aan minister Helder. Dus meneer Van Houwelingen en ik verschillen denk ik inhoudelijk niet van mening over het feit dat het heel belangrijk is dat er waarheidsvinding is, dat feiten op een rij komen en dat we op basis daarvan conclusies kunnen trekken. Alleen de methode, kennelijk verschillen we daarvan van mening over, maar volgens mij is dat niet zo'n groot probleem. Mevrouw Agema, PVV. Dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat mevrouw Thiele van de VVD zich heel goed realiseert dat CDA Siewert van Lienen, als het aan het Landelijk Consortium Hulpmiddelen had gelegen, helemaal geen deal had gehad. En nadat er werd afgewezen, was het Hugo de Jonge van het CDA en de secretaris-generaal van het CDA en de PA van het CDA. En toen kwam die deal ineens wel tot stand. En dat is vriendjespolitiek en dat is nepotisme. En dat is heel lelijk binnen het CDA. Hè? Ook omdat verschillende CDA's daarna nog probeerden een tweede deal zelfs nog rond te krijgen. Mijn vraag is eigenlijk aan mevrouw Thiele of zij zich voldoende realiseert dat het aan haar ligt, van het einde van vandaag, Hugo de Jonge nog minister is. En dat, als de uitkomst is ja, dat mevrouw Thiele van de VVD die vriendjespolitiek en dat nepotisme bij het CDA accepteert en het belangrijker vindt om onderling vriendjes te zijn in de coalitie dan rechtvaardigheid voor het verliezen van 100 miljoen euro gemeenschapsgeld. Mevrouw Thiele. Mevrouw Agema zegt een aantal dingen waar ik het heel erg eens ben. Nepotisme vind ik überhaupt een lelijk woord, qua klanken, maar is natuurlijk ook heel erg. De vraag is alleen of we die conclusie nu al kunnen trekken. En mevrouw Agema heeft dat gedaan en die heeft daar haar eigen denklijnen achter. Ik kan dat niet zomaar onderbouwen. Waarom niet? Omdat het volledige plaatje nog niet bekend is. En ik heb de handicap dat ik ook lid ben van een parlementaire enquêtecommissie. Maar kan u vertellen dat heel veel dingen die zo lijken, tijdlijnen, documenten, uiteindelijk als je mensen in hun ogen kijkt en nog een keer in hun ogen kijkt en 3 vragen stelt en iemand anders nog eens 3 vragen stelt, dat het eigenlijk toch heel anders is dan wat op papier staat. Dus ik vind oprecht dat wij hier minister De Jonge in de ogen moeten kijken, vragen moeten stellen. Heb ik net een aantal vragen gesteld, maar ik ben zeker niet de eerste vandaag. En vervolgens ook af moeten wachten wat er allemaal op het rijtje van Deloitte komt, om dan pas een conclusie te trekken die met de stevige woorden die mevrouw Agema stelt, of misschien met de realistische woorden die ik daaraan zou verbinden. Mevrouw Agema.
Ja, dank u wel, voorzitter. Begrijp ik nog goed dat mevrouw Thiele het feit dat ik conclusies trek op basis van bewijs, wat ongelooflijk groot is. En alleen al, ik zou u dit boek willen aanraden, Siewert's Miljoenen van Strop en Vermeulen. Ik zou u ook willen aanraden het WOP-verzoek uit de Volkskrant met Hendricks en Kreling. Verschillende andere WOP-onderzoekers, Aukema van de Tuin van de Vecht. En ik zou mevrouw Thiele willen aanraden om dat allemaal te lezen. Want als zij hier zegt, mevrouw Agema trekt nu conclusies wat nog helemaal niet kan. Zou kunnen. Maar er is zoveel bewijs dat als mevrouw Thiele dat hier zegt tegen mij, zij niet alleen mijn integriteit bedoezelt, maar van al die journalisten en al die onderzoekers. En de heer Lambie van RTL, die vorig jaar de microfoon onder de neus van minister De Jonge duwde, die stellig ontkende dat hij betrokken was bij die deal. Dus zou het niet beter zijn als de VVD hier niet andermans integriteit of dat van journalisten en wetenschappers in twijfel trekt, maar zich realiseert dat er ongelooflijk veel bewijs met heel veel tegenstribbelen vanuit die hoek en rechtszaken en noem maar op, toch boven water is gekomen. En zou het niet zo zijn dat de VVD zich beter zou moeten realiseren dat het vriendje van het CDA, die er allemaal bij betrokken waren, dat er nadat het LAC het niet wilde, er toch een deal kwam, hier gewoon de hand heeft overspeeld. Zou het niet beter zijn als de VVD de handen ervan aftrekt? Want als de VVD dat niet doet en ze laat aan het einde van de rit Hugo de Jonge vandaag zitten, ja, dan kan hij toch ook gewoon doorgaan met alles wat hij deed. Mevrouw Thiele. Nou, wat de VVD graag doet is kritisch en feitelijk kijken naar informatie die er is en op basis daarvan wegen en oordelen. Mevrouw Agema doet in de eerste interruptie, stelt zij zeg maar het voortbestaan ongeveer van minister De Jonge op mijn persoonlijke schouders. En vervolgens de integriteit van de hele onderzoeks- en journalistieke wereld. Ik vind dat gewoon niet fair. Ik vind dat wij hier fair als Kamerleden vragen moeten stellen, met elkaar in debat moeten gaan, feiten moeten wegen en op basis daarvan conclusies moeten trekken. Zo zit ik erin. En ik heb ontzettend veel bewondering voor al het werk dat onderzoeksjournalisten hebben gedaan. Ik lees artikelen en denk zo, daar zijn ze mooi achtergekomen en dit levert mij weer nieuwe informatie op. Ik heb alleen nog niet een 100% compleet beeld. En misschien krijg ik ook nooit een 100% compleet beeld, maar ik wil toch iets meer dan ik nu heb. En mevrouw Agema, het is haar recht om haar feiten te wegen en om haar conclusies te trekken. Maar ik vind niet dat het haar recht is om mij nu allerlei dingen op de schouders te leggen en woorden in de mond te leggen die niet passen bij een eerlijk debat. Tot slot, mevrouw Agema. Nou, ik zou het woord eerlijk niet zo in de mond nemen als ik u was, maar goed. Kan mevrouw Thiele aangeven welke informatie voor haar nog ontbreekt, alvorens zij conclusie kan trekken? Mevrouw Thiele. Ja, zoals ik al zei, soms kun je een paar documenten lezen en denk je, nou, zo zit het. En dan lees je een paar andere documenten en denk je, oh, het zit toch iets anders. En dan spreek je er twee mensen over en denk je, oh, het is toch iets anders. Wat Deloitte gedaan heeft, is heel veel informatie bij elkaar verzameld. Veel meer dan die we gisteren in die brief kregen. Ik geloof dat het in totaal 5,5 miljoen documenten zijn. En dat zal niet alleen over deze mondkapjesdeal zijn, maar over nog veel meer. Maar laten we zeggen dat het 1 miljoen documenten zijn. Nou, ik heb nog niet de tijd gehad om die allemaal te lezen en met elkaar in verband te brengen. Laat staan te kijken of daar patronen in te vinden zijn die mij somber dan wel gunstig stemmen. Dus ik wil gewoon het Deloitte-onderzoek afwachten waarin al die feiten op een rijtje staan en dan kan ik dat wegen. Dank u wel. Dan gaan we nu naar mevrouw Van der Plas, BBB. Maar u had geen korte, mevrouw. Heel kort, ja. Heel kort dan, mevrouw. Dank u wel. Dank u wel voor uw goedheid, voorzitter. Ik vroeg me dus. Nou, dan raak ik ook nog even mijn draad kwijt. Oh jee. Komt er zo terug. Ik kom er zo op terug. Ja, ja, kan ook. Dan doen we eerst mevrouw Van der Plas. Lissen. En dan hebben we ook nog dat de heer Van Haga. En dan mevrouw Agema. Doen we het zo. Mevrouw Van der Plas. Dank u wel. Ja, ik heb eigenlijk maar één vraag voor mevrouw Thiele. En dat is: wat moet een minister doen voor de VVD? Dat de VVD een streep trekt en zegt van deze minister kan niet meer blijven. Wat is daarvoor nodig?
Mevrouw Thiele. Dat is een hele algemene vraag. Dus ik laat me eigenlijk niet verleiden om hele algemene uitspraken daarover te doen. En volgens mij hebben we gewoon met elkaar als Kamer heel duidelijk afspraken hoe we met elkaar omgaan. En daar hebben we ook afgelopen jaar het woord bestuurscultuur is al heel vaak gevallen. Maar volgens mij heeft dat te maken met hoe wij allemaal aan het werk zijn om te zorgen dat onze democratie transparant en transparant is. En dat mensen begrijpen wat we hier doen en dat we dat doen in evenwicht met elkaar. Nou, en mensen die daar moedwillig van afwijken, die moeten we niet hebben. Nou, dat. Mevrouw van der Plas. Oké, dat is interessant. Dat biedt in ieder geval iets perspectief. Kijk, voor BBB is het heel simpel. Als een minister liegt, niet de waarheid vertelt, of een minister informeert de Kamer niet of verkeerd, dan is voor ons reden om te zeggen, die minister kan niet blijven, want dat is gewoon een politieke doodzonde. Dus dan zal ik hem specifieker stellen. Vindt mevrouw Thiele dat als een minister niet de waarheid heeft verteld, of de Kamer verkeerd of niet heeft geïnformeerd, is dat voor de VVD reden om tegen de minister te zeggen, deze minister moet weg? Mevrouw Thiele. Ik heb zojuist een aantal, volgens mij best kritische vragen gesteld over uitingen die deze minister heeft, minister De Jonge heeft gedaan, omtrent zijn betrokkenheid. Ik ben heel nieuwsgierig naar zijn antwoorden daarop. Mevrouw van der Plas, tot slot. Ja, dat is een heel algemeen antwoord op een hele specifieke vraag. Want het is natuurlijk, in deze Kamer is het natuurlijk gewoon wel een politieke doodzonde. Dus ik stel dan de vraag nogmaals, en mevrouw Thiele mag ook zeggen, ik ga daar niet op antwoorden, zij gaat over haar eigen antwoorden. Ik stel hem nog een keer heel specifiek. Is het feit dat een minister niet de waarheid vertelt, of de Kamer niet of verkeerd informeert, genoeg voor de VVD om een minister naar huis te sturen? Mevrouw Thiele. Ik haal wat ik zojuist heb gezegd, want we hebben het over dit debat. Zo'n algemeen antwoord was het niet. Het is over dit debat. Ik heb deze minister De Jonge kritische vragen gesteld en ik wacht zijn antwoorden af. En dan mag u terugkomen met uw vragen. De heer Van Hagen, Groep Van Hagen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, misschien toch doorgaand op dit thema. We zijn het over een aantal zaken zijn we het gewoon eens. Er is 100 miljoen belastinggeld weggegooid aan mondkapjes die niet werken. Dat heeft mevrouw Thiele net gezegd in haar eigen betoog. Minister De Jonge heeft gefaciliteerd in deze deal, daar zijn we het ook over eens. Hij heeft ook, en dat heeft mevrouw Thiele ook gezegd, heeft via zijn privémail toch een beetje op schimmige manier geprobeerd om buiten de WOP-procedure te zijn. En, zoals mevrouw van der Plas net zei, hij heeft er ook nog over gelogen. Dus die vier dingen staan vast. Dus de vraag is een beetje, met deze vier dingen die op tafel liggen, is het dan voor de VVD nog steeds niet voldoende om te zeggen, nou, oké, er kan nog wel meer boven tafel komen, maar dit is al voldoende om iemand naar huis te sturen. Mevrouw Thiele. Ik wil eerst de minister recht in de ogen kunnen aankijken en hem antwoorden horen geven op de vragen die ik gesteld heb, omdat ik die vragen belangrijk vind. De heer Van Haga. Ja, voorzitter, maar de VVD heeft deze minister al 2 jaar in de ogen gekeken. En het is al heel lang bekend dat hier iets heel schimmigs gaande is. En de VVD heeft al lang natuurlijk alle feiten gehoord die wij waarschijnlijk pas veel later te zien krijgen. Dus nogmaals mijn vraag, deze vier dingen staan vast. En dat is echt een heel serieus vergrijp. Vindt de VVD niet dat het gewoon tijd is om de stekker eruit te trekken? Mevrouw Thiele. Welke insinuatie was meneer Van Hagen nu aan het doen? Wat zijn we nu aan het doen? Die de VVD waarschijnlijk misschien al eerder heeft gehoord. Wat is dat nou weer? Dat is precies volgens mij waar wij in deze Kamer mee op moeten houden. Als we het over feiten hebben, bijvoorbeeld feiten, als u het wil kwalificeren met prachtige bijvoeglijk naamwoorden als schimmig of wat dan ook, dat is allemaal ons goed recht. Maar dat bijzinnetje, meneer Van Hagen, via de voorzitter van meneer Van Hagen, daar maak ik echt bezwaar tegen. De heer Van Hagen, tot slot. Ja, voorzitter. Het grote nadeel dat mevrouw Thiele heeft is dat ik ook onderdeel ben geweest van de VVD-fractie. Dus ik weet precies hoe het gaat. En als ik mevrouw Van den Berg en mevrouw Thiele nu zie schutteren hier, dan denk ik, en dat is een volgende insinuatie, en misschien kan ik dat omzetten in een vraag. Ik denk dat de VVD en het CDA en D66 en de ChristenUnie al een akkoordje hebben bereikt. Die hebben al gezegd van, nou, laat ik eens in het wilde weg filosoferen. Minister De Jonge biedt zijn excuses aan. En dan komt de VVD of een andere partij met een motie van afkeuring of een motie van treurnis. En iedereen doet een plas en alles blijft zoals het was. Dus mijn vraag aan mevrouw Thiele, en dat is een insinuatie, is het niet zo dat er al een akkoord op tafel ligt achter de schermen? Want die overleggen vinden gewoon plaats, dat weet u zelf ook.
Mevrouw Thiele. Ja, meneer Van Haga, ik vind het... nee, punt, nee, punt. Mevrouw Agema. En dat ook, ik weet hoe het is. Ook dat, het is weer ook voor de mensen op de publieke tribune. Alsof het hier een kamer is met allemaal vage achtergangetjes en nare hoekjes. Nee, wij zijn hier met 150 mensen en een kabinet die met elkaar proberen om dingen voor mensen in het land voor elkaar te krijgen. En het zou mooi zijn als we daar ook een open en oprechte manier met elkaar over in gesprek zijn. En dat noemen we dan een debat. Mevrouw Agema, PVV. Voorzitter, dat biedt wel perspectief, want de VVD zegt hier nu dus dat aan het einde van de rit, aan het einde van de dag, het heel goed mogelijk is dat minister De Jonge geen minister meer is. Dat is iets anders eigenlijk dan alle vragen die ze tot nu toe had beantwoord, voorzitter. Ik wil er nog... Was dat een vraag aan mevrouw Thiele? Nee hoor. Niet? Nou, ik vond het wel een goede constatering. Ik hoorde geen vraagteken. Maar, nee, de vraag... Nee, wat mevrouw Thiele hier zegt, is precies wat zij zojuist zei. Namelijk, ik heb een aantal kritische vragen gesteld. Ik wil de minister in de ogen kunnen kijken. Ik hoor zijn antwoorden. En dan weeg ik zaken. Maar mevrouw Thiele heeft ook gezegd dat ik nog niet 100,0% van alle informatie heb. En dat ik ook weet dat ik niet 100,0% van alle informatie ga krijgen. Maar dat ik wel ook het Deloitte-onderzoek graag afwacht om inhoudelijke conclusies te trekken. Mevrouw Agema. Ja, dank u wel, voorzitter. Er staan wel eens dingen in de krant die niet helemaal kloppen. Hè. Zo staat er al in de krant dat ik een motie van wantrouwen ga indienen. Daar ben ik natuurlijk nog niet uit, want ik ben een klassiek Kamerlid. En ik geef de minister straks eerst de kans en de ruimte om zijn kant van het verhaal te vertellen. Ik vind dat volkomen normaal en daarna trekken we onze conclusies. Maar ik heb er wel ontzettend hard hoofd in dat het beeld wat er nu is met al die feiten, met al die bewijzen die boven tafel zijn gekomen, nog kan kantelen in zijn voordeel. En dan gaat het met name om het punt, het springende punt. Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen wil niet met CDA van Linde in zee. En dan komen al die CDA'ers in stelling en dan komt de dealer toch. Los van het feit of er 100 miljoen euro gemeenschapsgeld verloren is. Ze krijgen nee, CDA's komen in stelling en de deal komt er toch. En mijn vraag aan mevrouw Thiele is, als minister De Jonge dat beeld bevestigt, is het dan einde ministerschap of niet? Mevrouw Thiele. Ik wilde eerst nog even ingaan op waar mevrouw Agema mee begon. Want dat siert mevrouw Agema namelijk ook. Want ik heb ook in haar eerste termijn niet al allerlei dreigementen met moties gehoord. Dus dat is volgens mij oprecht hoe we dus hier met elkaar in debat moeten zijn. Open en op zoek naar de feiten. De vraag van mevrouw Agema, daar zitten wel weer allerlei deelconclusies in die ik nog, waarvan ik nog niet zo ver ben dat ik ze kan trekken. Dus mijn antwoord op de vraag van mevrouw Agema is, ik wacht af. En nogmaals, ik denk ook dat ik echt nog informatie uit het Deloitte-onderzoek, 5,5 miljoen documenten nodig heb om uiteindelijk een weging te maken over welke processen er al dan niet zijn gevoerd. Mevrouw Agema. Mijn vraag, en ik heb hem geloof ik al gesteld, sorry voorzitter voor de herhaling, maar wat heeft mevrouw Thiele van de VVD dan nog nodig? Op dit springende punt, Landelijk Consortium Hulpmiddelen wil niet met Siewert in zee, niet. CDA's komen in stelling, hij krijgt de deal toch. Los van het feit van die 100 miljoen euro belastinggeld. Wat heeft zij in dat beeld, waar zoveel bewijs van boven tafel ligt, nog nodig van Deloitte? Mevrouw Thiele. Nou, het daadwerkelijke verband daartussen. Hè. Dus mevrouw Agema noemt twee feiten, maar die niet per se met elkaar in verband laat staan een oorzakelijk verband zijn. En daar wil ik echt beter begrijpen hoe dat soort dingen zijn gegaan. Dank u wel. Mevrouw Thiele, en dan gaan we naar mevrouw Bikker van de ChristenUnie voor haar inbreng. Dank u, voorzitter. Voorzitter, de afgelopen weken, eigenlijk de afgelopen dagen, weken, nou eigenlijk alles rond de deal over de mondkapjes met hulptroepen BV, het is gewoon een treurig beeld. En dat begint allermeest met het beschamen van het vertrouwen van zoveel mensen die dachten mee te werken aan een grote order zonder winstoogmerk, ja echt, om heel veel mensen in de zorg te helpen. Maar dat bleek allemaal anders te zitten. En het strafrechtelijk onderzoek loopt.
Vandaag hebben we het echter niet over de aanpak van die misstanden. Vandaag gaat het over het optreden van de minister van VWS ten tijde van de totstandkoming van deze deal en in de maanden daarna. Waarbij we eerlijk gezegd in een staatsrechtelijke spaghetti van de ministeriële verantwoordelijkheid dreigen te komen. Immers niet eerder legde een minister vanuit vak K verantwoording af over zijn toenmalige portefeuille, terwijl de naaste minister zit die nu verantwoordelijk is. En dat is ongemakkelijk, terwijl ik, ja, eigenlijk niet omdat ik de afweging van minister De Jonge niet begrijp, maar wel omdat ik het een ingewikkeld precedent vind geven. Want kan een oud-minister met nu een andere portefeuille toch voor die oude portefeuille naar de Kamer worden gehaald? Of kiest de bewindspersoon daar zelf voor? Nou, zo zijn er allerlei vragen te stellen, voorzitter. En ik hoop eerlijk gezegd dat dit geen precedent is, maar een eenmalig gebeuren. Terug naar de mondkapjes. Een tijd van stress, van paniek, van heel veel mensen die zich met goede bedoelingen aanbieden, soms ook niet, van heel veel druk in de media en waar eigenlijk iedereen wilde dat we zo snel mogelijk zoveel mogelijk beschermmiddelen hadden. Juist ook in die verpleeghuizen, in de thuiszorg. En vanuit dat tijdsgewricht heb ik alle begrip voor het aandragen van kansen, ook van collega's hier die mensen tegenkwamen die iets lieten zien. Dat er contacten waren, dat is dan te begrijpen. Maar juist daarom blijven nu nog steeds de vragen staan wanneer duidelijk werd dat het in deze deal niet om een filantropische stichting ging, maar een BV. Was dat al bekend bij het sluiten van de deal? En hetzelfde geldt voor de kwaliteit van de mondkapjes. Wanneer was bekend dat dat niet in orde was? Wanneer wisten de betrokken ministers dat? En wanneer hebben ze dat met elkaar gedeeld? Voorzitter, uit de appjes is in ieder geval heel duidelijk dat minister De Jonge bekend was met de heer Van Liende en contact met hem had en andersom nog meer. De minister heeft daar in zijn brief ook op gereflecteerd. Maar voorzitter, daar toch een paar vragen bij. Waarom reflecteert de minister hier zo laat publiek op? Heeft hij daar al op een eerder moment op gereflecteerd? Welke motieven heeft hij daarbij? Waarom niet eerder zijn kaarten op tafel, zo snel mogelijk? Want zou dat niet kenmerkend moeten zijn van hoe we met deze dingen om willen gaan? Met alle begrip dat er fouten zijn gemaakt in crisistijd. Dat er dingen niet zijn gelopen zoals je het idealiter had gezien. Maar dat je daarover reflecteert, aangeeft wat je motieven zijn en dat je daarmee ook schoon schip maakt. Voorzitter, over de mail. Het klinkt allemaal heel menselijk, maar toch is het eerlijk gezegd erg dom. Alleen al vanwege de beveiliging die er voor overheidszaken geldt. Ik neem aan dat de minister daarin zijn lessen geleerd heeft. Ik neem ook aan dat het een waarschuwing is voor ons allemaal. Want tegelijkertijd had ik gisteren ook nog dat er net even iets misging. Dus soms heb je ook met je accounts dat er dingen misgaat. Maar dit ging toch wel een stapje verder. En ik mag ook hopen dat we dat voortaan voorkomen. Kan minister Helder verzekeren dat ook relevante privémails betrokken worden bij het Deloitte-onderzoek? En dan verder over dat onderzoek, voorzitter. We hebben de beantwoording van Deloitte gezien in de technische briefing. En het is duidelijk, het is omvangrijk, het gaat zorgvuldig. Maar het tijdspad, voorzitter, is erg ongewis. Hoe ziet de minister daarop toe, minister Helder? En is er vanuit het ministerie van VWS alle medewerking in de informatieverzoeken die gedaan worden? Hoe ziet de minister de onderzoeken 2 en 3, de delen? Hoe interfereert dat met de parlementaire enquête? En voorzitter, in de omgang met de WOP-verzoeken, waarom heeft het ministerie dit zo lang afgehouden, inclusief juridische procedures? En was het gisteren vervolgens geen probleem om de zaken naar buiten te brengen? Voorzitter, ik rond af. Fouten maken in crisistijd, dat begrijpen we allemaal. Maar volhard er dan niet in, leg het uit. En voorzitter, dan kunnen we ook weer toekomen aan de dingen die we echt nodig hebben in deze tijd. Want het zijn spannende tijden, niet alleen deze dag, maar in veel groter verband. Dank u wel. Dank u wel. Dat is een interruptie van mevrouw Aangema, PVV. Voorzitter, ik vraag me ook even af wat mevrouw Bikker precies van minister De Jonge wil. Als het gaat om de brief die hij via minister Helder aan ons heeft gestuurd. Eigenlijk zegt mevrouw Bikker, nou ja, fout maken kan. Kom eerder met je excuses, dan had het allemaal beter geweest. Maar in die brief die hij via minister Helder aan ons heeft gestuurd, zie ik geen excuses. Het had duidelijk moeten zijn, er was verwarring. Dus wanneer is het voor mevrouw Bikker goed? Wanneer strijkt ze met de hand over het hart en kan minister Jonge gewoon blijven en doen wat hij wil? Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter.
Mevrouw Agema kan soms heel goed samenvatten, maar nu doet ze me tekort. Want ik vroeg bijvoorbeeld, waarom heeft de minister die brief gisteren geopenbaard? Ik heb eerlijk gezegd de data boven de brief niet scherp of dat nog de dag ervoor was of gisteren. Maar in ieder geval een heel laat moment, terwijl al lang duidelijk was. Dat neem ik aan dat de minister duidelijk had voor zichzelf welke contacten hij heeft gehad destijds met de heer Van Liende. Ik heb hem gevraagd naar zijn motieven. Ja, die vraag stel ik niet zomaar. En ik heb voor hier een open debat. Ik heb mijn vragen gesteld over de keuzes die zijn gemaakt. Daar ga ik de reflectie op horen. En ik heb daarnaast neergelegd dat ik het een staatsrechtelijk ingewikkeld debat vind. Maar dat we dat nu wel voeren met deze minister. Mevrouw Agema. Ik vroeg eigenlijk wat mevrouw Bikker nou precies van de oud-minister van VWS, van minister De Jonge wil. Want in de brief die hij naar de Kamer heeft gestuurd, heeft hij het over verwarring en had er beter op moeten toezien, had completer moeten zijn. Dat zal allemaal wel waar zijn, maar ik lees niet een mea culpa of een excuus of een wat wil mevrouw Bikker van minister De Jonge. Wat wil ze dat hij doet straks? Wat wil ze van hem horen? Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter. Ik ga hier niet vertellen wat meneer De Jonge precies moet zeggen of minister De Jonge. Laten we de verantwoordelijkheden scherp houden. Ik heb mijn vragen gesteld. Die vragen gaan 1 over welke contacten zijn er precies geweest. Wanneer was duidelijk dat dit niet filantropisch was, maar winstgevend? Is daarover gesproken tussen de ministers? Nou, het kan ook zijn dat dit pas duidelijk gaat worden bij het Deloitte-onderzoek. Maar ik wil de antwoorden van deze ministers horen. Ik heb ook aangegeven dat ik het laat vind. En daar heb ik dus mijn gedachten bij. En ik vraag de minister daarop te reflecteren. Maar ik ga je niet zeggen als de minister door deze en die hoepel springt. Nou, dan staat de ChristenUnie-fractie zo. Ja, zo werkt dat niet. Tot slot, mevrouw Agema. Ik hoor echt een heel aantal keren in het debat langskomen dat er nogal een groot verschil is tussen een non-profit en een profit organisatie. Maar laten we wel wezen, er zijn ongelooflijk veel non-profit organisaties waarbij de bestuurders tonnen verdienen en in hun zak steken. Dus dat verschil lijkt me toch niet heilig. Volgens mij is het ook van belang dat mevrouw Bikker inziet dat de heer Van Liende geen deal kreeg via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. En vervolgens gaan er een heleboel CDA's duwen, pushen, komen in actie. En dan krijgt hij een deal wel. Los van het feit dat er 100 miljoen euro belastinggeld mee verloren is gegaan en dat geld terug moet, had dit ook in een non-profit situatie was het ook verkeerd. Want al die andere leveranciers die zelfs deugdelijke mondkapjes konden leveren, die kregen hun deals afgeblazen. Ja, dus dat wilde ik nog even vragen, mevrouw Bikker. Realiseert zij zich dat de profit of non-profit in deze deal, dat de deal sowieso verkeerd was, mevrouw omdat Bikker. Die CDA's dat gingen regelen? Mevrouw Bikker. Voorzitter, ik heb niet voor niks ook vragen gesteld over de kwaliteit van de producten, wanneer dat duidelijk was. Dus daar heb ik vragen over gesteld. Ik begrijp heel goed dat mevrouw Agema daarin nog een keer terugkomt van, heeft u dat allemaal in de gaten? Ja, wij staan hier samen als zorgwoordvoerders ook wel eens heel chagrijnig te zijn over non-profit instellingen waar het niet goed gaat, eens. Maar wat hier wel duidelijk is gebeurd, en we hebben dat ook gezien in allerlei bedrijven die daarna ook zich hebben teruggetrokken. Zij dachten samen voor het goede doel, met elkaar, voor een samenleving die in brand stond, samen zich in te zetten met uitzendkrachten, met allerlei dingen, om mensen echt te helpen. En dat is anders gebleken. Ja, dat is wel de situatie waar we het nu over hebben. Dank u wel. Mevrouw Van Essen, Partij voor de Dieren. Dank u, voorzitter. En ik kan het verhaal van de ChristenUnie heel goed volgen van mevrouw Bikker. En ik snap ook die positie. Alleen ik vind het nog wel interessant hoe mevrouw Bikker dit ziet in die nieuwe bestuurscultuur die beloofd is vorig jaar. En hoe zij, en ik ga er toch vanuit, ChristenUnie, die we kennen als een partij die staat voor die openheid, die integriteit. Het feit dat we hier met elkaar dat open debat voeren, hoe zij dan dit debat van vandaag en de informatie die we nu hebben ziet in die bestuurscultuur die beloofd is. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, dank u wel. En ook dank aan mevrouw Van Es voor deze vragen. Want ik hecht er enorm aan dat we hier altijd laten zien wat onze motieven zijn, welke kaarten we hebben en dat die op tafel liggen zodra het kan. Als er een belang is, omdat er op dat moment nog mondkapjes geregeld moesten worden, snap ik heel goed dat het ministerie in de zoektocht daarin allereerst wilde regelen dat er beschermingsmiddelen waren. Ik snap ook heel goed, en we hebben dat ook gezien in die technische briefing, hoe ongelooflijk veel data er zijn, hoeveel documenten. Dus dat je als minister verantwoordelijk bent voor dat geheel, dat staat als een
paal boven water. Dat je niet ieder document nu uit je hoofd kan citeren, staat ook als een paal boven water. En dat zijn typisch van die voorbeelden waarvan je zegt, kom met openheid, laat zien wat je motieven waren en laat zien wat je daarin tegen bent gekomen. Ik stel mijn vragen niet voor niks. Ik vraag naar een reflectie van de minister daarop. Dat doe ik niet uit goedkoperigheid. Dat doe ik omdat ik het heel belangrijk vind dat we hier in deze zaal juist ook daarop met elkaar toezien. En dat is aan deze hele Kamer. En dat is voor mij geen oppositie-coalitie-ding. Dat is eigenlijk de verhouding tussen Kamer en kabinet. En eerlijk gezegd vind ik dat een hele belangrijke om met elkaar vast te houden. Mevrouw Van Es. Dank u, voorzitter. Maar ik blijf toch wel, wanneer is het dan voor de ChristenUnie genoeg? Dat vraag ik me wel af als we weten, en we weten de geschiedenis van kabinet Rutte 3, waarin we met elkaar, waarin de vorige kabinet fouten heeft gemaakt, specifiek weer op het achterhouden van informatie, op het niet eerlijk zijn richting Kamer, op het niet verstrekken van informatie richting de media. En daar is een andere cultuur beloofd, een jaar geleden, en nu staan we hier weer. Met dezelfde conclusies die we kunnen trekken. En ik ben wel benieuwd van wanneer voor de ChristenUnie dan genoeg. Want er verandert niks als we hier met elkaar opnieuw zeggen, ja, dat is verkeerd gelopen, punt. Zeg maar, wanneer komt dan echt die nieuwe bestuurscultuur? Ja. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, mevrouw Van Es dicht mij sowieso meer macht toe dan ik heb. Ik ben een Kamerlid wat hier controleert. Ik bevraag het kabinet op wat er gebeurt. Op wat er gebeurd is, welke afwegingen er zijn gemaakt. Die antwoorden wil ik horen. Daarom ben ik Kamerlid. En dan zal ik wegen. Zo ligt dat voor mij sowieso als Kamerlid. En daarnaast, we kunnen nu alles op één hoop gaan vegen over alles wat er ooit gebeurd is. Maar dan zouden we ook dit debat geen recht doen. De ministeriële verantwoordelijkheid, want daarop zit mevrouw Van Es te duwen, die ziet op het debat wat je hier voert. Daar stel ik mijn vragen over. Ik ben hier nu niet om een compleet kabinet te recenseren. Daar zijn weer andere momenten voor. Mevrouw Van Es, tot slot. Tot slot. Ja, want helaas is het een patroon. En dat patroon wordt nog steeds niet doorbroken. En ik vind het wel, ook vanuit ons als Kamer, maar ook op het moment dat je deel uitmaakt van een regering waar de ChristenUnie deel van uitmaakt, dat het wel goed is om ook dan te reflecteren en te zien hoe de ChristenUnie vindt dat het tot nu toe gaat met een belofte die wel degelijk door de nieuwe regering is gedaan. En ik stel de vraag nog één keer en ik ben toch benieuwd Of mevrouw Bikker daar nog een antwoord op kan geven. Hoe vindt u het dan nu gaan met die nieuwe bestuurscultuur? Mevrouw Gaat het Bikker. Al goed of moeten er nog stappen worden gezet? Hoe vindt u het dan nu, als we vandaag dit debat voeren, hoe gaat het er dan mee? Ja, mevrouw Bikker, hoe vindt u zelf dat het gaat? Nou, ik ben hier heel duidelijk over dat ik vind dat dit eerder had moeten zijn en dat ik van de minister vraag waarom zo laat. En ik heb een heel aantal andere vragen gesteld. En het is heel duidelijk, zo heeft u mij denk ik ook de afgelopen debatten meegemaakt. Wij hebben heel veel coronadebatten samen gedaan. Ik zal daar altijd staan als ik denk, hier zijn dingen niet in de haak. Stel mijn vragen, dat is bij deze mondkapjesdeal in de zomer vorig jaar geweest met mevrouw Kuiken, met de heer Paternotte. En daarin vind ik oprecht als Kamerlid dat als ik vind dat het niet goed gaat, dat ik het kabinet daarop heb aan te spreken. En dat, nou, u heeft mij gehoord. Dank u wel, mevrouw Bikker. En dan geef ik het woord aan mevrouw Paulusma, D66. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, 2 jaar geleden rond deze tijd was het een enorme crisis. Ook in het ziekenhuis waar ik toen werkte. Ik herinner me dat als de dag van gisteren. Wij zaten toen nog in de zogenaamde intelligente lockdown. En terwijl het virus wild om zich heen greep, waren er schrijnende tekorten aan beschermingsmiddelen. De wijkverpleging, de gehandicaptenzorg en het verpleeghuis klopten in paniek aan bij de politiek. Bescherm ons, riepen ze. En ook als Kamer zetten wij flinke druk richting het kabinet. Wij bleven hameren, zet alles op alles. Maar er was bijna niets te krijgen. En gelukkig was er toen een uitweg. Uit het niets kwam er iemand met handige contacten. Hij claimde dat hij de tekorten zo binnen 1-2 weken kon oplossen. En deed dat ook nog eens om niet. Het leek te goed om waar te zijn. En voorzitter, dat was het ook. Het was een regelrechte miskoop. En hoewel het onderzoek nog loopt, lijkt dit nu al de slechtste deal van de coronacrisis. Miljoenen mondkapjes werden afgekeurd. Veel waren er ook helemaal niet nodig. En er zijn oneerlijke
exorbitante winsten gemaakt. En voorzitter, al voor het afsluiten van die deal stonden meerdere seinen op rood. De omvang van 100 miljoen euro bij deze eenpitter was uitzonderlijk hoog, maar de deal werd toch gemaakt. Ambtenaren waarschuwden vooraf, maar de deal werd toch gemaakt. En Van Lienden werd vanaf moment 1 niet vertrouwd door de minister, maar de deal werd toch gemaakt. En daarom vraag ik aan zowel de minister voor langdurige zorg als de minister voor volkshuisvesting. Hoe kijkt u nu terug op deze deal? Voorzitter, na meerdere vragen, ook van onze fractie, wachten we nu al bijna een jaar op de resultaten van het onafhankelijke onderzoek naar deze deal. Maar het onderzoek heeft inmiddels gigantische proporties gekregen. Terwijl de focus op de eerste plaats vooral zou liggen op specifiek deze deal met Relief Goods Alliance. Er waren namelijk slechts 3 deals van meer dan 100 miljoen euro en deze was er 1 van. En ik ben dus vooral heel benieuwd hoe anders is deze deal ten opzichte van die andere 2 grote deals. Was er een voorkeursbehandeling voor Van Lienden? Waren er andere voorwaarden? Viel deze deal op een andere manier op? En daarom vraag ik aan de minister voor langdurige zorg. Klopt het dat slechts 2 van deze 3 deals wordt onderzocht? En waarom is dat? Kunnen de onderzoeksresultaten van deze 100-plus deals niet eerder naar de Kamer komen? En de minister gaf tenslotte vorig jaar nog aan dat deze prioriteit hebben. Kan de minister een overzicht geven van de voor- en nadelen van het eerder delen van deze onderzoeksresultaten? Want ik vind dat wij als Kamer zelf de afweging moeten maken of we de resultaten eerder moeten krijgen. En voorzitter, tot slot aan deze minister. Hoe kijkt zij naar de deals die gesloten zijn met JNV? En wat als er strafbare feiten worden geconstateerd door het onderzoeksbureau? Hoe gaat u dan handelen? En voorzitter... Ja, gaat u verder? Dat dank u. Afronden was. Ja. Bijna. Voorzitter, dan mijn vragen aan de minister voor volkshuisvesting. Ik vind het fijn dat hij ervoor gekozen heeft om zelf bij dit debat te zijn. Het gaat hier over zijn persoonlijk handelen. En er wordt over en weer veel gezegd. Met daarbij zeer stevige stellingnamen, ook door deze oud-minister van Volksgezondheid zelf, die vervolgens door ons heel moeilijk te controleren zijn. Dus goed dat hij er is. En de brief en de appjes die gisteren zijn gedeeld, heb ik natuurlijk ook gelezen. En ik vraag allereerst om een reflectie over de eigen handelswijze van deze minister. Ik ben benieuwd hoe hij terugkijkt op het contact met Van Lienden en of hij destijds oprecht overtuigd was dat deze deal er moest komen. En daarnaast ben ik benieuwd naar zijn contact richting ambtenaren en of hij niet te veel druk heeft uitgeoefend om de deal tot een succes te maken. En tot slot, voorzitter, ik vind het lastig, en dat is nog mild uitgedrukt, te begrijpen dat de minister tot vorige week structureel gebruik maakte van zijn privémail. Zeker omdat juist bij een pandemie waar hij verantwoordelijk minister was, zorgvuldigheid is geboden. Dus ook daarom vraag ik, ook hierover vraag ik nadere uitleg. Dank u wel. Dank u wel. Een paar interrupties. Al eerst de heer Klaver en dan de heer Askan. De heer Klaver, GroenLinks. Voorzitter, de laatste partij van de coalitie die spreekt. En één ding valt me op, is dat, dat het vrij breed op deze zaak wordt ingegaan. Namelijk ook allerlei zaken die nu nog onderzocht worden en waar we nog niet alle feiten van hebben en waar ik de antwoorden ongeveer al van kan raden. Wacht het onderzoek af. Wat hier vandaag echt speelt is de vraag, heeft de minister de Kamer goed geïnformeerd? En wat we nu hebben gezien is dat het afgelopen jaar alle informatie is achtergehouden. Zowel als het gaat over WOP-verzoeken als 2 weken geleden dat we vroegen of een week geleden om een feitenrelatie wat niet kon. Waar echt werd gezegd, wij kunnen niet voldoen aan deze vraag van de Kamer en het deze week wel kon. Hoe beoordeelt D66 dat? Mevrouw Paulusma. Ja, dank voorzitter. Dat had en dat moet u eigenlijk niet verbazen, aangezien wij al een jaar lang kritisch zijn, ook over deze deal en daar als fractie ook meerdere keren vragen over gesteld hebben. Deze communicatie had wat ons betreft veel eerder, veel duidelijker en veel zorgvuldiger naar de Kamer moeten komen. De heer Klaver. Ja, voorzitter, dit is een dank voor het antwoord. Maar ik zou toch wel ietsje scherper willen hebben. Want dat het allemaal beter had gekund, dat lijkt me nogal wie dus. Wat hier speelt is dat vorige week is gezegd door het kabinet, wij kunnen deze informatie niet leveren. Ik weet dat D66 veel waarde hecht aan die openheid en transparantie. Althans, dat denk ik altijd. Ze hebben vorige week gezegd, we gaan het niet leveren. Dat kan alleen als het belang van de staat in het geding is. Of als het een onmogelijke vraag is die we stellen. Toen deden ze het niet.
Nu wordt het wel geleverd deze week. Hoe beoordeelt D66 dat? Mevrouw Paulusma. Ja, met het risico om in herhaling te vallen vind ik ook nu op deze vraag dat had eerder beter en zorgvuldiger gemoeten. En ik wil ook nog wel wat zeggen over die brief. Heel haags geformuleerd. Ik proef een klein lichte aanzet tot een excuus. Ik ben heel erg benieuwd of de minister hier ook een vervolg aan gaat geven. Dus ja, we zijn het volgens mij heel erg met elkaar eens. Is ook de rol van ons als Kamer om voortdurend kritisch te zijn. Hebben wij ook gedaan. En het had zeker beter gemoeten. Tot slot de heer Klaver. Voorzitter, ik ben blij dat u zegt dat we het eens zijn. Maar dat wil ik dan ook wel echt checken of dat het geval is. Ik heb namelijk ook in mijn bijdrage betoogd, dit is de oude bestuurscultuur aan het werk. Dit is precies hetzelfde wat er gebeurde met de dividendmemo's. Het is precies hetzelfde wat er gebeurde bij het toeslagenschandaal. Informatie net zo lang achterhouden totdat je eigen positie in het geding komt. Dan sorry zeggen, het dan naar de Kamer sturen en dan coalitiepartijen zeggen, ja, dat had echt beter gemoeten. En een strik eromheen. Dat is het patroon wat we hier zien. Deelt u dat met mij? Bent u het op dat punt met mij eens? Mevrouw Paulusma. Ik ben het met meneer de voorzitter, dank u wel. Ik ben het met meneer Klaver eens als we wat moeten doen aan die oude bestuurscultuur. En daar bent u denk ik al wat langer lid van of deel van dan ik dat ben. Dus ik denk ook dat u daar een grote bijdrage aan kunt leveren om die ook te wijzigen. Ik vind echt serieus dat dingen anders moeten. Ik sta hier ook als kritisch onafhankelijk Kamerlid. Ik vind ook dat ik vragen moet stellen, dat ik het kabinet moet controleren, dat we de juiste dingen moeten doen. Maar nogmaals, ook aan het begin, en het is door een aantal collega's, door verschillende collega's hier ook genoemd, want er was best wel veel eensgezindheid in de Kamer ten tijde van de crisis. Iedereen wilde het beste op het juiste moment. Ook u bijvoorbeeld vroeg in 2020 met grote nadruk aan het kabinet, doe wat en zorg dat er beschermingsmiddelen komen. Ook u voerde de druk enorm op. Ik denk de afgelopen periode, we moeten heel goed kijken naar wat beter kan. Maar we waren wel allemaal deel van wat hier gebeurde. Afrondend, heer Klaver, en dan ga ik naar mevrouw Van der Plas, want die was iets eerder dan meneer Assekan. En ik hoorde mevrouw Van der Plas ook al een paar keer instemmig iets zeggen. Dus ik denk dat het straks een mooi bruggetje is naar mevrouw Van der Plas. Maar eerst de heer Klaver. Ja, gaat gaan. In zekere zin word ik hier echt verdrietig van. Dit is nou precies waar we mee moeten afrekenen. Ik ben mijn bijdrage verdorie begonnen door te zeggen, ik snap in een crisis dat het paniek is. We hebben allemaal ook gezegd, koop die mondkapjes, doe je best, ga erachteraan. Ik heb er nog helemaal niks over deze zaak gezegd. Dat is de coalitie die er voortdurend op ingaat. U zegt hier als een soort van debattruc, ja, maar we zijn het eens, meneer Klaver. Ik test dat. Ik plaats wat hier is gebeurd in een grotere context van die bestuurscultuur. En ik vraag, bent u het op dat punt met mij eens? En u begint te jijbak, ja, moeten we allemaal veranderen? Dat vroeg ik niet. Ziet u wat hier gebeurt, dat het onderdeel is van iets groters? Dat het niet gaat over Hugo de Jonge of de minister van Volksgezondheid, of de minister van Wonen. Dat het een patroon is dat informatie altijd wordt achtergehouden door het kabinet net zo lang, totdat de positie van de minister in het geding komt en dat dan pas wordt gezegd, sorry, hier is de informatie. En dat dan de coalitie zegt, ah, dat had echt eerder gemoeten. En we gaan vrolijk verder. Dat is het patroon wat ik denk te zien. U begon met te zeggen, we zijn het eens. Mijn vraag aan u, bent u dat met mij eens? Mevrouw Paulusma. Ja, dank voorzitter. En wederom val ik dan in herhaling. Ik ben het met meneer Klaver eens. Wij moeten eerder dingen delen, transparanter zijn. Maar daar bent u, is meneer Klaver, net zo deel in als ik dat ben. En daar hebben we alle 150 een verantwoordelijkheid in. Mevrouw Van der Plas, BBB. Nou, de heer Klaver heeft geen interrupties meer, maar dat is natuurlijk gewoon totale nonsens wat mevrouw Paulusma hier zegt. Want hier wordt constant om informatie gevraagd. Constant. En ook elke keer wordt het geblokkeerd door de coalitie. Dat is één. Ten tweede, mevrouw Paulusma die gaat hier over de deal met Van Linden in. Maar dat doet helemaal niet ter zake, want we hebben nog helemaal geen rapport. Dus dat is gewoon 3-4 minuten praten over die deal. Dus die vragen doen ook helemaal niet ter zake, want het rapport dat moet nog komen. Maar ik hoor mevrouw Paulusma wel zeggen dat het allemaal veel eerder naar de Kamer had gemoeten. Dus met andere woorden, er is informatie achtergehouden, zoals de heer Klaver ook terecht opmerkte. En dus ik stel ook de vraag aan mevrouw Paulusma, dezelfde als ik dan aan mevrouw Thiele heb gesteld. Wanneer is het genoeg? Wanneer zegt D66, luister eens, informatie achterhouden, niet de waarheid vertellen, dat is een politieke doodzonde en daarvoor vinden wij eigenlijk dat de minister moet opstappen. Mevrouw Paulusma.
Ja, dank u wel, voorzitter. En jammer dat u dan het deel van mijn betoog hebt gemist, waarin ik juist ook heel erg inging op de rol van de minister die hier nu aanwezig is. En ik heb ook niet de woorden in de mond genomen rondom het achterhouden van informatie. Ik heb gezegd dat informatie sneller, beter en zorgvuldiger naar de Kamer toe moet. Ik wil ook het onderzoek van Deloitte afwachten, want ik denk, voor ons is ook heel erg belangrijk waarom maar één onderzoek van die drie niet meegenomen is in de vergelijking. Daar wil ik ook mijn conclusies op kunnen baseren. En dat heeft niet zozeer te maken met achterhouden van informatie, maar wel zorgvuldig dit proces doorlopen. Mevrouw van der Plas. Ja, dank u wel. Dan zou ik ook graag antwoord willen hebben op het tweede deel van mijn vraag. Wanneer is het genoeg? Wanneer is het voor D66 genoeg? Wanneer zegt D66, jongens, na alles wat er is gebeurd in het afgelopen jaar, het 1 april debat, het gelieg en gedraai over de functie elders, het achterhouden of niet goed informeren van de Kamer tijdens de Afghanistan debakel, een documentaire van Kaag waaruit blijkt dat D66 wel invloed heeft uitgeoefend. Wanneer stopt het? Wanneer gaan we stoppen hiermee? En dat is mijn concrete vraag aan mevrouw Paulusma. Mevrouw Paulusma. Ja, mevrouw de voorzitter, ik wil bijna wel de vraag andersom stellen. Want wanneer is het voor mevrouw Van der Plas genoeg? Wanneer houdt het op om voor alles wat er hier gebeurt op zoek te gaan naar de schuldigen zonder naar de inhoud te kijken? Ik doe hier mijn werk als Kamerlid. Ik wil kritisch dit kabinet beoordelen. Daar mag u mij ook op aanspreken. Als ik dat niet goed doe, dat is mijn verantwoordelijkheid. Dat hebben wij de afgelopen 2 jaar onverminderd kritisch gedaan. We hebben hier elke keer gestaan met kritische vragen richting het kabinet. Dat zal ik ook de komende periode blijven doen, maar wel op basis van inhoud, feiten en onderzoek. Tot slot, mevrouw Van der Plas. Ja, voorzitter. Mevrouw Paulusma lijkt te vergeten dat het mijn taak is om te controleren en vragen te stellen. Ik ben wel eens lid van de twijfelbrigade genoemd door een partijgenoot van u. En ik heb gisteren nog in het debat gezegd, ik ben hartstikke trots op het feit dat ik bij de twijfelbrigade hoor. Want dat is namelijk mijn taak hier. Om dingen aan de kaak te stellen. En ik geef niemand de schuld. Ik wil gewoon dingen weten. En ja, natuurlijk ben ik kritisch. En ik stel die vraag gewoon concreet aan mevrouw Paulusma. Die kan zeggen, nou, ik heb geen zin om daarop te antwoorden. Maar die draait het nu even helemaal om. Ja, wanneer is het genoeg voor mij? Nou, zolang het hier gaat zoals het gaat, wat ik in het afgelopen jaar heb meegemaakt, houdt het nooit op. Nooit. Dus nogmaals graag antwoord op die vraag. Of u zegt gewoon van mevrouw Van der Plas, ga ik u gewoon niet antwoorden. Ja. Daar heb ik geen zin in. Mevrouw Paulusma. Maar dank mevrouw de voorzitter. En ik denk ook dat het een geuzennaam kan zijn om lid te zijn van de twijfelbrigade. Daar hoort dan wat de stelligheid van genoeg is genoeg volgens mij niet helemaal bij. Ik wacht het onderzoek af en de uitkomsten daarvan en op basis daarvan trekken wij onze conclusies. Dank u wel. De heer Asserkan, Denk. Voorzitter. Mevrouw Paulusma die gaf net aan in antwoord op de heer Klaver dat ze zich onvoldoende, ontijdig en onjuist voelt geïnformeerd. Mijn vraag aan haar is, heeft ze nou haar controlerende taak kunnen uitvoeren op dat dossier? Mevrouw Paulusma. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zei geloof ik niet, ik voel me onjuist, ontijdig en onvolledig geïnformeerd. Ik heb gezegd dat het beter, vollediger en sneller moet. Ik hoop ook van harte dat we gaan leren hoe het beter en vollediger, en nou ja, dat moet het kabinet doen, maar hoe wij daar beter op kunnen controleren als we, en ik hoop het niet, ooit weer in zo'n crisis terechtkomen. Dus voor mij zijn het ook de lessen die we gaan leren uit de verschillende evaluaties. En ik denk dat een crisis van deze omvang, en ik zei het in mijn betoog ook al, wij hebben in het ziekenhuis waar ik gewerkt heb, daar kun je ook naar terugkijken en zeggen, goh, was dat slim om te doen? Nee, nu, met de kennis van nu zeggen we nee, maar toen deden we ons best. En zo kijk ik ook naar dat informatieproces. De heer Asserkan. Voorzitter, dat is volgens mij staatsrechtelijk niet de juiste manier. Het gaat er niet om of de minister handelingen heeft verricht die misschien achteraf gezien niet zo slim waren. Dat zou best kunnen. Daar gaan we met elkaar nog over spreken. Waar dit om gaat, is of in de staatsrechtelijke verhouding tussen de Kamer en de minister, wij op tijd, volledig
en de juiste informatie hebben ontvangen. En mijn vraag aan mevrouw Paulusma is dat zo? Mevrouw Paulusma. Dank voorzitter. Daar gaan we achter komen. Want daarvoor gaan wij ook het onderzoek gebruiken wat Deloitte nu aan het verrichten is, waarvan ik vind dat dat ook voor de zomer klaar moet zijn. Ik refereerde net ook in mijn sneller, beter en zorgvuldiger de brief die we gisteren kregen, had er een stuk eerder mogen zijn. Dit recht moet niet geschonden worden. Of dat gebeurd is de afgelopen periode, die conclusie wil ik trekken op basis van het onderzoek. Tot slot de heer Asserkamp. Voorzitter, daar heeft het onderzoek echt niets mee van doen. En ik sta hier echt met verbijzing te luisteren naar mevrouw Paulusma. Het onderzoek gaat niet over datgene waar we vandaag over spreken. Wij kunnen dit werk in de Kamer alleen doen als we op het juiste moment, namelijk wanneer het ook bekend is bij de regering, de informatie krijgen, als we die informatie tijdig krijgen en als we die informatie, als die juist is. En ik constateer dat, en ik heb hier een voorbeeld, want het gaat over de nieuwe bestuurscultuur. Hè? Dus dan krijg je dit soort dingen. Is dit nou ook die nieuwe bestuurscultuur? En kunnen we nou, zeg ik, via uw voorstel, mevrouw Paulus, maar kunnen we nou als Kamer zeggen dat we ons werk hebben kunnen doen? Is dit wat mevrouw Kaag als leider van uw partij bedoelde met ik zou het anders doen? Dit is dat nieuwe leiderschap. Dat is toch niet zwarte vellen produceren? Dat is toch niet heel lang alles tegenhouden? Mevrouw Paulusma, en ik kijk u echt aan. Dat is toch niet alles tegenhouden en een dag voor het debat krijgen we al die appjes waar we doorheen moeten. En er zijn er gewoon collega's die zeggen hier, ja, ik heb ze niet kunnen lezen. Dat is toch niet die nieuwe bestuurscultuur, mevrouw Paulusma. Dat bent u toch met mij eens? Mevrouw Paulusma. Wanneer gaan we dat nou eens veranderen hier? Of blijven we dat doorgaan? Ja, mevrouw Paulusma. Het zijn heel veel vragen, zei ik tegen de voorzitter. Wat mij betreft heeft dit onderzoek er alles mee te maken. Want dat gaat ook de samenhang laten zien. Ook het moment, de tijdlijn, de betrokken partijen. Wanneer er besluiten zijn genomen. Dus voor mij gaat het om die samenhang. En de zwartgelakte formulieren en dat altijd zo koppelen aan bestuurscultuur. Ik snap heel goed dat in communicatie die openbaar wordt gemaakt, als er informatie in zit die niet relevant is voor het deel waar wij nu over praten, dat zwartgelakt wordt. En ik vertrouw daarop, want dat is ook het houvast wat we hier met elkaar hebben, dat zorgvuldig gedaan is. Ga ik naar de heer Heijink, SP. Voorzitter, mevrouw Paulusma kan zich hier niet blijven verschuilen achter het nog lopende onderzoek van Deloitte. We hebben het hier over de opstelling van leden van het kabinet, over het niet of half beantwoorden van Kamervragen, over het frustreren van WOP-verzoeken door journalisten, over het voorliegen van journalisten als zij vragen stellen over de betrokkenheid van minister De Jonge bij de deal die met Siewert gesloten is. Daar gaat het debat nu over. Dus ik zou mevrouw Paulusma willen vragen om even af te stappen van haar verschuilen achter dat onderzoek dat nog loopt en gewoon de situatie te oordelen zoals we die nu vandaag bespreken. Namelijk de opstelling van deze minister, het niet de waarheid spreken tegen journalisten, het frustreren van WOP-verzoeken en vooral ook het half informeren van de Kamer of veel te laat informeren van de Kamer, zoals de heer Asserkamp terecht zegt, als het gaat om al die stukken die we last minute pas gekregen hebben. Mevrouw Paulusma. Ja, dank voorzitter. En ik verschuil me niet achter het onderzoek. Dat was een reactie op een vraag, wanneer is iets genoeg? Daarvan gaf ik aan, daar heb ik ook een onderzoek voor nodig. En ik heb zeer kritische vragen gesteld aan de mensen die nu in vak K zitten, omdat ik namelijk dezelfde zorgen heb als u. Dus ik ben heel benieuwd naar de reflectie van de beide ministers. De heer Heijink. Ja, maar het gaat mij niet om de reflectie van beide ministers. Het gaat mij om de opstelling van D66. En hoe D66 de rot in de cultuur die de heerst in het kabinet beoordeelt, daar gaat het mij om. Daar wil ik antwoorden op. Hoe kijkt de D66-fractie nou naar een kabinet? En dat is niet iets nieuws. Dat is iets wat we al meer dan 10 jaar zien onder leiding van Mark Rutte. Dat de waarheid als een optie wordt gezien. Een optie die je pas ter tafel brengt als het wegmoffelen niet meer lukt. Daar gaan dit soort debatten over. En daar hoort D66 zich tegen uit te spreken, als zij tenminste daadwerkelijk staat voor die open en transparante bestuurscultuur waar uw leider altijd de mond zo van vol heeft. Mevrouw Paulusma. Ja, dank voorzitter. Volgens mij zijn we het wederom met elkaar eens, meneer Heijink. Alleen bekijkt u het vanuit een ander perspectief. Want volgens mij heb ik hier met u avonden gestaan, maar ook mijn voorganger Jan Paternotte, en waren wij continu kritisch op het handelen van het kabinet. En ook ik vind wat van het gebrek aan informatie, het te laten doorsturen, de brief die gisteren komt, de toon. Maar daarom stel ik kritische vragen aan de ministers die hier nu zitten, en ik hoor graag hun reflectie daarop. Tot slot de heer Heijink. Ja, nou doet mevrouw Paulusma dat weer. Ik vind daar ook iets van. Mijn vraag is, wat vindt u daar dan van?
Heeft u een specifieke mening over het optreden van minister De Jonge, maar ook de andere leden van het kabinet? Wij vinden daar iets van. Nee, wat vindt D66 van de rot die wij zien in de cultuur die heerst in het kabinet? Mevrouw Paulusma. Ja, mevrouw de voorzitter, meneer Heijn gaat niet het antwoord krijgen waar die wellicht op hoopt. Ik vind wat van het proces en ik vind wat over de manier waarop dat gegaan is. Daar heb ik vragen over gesteld, dat heb ik ook in mijn betoog gedaan en ik wacht op antwoord daarop. Dan gaan we nu naar de heer Klaver en dan mevrouw Agema. Maar eerst de heer Klaver, GroenLinks. Hele korte vraag. Wat vindt u daarvan? Mevrouw Paulusma. Ja, mevrouw de voorzitter. Volgens mij gaf ik net antwoord aan meneer Heijink op de exactezelfde vraag. Voorzitter, dat is precies het probleem. U gaf geen antwoord. En u gaf zojuist een jijbak naar de oppositie. Waarin u zei, nou, ja, die informatievoorziening van het kabinet moet beter. Daar moet u ook aan meewerken. Ik zou niet weten hoe wij moeten meewerken aan een betere informatievoorziening van het kabinet. Maar tot daaraan toe. Maar het betekent ook gewoon dat als hier een vraag wordt gesteld, dat daar antwoord op wordt gegeven. En dat je niet met een antwoord komt als, nou ja, ik ben kritisch op het proces en ik heb nu die vragen gesteld. Verdorie, u geeft toe dat er geen goede informatievoorziening is geweest vanuit het kabinet. Daarmee zegt u eigenlijk, er is een loopje genomen met artikel 68 van de grondwet. Of we een oppositie zijn of coalitie, dat hebben we hier te verdedigen, want het gaat over de positie van de Tweede Kamer. Hoe beoordeelt u dat? Wat vindt u daarvan? Mevrouw Paulusma. Ja, mevrouw de voorzitter, ik heb niet willen doen laten overkomen alsof het handelen van het kabinet de verantwoordelijkheid is van meneer Klaver. Ik refereerde aan uw oproep die u nu meerdere keren gedaan hebt tot nieuwe bestuurscultuur. Daarvan zei ik, daarvan zijn wij alle 150 ook deel. En ik heb nu een aantal keren ook in mijn betoog, maar ook in reactie op collega's gezegd waar ik problemen mee heb. En waar ik vind dat het beter moet en waarvan ik ook een reactie verwacht van het kabinet. Tot slot de heer Klaver. Tot slot, ik zou deze antwoorden echt eens teruglezen. U geeft namelijk geen antwoord. U plakt hier woorden aan elkaar over proces en hoe het zit. En ik zal u precies vertellen waarom. U heeft de verdedigingslinie eens gekozen in de coalitie. We wachten op het Deloitte-rapport. Dat is de verdedigingslinie. Die zie je nu hierop. We wachten op het Deloitte-rapport. Daarna gaan we oordelen of het wel of niet de Kamer goed is geïnformeerd. Dit is niet wat de Tweede Kamer zou moeten doen. Wij hebben dit debat. Als u dat echt had gevonden, dan hadden we dit debat nu niet moeten hebben. We hebben heel specifiek gevraagd, niet over het hele gedoe met de mondkapjes, over hoe de minister de Tweede Kamer heeft geïnformeerd. Dat is de scope van dit debat. Daar moeten wij vandaag in kunnen beoordelen, is dat goed gegaan, is dat niet goed gegaan? En dan moeten wij naar eer en geweten aan het einde van dit debat een conclusie over trekken. En wat u nu zegt, we wachten op het onderzoek. Het is me wel weer duidelijk welke afspraken hierover zijn gemaakt. Alsjeblieft, stop ermee met te zeggen dat het tijd is voor nieuw leiderschap, een nieuwe bestuurscultuur. Stel niet alleen scherpe vragen aan het kabinet, waar ze straks een goed antwoord op moeten geven, maar geef ook zelf antwoord op de vragen die komen van collega's hier in de Tweede Kamer. Mevrouw Paulusma. Ja, dank voorzitter. Ik zou mijzelf niet in de ogen aan kunnen kijken als ik niet zou wachten op dit onderzoek. En dat kunt u mij kwalijk nemen, dat kunt u mij verwijten. Maar als één ding is wat we met elkaar geleerd hebben in de afgelopen 2 jaar crisis, dat op het moment dat het heel moeilijk is en je overhaast besluiten neemt, dat je daar met spijt op terugkrijgt. En dat is geen coalitielijn, dat is hoe ik mijn werk invul. Dank u wel. De heer Assergan. Dan volgens mij nog de heer Heijink. Nee? En dan is er nog één vraag van mevrouw Agema. Maar eerst de heer Assergan, Denk. Voorzitter, mevrouw Paulusma heeft ook de... Ja, neem nog een slokje water. Het is, het is alweer op. Ja, u staat er al een tijdje en het gaat u goed af. Af en toe complimentje natuurlijk. U gaf... Als u naar de bemoeienis kijkt van de heer De Jonge... is uw conclusie dat hij betrokken is geweest bij de deal... Mevrouw Paulusma. Als ik de appjes lees en alle stukken die wij hier allemaal gekregen hebben op een bepaald moment, stel ik wel vragen over de mate van betrokkenheid. En daar maak ik me ook zorgen over. Stel ik nu ook vragen over. Ik kan nog niet concluderen of dat de betrokkenheid is waar u nu op doelt. Vul ik een beetje in. Ik voel me daar wel ongemakkelijk bij. De heer Assergan. Had de deal kunnen worden gemaakt zonder tussenkomst van de heer De Jonge? Ja, dank voorzitter. Dat is waarom ik tijdens de technische briefing dinsdagavond ook vroeg.
naar er zijn 3 onderzoeken, 100 miljoen plus. Die van Linedeal is daar 1 van. Daarvan wordt 1 niet onderzocht. Dus hoe gaan we dit met elkaar vergelijken? Hoe wijkt die af? Vroeg ik net ook in mijn betoog. Op basis daarvan kunnen we ook een oordeel geven wat hier mis is gegaan bij deze deal. Ja, als ik hem tot slot. Zou ik me zo kunnen voorstellen. Ja, laat u gaan. Ja, voorzitter, ik probeer echt aan te geven dat de samenhang van het handelen van de minister en de uitkomst van het onderzoek, dat is er eigenlijk niet. Wij moeten hier met elkaar afwegen in de Kamer of dat de minister de juiste informatie tijdig en volledig heeft gegeven. En dan krijg ik, ja, schiet een beetje de schoenveters uit mijn schoenen, als mevrouw Paulusma, die er nu een beetje bij lacht en dat mag, zegt ja, het had tijdiger, het had vollediger, het had juister, het had integerder gekund. En voorzitter, die luxe hebben we niet. Zo werkt dat niet met elkaar. Je kunt niet een klein beetje integer zijn. We kunnen als Kamer niet accepteren dat we een gradatie aanbrengen in de mate waarin we geïnformeerd zijn. Want dan zeggen we namelijk, ja, we zijn een week te laat geïnformeerd. Maar ja, we zijn 2 weken te laat geïnformeerd of een maand. We zijn een beetje. En je kunt ook niet een beetje zwanger zijn. Het is met integriteit, met de onkreukbaarheid van het openbaar bestuur, werkt dat nu eenmaal zo. Dus mevrouw Paulusma, ik waarschuwde, zeg ik via u voor, ik waarschuwde ook in mijn debat. Laten we hier geen woordspelletjes van maken, want mensen kijken hiernaar en die gruwelen hiervan. Waarom kan dit wel in Den Haag? Stop ermee, mevrouw Paulusma. Ja, mevrouw de voorzitter, datzelfde verzoek heb ik dan ook aan meneer Assekan. Want ik gebruik niet de woorden beetjes en een beetje integriteit en half om en half niet. Dat heeft u mij niet horen zeggen. Ik heb mijn zorgen geuit. Ik heb vragen gesteld over het proces waar wij recht op hebben en waarvan we nu, ik zoek even het goede woord, maar waarvan we nu ook in de samenhang met dat onderzoek, want dat zullen wij niet met elkaar eens worden, de juiste conclusies moeten trekken. Dank u wel. En ik heb niet het woord beetje gebruikt. Integriteit, dat is 100% en niet half om half. Dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw Agema, PVV. Ja. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog één inhoudelijke vraag. En die gaat over wat mevrouw Paulusma zojuist zei over het zwarte lakken van de stukken die we gisteren kregen. Ik zou er ook graag op willen kunnen vertrouwen dat dat volgens de regels is gebeurd. Maar ik zou toch iets geks willen voorleggen aan mevrouw Paulusma. Zo zien we bijvoorbeeld op 21 maart de PA van de minister. Oh ja, puntje, puntje. Zwart gelakt gesproken, maar die was niet thuis. Dus ik heb gevraagd of hij jou morgenochtend wil bellen. Maar ook na de deal. Puntje, puntje. Hugo begreep dat Martin adviseerde te bellen met Siewert. En dan hebben we hier weer op 29 april, ook na de eerste deal, dus voor de tweede afgeketste deal, Martin van Rijn, puntje, puntje, gebeld. Ik krijg daar een beetje een vreemd idee bij. We weten uiteindelijk niet wie er nou met wie heeft gebeld. Maar op het moment dat dat bijvoorbeeld de minister is, omdat hij al thuis was, dan hadden we dat toch wel kunnen weten. Had dat toch niet zwart gelakt hoeven te zijn. Dus deelt mevrouw Paulus met mij de mening dat het wel heel gek is dat als iemand met iemand belt, een van de 2 personen wordt weggelaten, waardoor we niet weten wie met wie heeft gebeld. Mevrouw Paulusma. Dank voorzitter. Ik deel niet die mening. Ik ga ervan uit dat de procedure die gehanteerd wordt voor het delen van dit soort documenten en wat er wel of niet wordt weggelakt, daar zijn gewoon regels voor dat die juist worden gevolgd. Dus daar moet ik van uit kunnen gaan. Mevrouw Agema. Oké, nou daar wil ik ook wel van uitgaan. Dus misschien kan minister Helder daar straks wat tekst en uitleg over geven. Ik dank u wel. Dan ga ik naar meneer Dassen van Vond. Ja, dank voorzitter. Ik was even weg bij het debat en ik kom terug en ik zie dat er begonnen wordt met grote jijbakken vanuit de coalitie richting de oppositie over de nieuwe bestuurscultuur. Maar we hebben het hier in dit debat over of de minister inderdaad wel de juiste informatie aan de Kamer heeft verschaft. En zolang als mevrouw Paulusma en ik hier in de Kamer zitten, hebben we daar al problemen mee? En gaat het eigenlijk over niks anders dan dat we een gebrek aan informatie hebben? En we staan hier vandaag weer een heel debat te doen, omdat we die informatie niet gekregen hebben. En ik hoor mevrouw Paulusma zeggen, ja, ik voel me daar ook ongemakkelijk bij. Maar kunt u dat ongemak dan wat verder duiden? Kunt u aangeven waarom u zich daar ongemakkelijk bij voelt? Mevrouw Paulusma. Ja, dank voorzitter. Ik voel me vooral ongemakkelijk, omdat er mij continu verweten wordt dat ik de oppositie aan het jijbakken ben. En een beetje een aansluiting ook op de woorden van mevrouw Bikker. Ik heb het open debat heel hoog zitten.
de woorden die ik gebruik over open bestuurscultuur. Het enige wat ik daarover gezegd heb, is dat wij daar allemaal deel van zijn. En mijn ongemak zie ik graag beantwoord door de mensen die nu in vak K zitten. De heer Dassen. Ja, want ik begrijp dat u dat ongemak heeft. Want dat hebben wij hier allemaal. En dat is ook de reden dat we hier zijn. Want dat ongemak, dat lijkt hier alweer tot argwaan. En argwaan lijkt tot gebrek aan vertrouwen. En dat vertrouwen, dat is de basis van onze democratie. Bent u dat met mij eens? Mevrouw Paulusma. Ja, dat ben ik eens met meneer Dassen. Ja, de heer Dassen, tot slot. Vraag ik me af, voorzitter. Als u begrijpt dat dat tot leidt tot argwaan en tot een gebrek aan vertrouwen. En dat is volgens mij de vraag die hier vandaag ook op tafel ligt. Dat we niet kunnen wachten totdat het onderzoek van Deloitte klaar is. Maar dat u vandaag een afweging moet maken op basis van wat de antwoorden van minister zijn op hoe we hier met elkaar verder gaan. En het gebrek aan informatie, dat hebben we allemaal gezien en dat kunnen we allemaal onderstrepen dat dat er was. Dus dat u daarop ook uw afweging moet maken en u zich dus niet kunt verschuilen achter het onderzoek van Deloitte. Mevrouw Paulusma. Ja, voorzitter. Dank, voorzitter. Ik verschuil me nergens achter. Ik duid het belang van de samenhang. Ik wacht met smart, net als u, op de antwoorden vanuit vak K. En ja, de democratie is gebaat bij vertrouwen. Ik dank u zeer. Dan gaan we naar mevrouw Van der... Oh, dit is nog een excuus. Een laatste vraag van de heer Assekan, denk ik. Ja. Gaat u gaan. Dank, voorzitter. Voorzitter, mevrouw Paulusma heeft natuurlijk ook alle stukken gelezen, zoals andere Kamerleden het ook gedaan hebben. Kan mevrouw Paulusma aangeven wat naar haar overtuiging nou de reden is waarom een minister, wiens portefeuille het niet is, een interventie pleegt en in dit geval iemand die iets wil aanbieden koppelt aan een aantal topambtenaren daar een aantal keer op stuurt? Wat is nou de overweging voor de minister om dat te doen? Paulusma. Ja, dank, voorzitter. Dat vind ik een hele goede vraag. Die heb ik in mijn betoog ook gesteld aan de minister. Dus ik ben benieuwd naar zijn reactie. Ja, maar nu had u in de coalitie afgesproken, in ieder geval mevrouw Van den Berg, dat kwam door twee dingen. Dat was een beetje de verdedigingslijn. En ik maak hieruit op dat u nu wat vergeten bent. Namelijk, de minister voelde zich onder druk gezet, omdat hij in de media, dat heeft hij ook kunnen lezen, de minister wilde niet in de media aangevallen worden. En dat was overigens geen media, want Van der Linde ging pas in mei ergens zitten en dit speelde zich af in april. En toen heeft hij alleen een aantal keren getweet. Hij stuurt die tweets ook door. Bent u het met mij eens, zeg ik dan, dat de oorzaak hiervan is omdat hij, en dat zegt hij zelf, graag wil dat die verkoper Sien van der Linde naar binnen komt, eigenlijk dicht bij hem zit. Is dat voor u ook, haalt u dat er ook uit? Mevrouw Paulusma. Ja, voorzitter, ik ben u even kwijt. Mijn excuus. Dus wat was uw vraag? Ik ga dat nog herhalen. Niet het hele verhaal, alstublieft. Nee, het is ook lastig. Het is, ik begrijp dat ook. Het helpt niet, maar u helpt wel als er een concrete... Nou, mijn vraag aan u is, als u alle stukken gelezen hebt... Het helpt wel als de vragen gewoon wat korter kunnen en concreter. Dat helpt ook achter het spreekgestoelte om makkelijker een antwoord te geven. Dus doe ook een beroep op u om de inleiding nu even te skippen en concrete vragen te stellen. Ik zal het in één zin doen, voorzitter. Kijk. Wat is na het oordeel van mevrouw Paulusma nou de reden dat de minister, wiens portefeuille het niet is, opdracht geeft aan een hoge ambtenaar om contact te leggen met iemand die hem benaderd heeft? Mevrouw Paulusma. Wat ik in aanloop naar dit debat een aantal keren gedacht heb. En ik ben ook wel benieuwd, want dit is hoe de minister dan nu gaat reageren op wat ik zeg. Ik heb ergens wel gedacht, ik had graag gezien dat de minister wat minder druk voelde vanuit de media en wat meer zich de druk vanuit de Kamer had aangetrokken. Daarom stel ik ook een aantal kritische vragen. Ik wil graag de reactie van de minister, maar dat ik daar een ongemak bij voel, dat delen wij. Tot slot, de heer Assekan. En wat is dat ongemak precies? Mevrouw Paulusma. Ja, mevrouw de voorzitter, er wordt wat gezocht naar een soort uitglijder en de coalitie is het niet gelukt om het recht te houden. Ik heb volgens mij gezegd wat ik ongemakkelijk vind, dat de minister zich meer de druk heeft gevoeld van buiten dan van binnen. Dat is heel ongemakkelijk en dat moet anders en ik hoor heel graag de reactie van de minister daarop. De heer Van Houwelingen, Forum voor Democratie. Dank u, voorzitter. Vertrouwen, dat zegt mevrouw Paulusma, is belangrijk, maar controle is vaak nog beter. En we hebben samen met uw collega's, Jeanette van der Laan, hebben de VWS-begroting goed doorgelicht een jaar geleden en als rapporteur. En toen zijn we met een aantal moties gekomen, hè? Juist om die controlefunctie te versterken. Bijvoorbeeld extra financieel toezicht was een motie. Ik heb net al een andere motie genoemd, algemene rekenkamer erbij betrekken, een integrale COVID-rapportage. En die zijn allemaal door D66 tot onze teleurstelling verworpen. En waarom is dat gebeurd? Mevrouw Paulusma.
Ja, dank voorzitter. Ik kan me de moties niet zo voor de geest halen. Wat u destijds gedaan hebt met mijn collega was zeer nuttig, want er was niet terecht ook een publicatie vanuit de Rekenkamer richting de begroting van VWS. Ik weet niet om welke moties het gaat. Wij doen dat altijd zeer wel overwogen en op basis van inhoud. Dus waarschijnlijk vonden we ze niet de beste moties. Ik dank u zeer. Dan gaan we naar mevrouw Van der Plas, BBB. Dank u wel, voorzitter en beste inwoners van Nederland en natuurlijk ook mensen op de publieke tribune. Voorzitter, 14 Kamerleden zijn mij vandaag voorgegaan en hebben al vele vragen gesteld over de inmiddels beruchte mondkapjesdeal. Ik sluit mij bij die vragen aan en het is een deal geweest waar een vieze stank omheen hangt van graaierij, gelieg, gekonkel, vriendjespolitiek, achterkamertjes, draaikonterij, arrogantie, rookgordijnen en macht. Onder het mom van liefdadigheid werden miljoenen verdiend aan de pandemie. En dit allemaal over de ruggen van de hardwerkende, belastingbetalende en destijds banggemaakte mensen in Nederland. Mensen die afgelopen jaar door toedoen van de voormalig minister van VWS en de minister-president uit elkaar gedreven zijn. De samenleving werd gespleten. Mensen werden tegen elkaar opgezet. Onherstelbare schade in de samenleving werd aangericht door mensen met een groen vinkje te belonen met een bezoek aan het café en mensen zonder groen vinkje te bestempelen als paria's en ze grondrechten af te nemen om zich vrij te bewegen in de samenleving. Deze verschrikkelijke tweedeling is ook glashard ontkend door de voormalige minister van VWS. Laten we ook dat niet vergeten. Voorzitter, hoe ironisch. De vele zwarte bladzijden die uit de printer rolden toen wij gisteren op het laatste moment de WhatsAppjes kregen die werden uitgewisseld door de voormalig minister van VWS over de mondkapjesdeal, symboliseren deze zwarte bladzijden in de Nederlandse geschiedenis. De zwarte bladzijden waar mensen stapje voor stapje tegen elkaar werden uitgespeeld, waar stapje voor stapje vrijheden werden ingeperkt, waar we stapje voor stapje in een samenleving terechtkomen waar niemand van had gedacht dat dat ooit zou kunnen gebeuren. Terug naar de mondkapjesdeal. Het gedrag van voormalig CDA-lid Siewert van Linden is ronduit walgelijk. Maar de rol van de voormalig minister van VWS is minstens zo laakbaar. Op 9 juni 2021 ontkent hij hier in de Kamer dat hij betrokken is geweest bij de mondkapjesdeal. Inmiddels is duidelijk dat hij zelfs een belangrijke rol heeft gespeeld bij de deal. Hij spoorde zijn secretaris-generaal aan om contact op te nemen met Siewert en uit de appgesprekken blijkt dat hij ook zelf rechtstreeks contact met Siewert heeft gehad. Hiermee staat vast dat de voormalig minister van VWS de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. Daarnaast vond meneer De Jonge het nodig om via zijn privémail te communiceren, ondanks alle dringende adviezen dit niet te doen. De voormalig minister van VWS had daar gewoon lak aan. Volgens meneer De Jonge deed hij dit omdat de werkmail zo lastig werkt, want hij moet steeds zijn wachtwoord wijzigen. Wat een totale nonsens. Denken dat mensen dit geloven is een grove belediging voor de intelligentie van iedereen in Nederland. Voorzitter, ik zit hier precies een jaar. In dit jaar is het vertrouwen van burgers in de politiek, het vertrouwen van burgers in de overheid, keer op keer beschaamd. Niets leren wij hier van het verleden. Hoeveel sorry's zijn hier al door de zaal gevlogen? Hoeveel actieve herinneringen zijn in deze zaal al uitgeschakeld? Hoe vaak is hier al gezegd, dit had ik anders moeten doen? Dat, voorzitter, dat is de allergrootste crisis waar we hiermee te maken hebben in Nederland. Het vertrouwen van de Nederlanders in ons, de politiek. Het vertrouwen is tot nul gedaald. En ik begrijp dat hartstikke goed. Het gemak waarmee wij als volksvertegenwoordigers en daarmee de mensen in Nederland die ons hebben gekozen worden voorgelogen, afgeschreept en geschoffeerd, kent zijn weerga niet. We kunnen moties van wantrouwen indienen totdat we ons wegen, maar ik kan u nu al voorspellen hoe deze dag eindigt. De voormalig minister van VWS heeft sorry gezegd. De voormalig minister van VWS is zogenaamd door het stof gegaan. De voormalig minister van VWS pakt zijn tas, loopt de kamer uit en gaat naar huis. En morgen meldt hij zich weer gewoon op het ministerie van Volkshuisvesting. Kortom, we dronken een glas, deden een plas en alles is weer zoals het was. Daarom heb ik maar één vraag aan de minister of aan de voormalig minister van VWS. En dat is ook mijn afronding.
Wat vindt de voormalig minister van VWS zelf eigenlijk? Vindt hij zelf eigenlijk dat hij moet aftreden? En op die vraag zou ik heel graag antwoord willen hebben. Dank u wel, mevrouw Van der Plas. Dan gaan we naar de heer Omtzigt. Voorzitter, het is goed dat we vandaag dit debat voeren. Al hoop ik dat we de komende weken ook toekomen aan te kijken waardoor er een oversterfte van 40.000 mensen heeft plaatsgevonden tijdens de coronacrisis. Hebben we goed gehandeld? Hebben we de 100 miljard goed uitgegeven? Want we hebben een enorme greep in de kas gedaan. We hebben de samenleving zwaar onder druk gezet. En ik zie dat een land als Zweden dus ook een wat grotere policy review heeft laten zien, waarop je kan praten of over die hoofdlijnen gaat. Deze deal, voorzitter, en daar hebben we het vandaag over. In maart en april 2020 was er een schrijnend tekort in verpleeghuizen, in thuiszorg en bij huisartsenposten. De OVV praat over een stille ramp in verpleeghuizen. En ook ik heb mijn best gedaan om te kijken hoe er dan zo snel mogelijk mondkapjes hier kunnen komen en hoe de belasting van die mondkapjes voor iedereen verlaagd kon worden, omdat dat via de Europese regeling kon. Voorzitter, waar we het vandaag over hebben, en ik had gehoopt dat het Deloitte-rapport klaar was, want op deze manier gaan we 2 of 3 keer een debat erover voeren, is hoe de Kamer hierover geïnformeerd is. Dit kabinet, iets meer dan een jaar geleden in een debat op 1 april, heeft daarna een nieuwe bestuurscultuur beloofd. Artikel 68 van de Grondwet vraagt of je al de informatie waar de Kamer om vraagt levert. En de informatie die wij eergisteren kregen van de regering is de informatie die waarschijnlijk in september of oktober aan Deloitte geleverd is. Waarom is die toen niet aan de Kamer gestuurd? En er zijn WOP-verzoeken gedaan en daar liggen dwangsommen op. Waarom heeft de regering dwangsommen betaald? Hoeveel tot nu toe? En heeft het kabinet akkoord gegeven op het betalen van dwangsommen zoals het dat in het kinderopvangtoeslagschandaal deed? Want dan hebben we geen nieuwe bestuurscultuur, maar dan blijven we dus dit onderzoeken. En dan blijven we onze dure tijd hieraan besteden in plaats van aan de rest van de evaluatie. Dank u wel. Er is eerst een interruptie van de heer Van Haga, groep Van Haga, en dan mevrouw Thiele, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ken de heer Omtzigt als een zeer integer Kamerlid. En hij is vaak een groot voorbeeld voor mij. En ik probeer ook in dezelfde lijn mijn kamerwerk te doen. Dat komt ook een beetje omdat wij alle twee, tegen wil en dank, afsplitsers zijn. De heer Omtzigt heeft 330.000 stemmen gehaald, ik 241.000. De heer Omtzigt 5 zetels in zijn eentje, ik 4 zetels. Toch krijgt de heer Omtzigt maar 120 seconden om zijn verhaal te doen. En daarin moet hij de mondkapjesdeal behandelen. Maar daarin moet hij ook een aantal beschuldigingen aan zijn eigen persoon weerleggen. En dat is bijna onmogelijk. Dus ik zou de heer Omtzigt willen vragen of hij voor eens en voor altijd duidelijk kan maken wat zijn rol was. Ik geloof dat hij daar de ruimte voor moet krijgen. En dan denk ik dat we allemaal kunnen zien dat de heer Omtzigt op geen enkele manier iets daarmee te maken had. Maar dat hoor ik graag uit zijn eigen mond. Ik geef hem graag daar die tijd voor. De heer Omtzigt. Voorzitter, ik zou graag willen weten op welke specifieke vraag dat hier gaat. De heer Van Haga. Nou, voorzitter, er zijn door mevrouw Agema bijvoorbeeld net een aantal beschuldigingen geuit. Mm-hmm. En dat gaat om bemoeienis bij deze deal. En ik zou graag de heer Omtzigt de gelegenheid willen geven om hier te verklaren. En misschien heeft hij daar maar 1 antwoord voor nodig, maar misschien heeft hij er wel 2 minuten voor nodig. Want waarvan, nou, was daar enige bemoeienis? Zijn er contacten geweest met Siewert van Linde? Heeft dat ook geleid tot beïnvloeding van deze deal? En ja. Ik denk dat het goed is om dat te weten. De heer Omtzigt. Voorzitter, ik denk niet dat mijn contacten met Siewert van Linde op deze deal beïnvloeding opgeleverd hebben. En ik heb 2 dingen gehoord. Dat ging over de BTW. En ja, ik heb hier bijvoorbeeld een motie van april 2020 van Verhagen en Baudet die de regering verzoeken het dragen van mondkapjes te stimuleren. Dat is de achtergrond in de tijdsgewicht waar we het over hebben.
En in die tijd is er sprake dat er nog importheffingen op persoonlijke beschermingsmaterialen zijn. En dat er 21% btw opgegeven wordt. En ja, ik heb hier Kamervragen gesteld en ik heb me ervoor ingezet dat het makkelijker wordt om die dingen te importeren. Dat de btw eraf gaat. De btw, als je die op een rekening krijgt, zeg ik u er even bij. Dat weet u als ondernemer. Dan, als dat van 21 naar 0 verandert, dan heeft de afnemer daar profijt van. En dat is tegen de achtergrond dat op dat moment er geen mondkapjes geleverd werden aan verpleeghuizen. Geen mondkapje wel geleverd werden, omdat er een richtlijn was, waardoor als iemand in een verpleeghuis zat en bij een coronapatiënt langskwam voor een behandeling van minder dan 5 minuten, een contact van minder dan 5 minuten, er geen mondkapje was. Ja. Vele van die mensen hebben nu long-covid en het heeft geleid tot zeer veel meer besmettingen. En het was mij helder dat wij op dat moment meer mondkapjes nodig hadden, net als de rest van de Kamer die er toen ook heftig omvroeg. Tot slot de heer Van Hagen. Ja, dank u wel. Dat lijkt me een helder antwoord. Nog even iets rechtzetten. Natuurlijk heb ik ooit die motie ingediend die vroeg om mondkapjes. Iedereen begint nu te lachen. Het is natuurlijk niet zo dat wij ooit ervoor zijn geweest dat mensen gewoon buiten de ziekenhuizen of buiten de verpleeghuizen of buiten de tandartsen en buiten de chirurgen mondkapjes gingen dragen. Wel is het zo dat we hebben gekeken naar mogelijkheden om de samenleving open te houden en niet in lockdown te gaan bijvoorbeeld, door bijvoorbeeld zo'n mondkapjesdeal in te stellen. Ja, dat is iets heel anders dan hier geïnsinueerd wordt. Dus ik wil afstand nemen van het feit dat wij voor het dragen van mondkapjes zouden zijn geweest, want dat is absoluut niet zo. Ik hoor geen vraag. Voorzitter, de motie luistert overwegen dat wijdverbreid gebruik van mondkapjes in een later stadium het opheffen van de lockdown kan bespoedigen. Verzoekt de regering het dragen van mondkapjes te stimuleren. 8 april 2020. Ja, we gaan naar mevrouw Thiele, VVD, dan mevrouw Paulusma en mevrouw Agema. Ja, dank u wel, voorzitter. En in het Volkskrant-artikel van afgelopen dinsdag stond iets wat ik eigenlijk niet kon geloven. Want er stond: Omtzigt wil zelf geen openheid van zaken geven. En wetende dat meneer Omtzigt altijd pleit voor transparantie en openheid, kon ik me bijna niet voorstellen dat dit daadwerkelijk een feit is. Dus mijn vraag aan meneer Omtzigt is of hij bereid is om al zijn communicatie rondom deze deal openbaar te maken, zodat we mee kunnen kijken. De heer Omtzigt. Voorzitter, ik sta een beetje versteld van dat we als Kamerlid precies moeten zeggen wat er moet gebeuren. Maar ik probeer precies te vertellen wat ik gedaan heb. Ik heb gepleit voor een lager btw-tarief op mondkapjes. En ik heb gepleit voor het stoppen van de importheffingen. En daar zaten goede redenen voor, want de importheffingen gaan rechtstreeks naar de Europese Unie. En het lage btw-tarief was mogelijk gemaakt door de Europese Unie, want als dat niet kan, dan mag dat niet. En Frankrijk had dat toen al doorgevoerd, Italië was ermee bezig en het leek me zinnig om dat ook hier te doen. Ik heb dat achter en voor de schermen bepleit dat dat moest gebeuren. En ook bij de douane. Twee, ik ben, en dat was pas nadat deze deal gesloten was, dus ik ging ervan uit, zeg ik, in twee dingen. Dat er een tekort van mondkapjes was. Ik heb het hier over een oversterfte. Een oversterfte betekent 2000 extra begrafenissen per week op het hoogtepunt van de pandemie, waarvan de helft in de verpleeghuizen. Ik ging ervan uit dat het hier om een non-profit zaak ging. En dit was nadat de eerste inkoop gedaan was, dus ik ging ervan uit dat de kwaliteit ook op orde was. Daarom heb ik gezegd, doet u, regering, kijkt u of dit zinnig is. Mevrouw Thiele. Maar mijn vraag was eigenlijk of meneer Omtzigt bereid was om al zijn communicatie voor en achter de schermen, zoals hij het noemt, te delen, zodat we daar ook eigenstandig een oordeel over kunnen vellen. En mijn constatering is dat meneer Omtzigt eigenlijk zegt, nou nee. Heer Omtzigt. Voorzitter, ik ga hier graag een discussie aan. Maar ik vind het heel bijzonder dat u nu een lid van de oppositie vraagt, terwijl de coalitie 20.000 gesprekken achter de schermen heeft. En ik geef u precies aan welke communicatie er geweest is. En daarom sta ik hier ook om antwoorden te geven. Mevrouw Paulusma, D66. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik begin met een compliment. Want ik heb groot respect voor meneer Omtzigt, hoe hij altijd strijdt voor rechtvaardigheid. En ik zie ook wat dat met u doet. U bent voor transparantie, voor alles openbaar en publiek. En ik ging me ook inlezen naar het debat van vandaag. En toen kwam ik uw naam toch
veel tegen. En ik wil het graag van u horen, want dan weten we hoe de vork in de steel zit. Het las deels alsof u een doorgeefluik was, maar ik las ook dat u in het torentje bent geweest om deze mondkapjesdeal, dat u met meerdere bewindslieden contact heeft gehad, app, mail. Dus ja, ik hoop dat u mij daar wat opheldering over kunt geven. Ik heb u net verteld dat ik in het torentje geweest ben en ik kan precies vertellen waarom ik die afspraak gemaakt heb. Mij was te oren gekomen dat er hier in Leiden vaccins geproduceerd werden door Halix van het AstraZeneca-vaccin wat in april begon en die vaccins die waren in die zomer klaar. En ik heb gezegd, deze lead geef ik u, net als ik van een aantal andere leads van andere bedrijven gestuurd heb naar de PA, net als hier veel mensen gedaan hebben, Baudet zelfs gewoon publiekelijk. En om die reden heb ik aan de premier gevraagd, wilt u daarnaar kijken? Bij dat gesprek heb ik ook gezegd van, wat is er met die mondkapjes gebeurd? Er ligt kennelijk nog een aanbieding. Ik bepaal niet of ze op dat moment ingekocht hebben, maar ik geef u wel even de achtergrond waar die u zelf ook schetste bij deze zaak. En die achtergrond was een grote oversterfte en ook in april nog de verklaring van de regering dat er nog een behoorlijke schaarste aan mondkapjes was. En dus vroeg ik eraan, hoe kan die schaarste er zijn, terwijl iedereen hier om me heen zegt dat die schaarste er niet hoeft te zijn? Mevrouw Paulusma. Ja, dank u wel, voorzitter. En dat is ook door meerdere collega's al in de Kamer gezegd. Iedereen had goede contacten of goede ideeën. Maar wat ik ook in mijn eerste interruptie zei, ik bewonder u altijd om uw openheid en het strijden voor transparantie. Dus als u niks meer heeft gedaan dan het delen van leads, dan kan dus ook voor het onderzoek voor Deloitte die communicatie ook openbaar worden gemaakt om dat ook te kunnen toetsen. Zodat we van elkaar ook weten, als we het hebben over transparantie en over informatie die we met elkaar delen, dat het enige wat u in het torentje deed, was het delen van leads. De heer Omtzigt. Ja, en als Deloitte bij mij komt, zal ik daaraan meewerken. Dat lijkt me toch helder. Ja, mevrouw Paulusma, tot slot. Ja, nog even. Ik zal de vraag heel kort stellen. Dus er is geen enkel probleem voor u met het openbaar maken van de communicatie aangaande de leads, of misschien wel meer dan alleen die leads die u gehad heeft de afgelopen periode. De heer Omtzigt. Als die openbaar gemaakt worden, dan worden die openbaar gemaakt. Dat lijkt me heel helder. Maar ik vind het raar dat u de mailboxen of de zaken van parlementariërs gaat zoeken. Mevrouw Agema, PVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik krijg toch de indruk dat de verdedigingslijn van de heer Omtzigt niet helemaal klopt. Op 10 februari werd onze volledige voorraad beschermingsmiddelen verkocht aan China. Heel kort erop was het carnaval en totale ontploffing van corona in Nederland. En de paniek om de beschermingsmiddelen en de mondkapjes begon toen. En dat is een hele intense periode geweest waarin heel veel hele goede, lieve mensen dingen hebben willen doen. Maar waarin ook de schurken boven water zijn gekomen. En wat ik mis in het verhaal van de heer Omtzigt is dat op 14 april, dus zijn we al een stukje verder in de tijd, er al 75 miljoen mondkapjes binnen waren. Er op dat moment genoeg was voor iedereen. En er ook nog voor een half jaar extra in bestelling stond. En dat is waar eigenlijk de crux zit. Dus CDA van Linden, de partijgenoot van de heer Omtzigt, ook beide schreven aan het partijprogramma. Beide waren goed bekend met elkaar. Waarschijnlijk ook bevriend, lees ik in het boek Siewert's Miljoenen. Toch gaat op dat moment, terwijl hij is afgewezen bij het onafhankelijke landelijk consortium hulpmiddelen, komen allemaal CDA's in stelling. Hè? Waaronder dus de minister, waaronder zijn PA, allemaal van het CDA, de secretaris-generaal. En dan krijgt ze deal. En dan daarna, dus die deal van 100 miljoen en 40 miljoen mondkapjes. En daarna is het, en dat zien we toch ook duidelijk op deze tweet en op deze foto. Ik zie het niet zo, sorry. Dat bent u toch? Oh ja, sorry. Ja, als u de foto vandaag op bezoek bij hulptroepen.nl en Siewert. Indrukwekkend hoe er binnen weken miljoenen mondkapjes geïmporteerd worden. Die waren er trouwens nog niet, hè, maar dat was dus op 24 april. En daar is de heer Omtzigt uren geweest. Uren gesproken met Van Linden. En dan daags erna, vijf dagen erna, gaat hij met het plan van Van Linden, waarmee hij een tweede deal wil. Dat plan neemt hij onder zijn arm eigenlijk ook mee naar Rutte, hè? Het torentje in, en dan laat het daar ook achter.
Godzijdank was het Maarten Verrijen die er vervolgens een stokje voor gestoken heeft. Begrijp ik nu op dit moment zoals de stukken ervoor liggen. En welke vraag heeft mijn u... vraag is alsof de heer Omtzigt zich eigenlijk wel realiseert dat hij gewoon onderdeel uitmaakte van die CDA-vriendjespolitiek in de richting van CDA van Linden. De heer Omtzigt. Voorzitter, ik heb het nu een paar keer proberen te zeggen. Er was op dat moment wel sprake van een tekort. En ik kijk even naar minister Helder, die op dat moment voorzitter was van Actis. We hadden op dat moment nog steeds een richtlijn die ervan uitging dat zelfs als iemand dat zelfs voor het aanreiken van kleine zaken je geen mondkapjes had. Dus er was sprake van een, wat mij betreft, te weinig gebruik. Dat is ook wat minister De Jonge, toen minister van VWS, in de Kamer midden april verklaarde. Ik heb pas na die eerste deal, pas nadat ik ervan uitging dat dat klopte, heb ik aan Rutte gevraagd van hoe komt het dat er nog steeds niet voldoende mondkapjes gebruikt worden, omdat er bijvoorbeeld hier in andere gevallen meer dan voldoende beschikbaar lijkt. Dat is de vraag die ik daar gesteld heb. En dat is tegen die achtergrond van die contacten die ik toen had. Ja. Zou ik dat opnieuw doen? Nee, dat tweede niet. Dat eerste wel. Die btw-verlaging, die zou ik zeker opnieuw doen. En daar ben ik heel blij mee dat we dat gedaan hebben. Mevrouw Agema. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, die enorme boosheid die er was. Hè, dat de mensen in de verpleeghuizen en in de thuiszorg en de wijkverpleging geen mondkapjes kregen, die deel ik. Daar ben ik in die tijd ook woest om geweest. Het was al lang en breed bekend dat corona zich verspreidde, vooral door het inademen van elkaars adem. Maar dat is niet het springende punt. Er lagen er op dat moment 75 miljoen... gewoon in loodsen in Nederland. Dus eerst was alles verpad, maar in de tussentijd was het ook weer teruggekomen. En met die 75 miljoen hadden makkelijk de mensen in de verpleeghuizen en de wijkverpleging en de wijkziekenverzorging ook mondkapjes kunnen krijgen. Dat ze dat niet deden, is schandalig. Maar mijn punt is dat, dat deze persoon, deze CDA'er, die Siewert van Linden in beeld kwam en al die andere mensen, bijvoorbeeld ook die Haarlemse organisatie die vandaag een rechtszaak is begonnen tegen de staat, die had uitstekende mondkapjes. En zijn deal werd in datzelfde weekend dat Van Linden zijn deal krijgt, zomaar gestopt. En we weten ook alle ins en outs niet ervan, en dat moeten we ook allemaal nog te weten zien te komen. Maar zij waren niet de enige. Er waren honderden mensen die zich aanmelden met allerlei deals voor mondkapjes, die ze ook konden regelen, connecties die ze al hadden. Maar zij kregen geen deal. En Siewert Van Linden wel. En toen was die deal gesloten en mede. En toen wilde u nog een deal. Toen wilde Pieter Omtzigt van toen nog CDA nog een deal. En hij wilde dat lospeuteren. Hij legde het plan neer bij de minister-president in het torentje. En dat is waar mijn vraag over ging. Heeft meneer Omtzigt zichzelf voldoende gerealiseerd dat hij onderdeel uitmaakt op dat moment van de vriendjespolitiek van het CDA? Meneer Omtzigt. Voorzitter, ik heb dat met de intentie gedaan omdat er op dat moment niet gezegd werd dat er voldoende mondkapjes waren. En ik heb aan de premier gevraagd hoe dat kwam. En nogmaals, net als iedereen hier en net als een aantal grote bedrijven, ging ik er inderdaad van uit dat het hier om een non-profit ging. Dat was het niet. Als ik dat geweten had, had ik het niet gedaan. Mevrouw Agema, tot slot. Ja, tenslotte. Nou, we weten allemaal dat bij heel veel non-profit organisaties bestuurders zitten die alsnog tonnen verdienen. Dus ja, dat is ook niet echt een goed argument. Kijk, er is 100 miljoen euro verloren gegaan, belastinggeld. Dat geld dat moet terug en dat vinden we allemaal heel erg. Maar deze CDA'er kreeg voorrang op al die andere organisaties. Omdat al die andere organisaties al die kruiwagentjes van het CDA niet hadden. En het stond in een formeel kamerstuk op 14 april dat die 75 miljoen mondkapjes binnen waren. En natuurlijk was het ook CDA Rugger de Jonge die hier in het debat op 15 april toch de suggestie wekte alsof er nog steeds paniek was. Dus dat snap ik nog. Maar uiteindelijk vraag ik of de heer Omtzigt zich realiseert dat hij onderdeel was van het CDA die allerlei kruiwagentjes vormde voor deze persoon, voor Siewert van Linden van het CDA, mededeelnemer van de partijprogrammacommissie, en dat andere die uiteindelijk wel deugdelijke mondkapjes hadden, achter het net visten. De heer Omtzigt. Voorzitter, ik ging ervan uit dat ik de leads aan het doorgeven was. En ik hoopte dat de beste daaruit geselecteerd werden door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Dat was mijn intentie. En vanuit die intentie, en zo gezellig was het in die coalitie op dat moment niet, ik werd door de VVD-fractie, die nu hele leuke vragen stelt, begin maart in de krant beticht dat ik ongeveer
te veel vragen over corona stelde, omdat er nog niet zoveel aan de hand was. Dat was de achtergrond van wat er gebeurde. Ik maakte mij grote zorgen om wat er gebeurde in die verpleeghuizen. Dat was de reden waarom ik vroeg wat daar gebeurde. Het kon mij niet schelen waar ze vandaan kwamen. Ik heb ook een aantal andere leads aan de PA doorgestuurd. En dat heb ik bewust gedaan omdat ik dacht dat ik daarmee zou helpen. En datzelfde heb ik destijds gedaan met het feit dat hier vaccins geproduceerd zijn. Vaccins die uiteindelijk, omdat er niet op geacteerd is, geëxporteerd zijn naar het Verenigd Koninkrijk. Dat maanden eerder kon beginnen met de vaccinatiecampagne. Dank u wel. Nog een interruptie van de heer Asser. Ja, daar heb ik me heel bewust voor proberen in te zetten in het algemeen belang. Ja, als ik kan denken. Ja, voorzitter. En nog één ding. Ook ik ging ervan uit dat het non-profit was, inclusief de salariering. Ja. De heer Asserkan. Een kort vraagje, voorzitter, waar ik nog een beetje mee zit. En misschien dat de heer Omtzigt mij kan helpen. Het was niet de portefeuille van deze minister. En kan meneer Omtzigt nou aangeven wat nou de reden is dat de heer Van der Linde uiteindelijk bij deze minister uitkomt en niet bij de heer Van Rijn? De heer Omtzigt. Dat kan ik niet goed aangeven. Ik denk dat mensen contact zoeken. Net als een aantal mensen die contact zoeken met parlementariërs, zal een aantal andere mensen contact zoeken op dat moment met bewindspersonen. Ja, als er kan. Nee, de heer Heijink. Dank, voorzitter. Ik vind het echt stuitend in hoeverre hier de coalitie zich plotseling als een soort inquisitie gaat opstellen richting de heer Omtzigt. Terwijl hij, volgens mij net als heel veel anderen, probeert heeft het juiste te doen. En een cruciaal verschil is natuurlijk ook dat de heer Omtzigt of ieder ander Kamerlid in deze zaal in de positie is geweest, ook destijds, om deals te sluiten te waarde van 100 miljoen euro met wie dan ook. Dat is natuurlijk nogal een cruciaal onderscheid tussen de positie van een bewindspersoon en de positie van een Tweede Kamerlid. Dus heeft u een vraag aan de heer Heijink? Ik heb een vraag aan de coalitiepartijen, dat als zij zo enorm kritisch. Meneer Heijink, en openheid, dat is geen interruptie. Ik ben bijna klaar, voorzitter. En openheid eisen van de heer Omtzigt, dat ze diezelfde openheid dan ook eisen van het kabinet. Want als zij dat zouden doen, dan zou dit debat misschien nog ergens over gaan. Dank u. Dank u wel, meneer Omtzigt. Daar kan ik wel iets op zeggen. Ja. Ik snap die opmerking. En ik hoop ook van harte dat ik hoop dat die controle die hier in het Kamer naar mij plaatsvindt, en ik sta hier gewoon om de vragen te beantwoorden, op dezelfde wijze plaatsvindt richting de regering. Dank u wel. En daar kijken een aantal mensen op aan. En het valt me op dat bepaalde interrupties langer duren dan de spreektijd die ik hier heb. En daar ben ik het mee eens, want dat zien we allemaal gebeuren. Ik geef tot slot het woord aan de heer Van Houwelingen, Vorm voor Democratie. Gaat u gang. Ja. Ja, dank u, voorzitter. Het debat van vandaag gaat over de beruchte mondkapjesdeal en een leugen van Hugo de Jonge. Maar dit debat is een afleidingsmanoeuvre, een rookgordijn. De beruchte mondkapjesdeal waar we het nu over hebben van Siewert, dat gaat over 20 miljoen euro. Dat heeft hij in zijn zak kunnen steken, maar er is voor miljarden euro's verkeerd aanbesteed. Zoals we hebben gezegd tijdens de begrotingsbehandelingen vorig jaar, miljarden euro's, omdat de aanbestedingsregels buiten werking zijn gesteld vorig jaar. En daar valt misschien nog wat voor te zeggen in het begin, toen er een enorme crisis was natuurlijk, rond de aankoop van hulpgoederen. Maar we weten uit betrouwbare bron, die crisis was al voorbij rond de zomer. En het ministerie is doorgegaan om op die manier niet aan te besteden, om de aanbestedingsprocedures te ontlopen. En dat is gegaan via dat consortium, het is al vaker ter sprake gekomen, het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. En dat is één grote zwarte doos gebleken, waar we eigenlijk niks van weten. We weten niet de partijen die daarin zitten, we weten de deals niet die zijn gesloten. En dat is, heeft kunnen bestaan, dat is opgericht, dat is eigenlijk het werkelijke grote probleem. En heel veel partijen hebben zich zo kunnen verrijken. Ja, Siewert is er één van, maar bijvoorbeeld ook Bunzel, dat is een bedrijf dat dus goederen levert. Die schept er zelfs over op in zijn jaarverslag, van nou, we goed verdiend aan de coronacrisis. Of Mediek, die daar een centrale spin in het web was. En vandaar dat het zo belangrijk is om alles daar boven tafel te krijgen. Want ze zijn er ook mee doorgegaan, ook na de zomer. Want ze hadden een creditcard van VBS, die had een afnameverplichting. Dus ze zijn blijven doorkopen. Daarom hebben we nu veel te veel hulpgoederen. Mijn vraag aan de minister is dan ook, is de minister bereid om alles te doen om boven water te takelen wat daar gebeurd is, in zoverre dat nog kan in dat LCH. Dat is dus iets waar we ons ontzettend zorgen over maken. Dit heeft dus met transparantie te maken. En een ander punt waar we ons zorgen over maken, het gaat om de evaluatie eigenlijk, want dat zijn we nu aan het doen van de coronacrisis voor een deel. Dat is de moeite die de regering en de Kamer hebben met kritiek.
De heer Omtzigt zei net in zijn bijdrage goed van ja, ik stelde te veel vragen. Dat is, dus je hebt al gebrek aan transparantie en dan is kritiek ook nog eens een probleem. De heer Van Hagen kwam een keer naar voren lopen. Toen zei de minister van Volksgezondheid van, nou, dat mag u niet zeggen. Dat kan u niet zeggen. Dat is een gevaar voor de volksgezondheid. En de minister heeft ook gezegd van, nou, kritische artsen, die spuug ik op een ijsje. En mevrouw Kuiken, die nu kritisch doet, maar die wilde zelfs artsen die kritisch zijn hun BIG-registratie ontnemen. Dus ja, als we het nu over bestuurscultuur hebben, als je dus een totaal gebrek aan transparantie gaat koppelen met het debat drukken van kritiek, ja, dan krijg je natuurlijk wanbestuur. Dan krijg je corruptie. Ja, dat is volkomen logisch. Wij hebben als FVD geprobeerd vorig jaar in samenwerking inderdaad met D66 om een aantal moties in te dienen om de teugels aan te trekken. Waaronder dus, ik heb ze net al genoemd, een paar moties om in ieder geval het Algemene Rekenkamer het onderzoek te laten doen. Om VWS onder verscherpt financieel toezicht te stellen. Het is allemaal door deze Kamer met een grote meerderheid verworpen. Er zijn maar een paar partijen die daarvoor hebben gestemd. Dus ook de Kamer heeft wat ons inziens betreft dus echt heel veel boter op zijn hoofd. Ik rond af, voorzitter. Wij als Vorm voor Democratie willen een echt debat over een echt onderwerp waarin minister De Jonge zich mag verantwoorden over de miljarden die verkeerd zijn aanbesteed in plaats van dit barbetje moet hangen debat over slechts één dubieuze miljoenendeel waarbij is gesjommeld bij de aanbesteding. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de eerste termijn aan de kant van de Kamer. Ik schors waarschijnlijk tot 3:00, inclusief de lunchpauze.